Oh, Vera. Deze. Alles start meteen gewoon weer op. Ik druk natuurlijk weer op de verkeerde knopjes. Het is nog vroeg. Het is zondagochtend. Nee, het is net middag. Hoi. Ik zag iedereen in de chat. Huh? Zondag? Live? Maar waarom staat mijn muziek aan? Ga uit. Ik heb echt op alles gedrukt. Ja, ik startte mijn game, ik startte mijn muziek. Alles ging fout. Ah ja. Hey, hallo, hoi. Ja, leuke verrassing hè? Nou, weet je wat het was? Ik was Animal Crossing aan het spelen. Fancy of Fancy, ik weet niet. Dankjewel voor je superchat. Dus ja, ik zag jullie helemaal verbaasd zijn van, wat is dit? Ik kreeg in één keer een melding, schrok me dood, is dit nu? Ja, dat is gewoon nu. We dachten, we doen gewoon. Want ik ben alweer Animal Crossing aan het spelen de hele tijd. En ik ben alweer vet veel aan het bouwen. En anders weet ik alweer hoe het gaat. Oké, wacht. Laat ik even beginnen bij het begin. Afgelopen vrijdag had ik een stream gedaan waarin ik... Hier zeg ik trouwens ook hoi. Hoi. Het weekend, hè? Hey, afgelopen vrijdag had ik een stream gedaan waarin ik wat inspiratie wilde opdoen voor mijn eiland. Toen zijn we allemaal naar droomeilanden gegaan om daar te kijken van wat andere mensen bouwen op een eiland. En toen kwam ik toch best wel wat leuke dingen tegen. Dus gisteren zaten wij zo op de bank en Emily die begon alweer Animal Crossing te spelen. Die was ook helemaal geïnspireerd door dat Japanse eiland. Dus toen dacht ik, ja, nou dan ga ik ook wel gewoon weer beginnen. Dus toen was ik aan het bouwen en ik heb echt stiekem alweer best wel veel zitten doen. En mijn moderators die zeiden al, als je zo doorgaat, heb je volgende week weer niks te bouwen. Dan heb je gewoon weer een nieuwe eilandtour en dan is het weer klaar. En toen dacht ik, ja, dan kan ik nu twee dingen doen. Of ik kan het wegleggen tot en met volgende week vrijdag. Niet meer gaan bouwen en mezelf beheersen. Dat kan ik niet. Of ik ga nu gewoon live. Dus, hallo, daar ben ik. Dan doen we het gewoon zo. Hebben je kinderen vakantie? Jazeker, we hebben allemaal eventjes lekker vakantie. Dus gaan we gewoon lekker op zondag live. Ik heb ook gewoon mijn koffie hier zo. Dus het wordt nu een chille zondagmiddag stream. Niemand weet het ook. Ik heb het ook nergens verteld. Ook niet op Instagram of zo. Dus dat het voor jullie als shock kwam dat wij zomaar in één keer live gingen. Dat was van iedereen. Voor iedereen. Dus er zullen ook niet superveel mensen kijken, denk ik vandaag. Maar dat is helemaal niet erg. Dan zijn we lekker met elkaar. We gaan gewoon even lekker chill Animal Crossing bouwen. Ja, nu is het koffie. Ja, het is nog begin van de dag, hè. Dus dan... Nu ben ik ook nog rustig, weet je. Om een beetje opstarten. Hebben je kinderen vakantie? Ja, zeker. Dat zei ik net ook al. Maris, heb je weer die bril? Nee, hoor. Thanks, Matt. Hoi, Maris. Weer lekker bouwen. Hey, Asselino. Lang niet gesproken. En leuk dat je alweer 5 maanden lid bent. Ja, hè? Het was te verwachten, hè. Dat krijg je als ik eenmaal begin aan Animal Crossing. Inderdaad, Melissa, dan kan ik het niet meer wegleggen. Dan gaat het dan één ruk door. Dus ja, ik dacht, ik ga gewoon lekker verder bouwen. Ik heb vanmorgen ook alweer een klein stukje te doen. Ik heb eindelijk een beginnetje gemaakt bij de gate. Ik zal het jullie zo meteen allemaal laten zien wat ik aan het doen ben. En ik wil nu een leuk plekje gaan bouwen voor mijn huis. Dus dacht ik, voordat ik dat allemaal weer heb zitten bouwen, doe ik dat gewoon zo meteen samen met jullie. Hey, als je nou even lekker gezellig wil meekletsen in de chat, abonneer dan eventjes. Maar ik ga ervan uit dat jullie allemaal geabonneerd zijn. Anders dan kwam je hier denk ik niet zo heel snel terecht. Want voor de rest was het nergens anders te lezen. Het is alleen de mensen die nu een melding hebben gekregen, die zijn hier nu. Waarom ga je streamen op zondag, wordt er dan nu gevraagd. Nou, dan moet je zo meteen even terugkijken. Goedemiddag, zoveel zin in deze live. Ah, wat lief, Kaylee. En leuk dat je ook alweer 6 maanden lid bent. Kijk, het is weer eens wat anders, hè. Gewoon lekker in de middag, op zondagmiddag. Toch? Wij hadden verder toch niet heel veel spannends te doen. Behalve Animal Crossing spelen. Ja. Oh, als jullie denken trouwens dat zit hier, ik heb een puist. Ja, dat hebben we ook gewoon op zondagochtend. Hoort er ook allemaal bij. Heeft een van je kinderen Toka Boka? Ja, dat heb je wel eens gespeeld, hè? Hoort erg op mij. Oh, echt waar? Hey, Kim Motivations is lid geworden van de Creatie Crew. Wat gezellig. En wat voor avatar? Oh, met een Rikke-bril. Ja, Rik is er ook. Hallo. En Mila is ook ergens. Die loopt. Die zit in de woonkamer. Nee, zit in de woonkamer. Please, lees dit. Lid ding zit op je oog. Ja. Ik kan er niks aan doen. Ik neem het hele beeld in beslag. Ik zal Rik vragen om het op een andere plek te zetten. Ah, joh. Toch vakanties. Geen probleem. Hoi, Dark Princess. Dankjewel nog voor je toren. Hij was alleen toch niet in de goede kleur. Oeps. Want het was toch iets te roze. Dus ik moet echt even op zoek naar een gele. Ik krijg die torens. Je hebt nu in het spel in de nieuwe update allemaal van die torens zitten. En ik krijg die torens gewoon nooit in mijn app om hem te bestellen. Wel die muren, maar nooit die torens. Ik word er helemaal gek van. Emily's haar zit zo leuk. Wacht.
Ze heeft er niks mee gedaan, zei ze. Maar oké, okay. Dankjewel. En je eyeliner staat ook mooi, zei iemand. Dat is wel lief. Oh, Melissa heeft ook tokenboken, alleen snapt ze er niks van. Ja, ik vind echt helemaal niks. Onze kinderen die hebben het vorig jaar wel veel gespeeld. Maar jullie waren er ook al wel weer snel klaar mee. Het was zeg maar heel kort, even heel leuk. En toen was het weer klaar. Huh, ik hoorde niks. Nee, Emily zei ook niks. Hoe oud is Emily? 37. Nee, Emily is 11. Oh, Emily is ook gewoon knap. Nou, nu stop met al die complimentjes hoor. Want dan gaat ze helemaal naast de schoenen lopen. Ik heb ook die andere torens voor je. Ja, dat had ik gezien, Dark Princess. Maar niet die gele, toch? Dat was toch een beetje zo'n lichtrozige. Ik ben echt een zeur, hoor. Ik wil echt die gele kleur hebben. Het is echt zo moeilijk om eraan te komen. Bij mij kan je een toren kopen vandaag. Oh, maar ook in alle kleuren? Dat is ook nog. Dan krijg je hem eindelijk en dan heb je hem niet in de goede kneur. Kneur. Ja, het is nog vroeg. Wacht, ik neem nog even een stokje snokje kloffie. Emily lijkt op jou, Maris. Ah, nou, jullie zeggen allemaal dat ze knap is, dus dat is lief. Ik ga morgen jouw doeboek kopen. Oh, gezellig, Leentje. Leuk. Emily is 2 jaar ouder dan mij. Het is dan ik. 2 jaar ouder dan ik. Dan ik ben. Maar 2 jaar ouders, dan ben je 9. Nou, dat is wel een keer leuk, dat ik dan niet zo laat live ga. Je kan je live terugspoelen, dat moet niet. Oh, wacht. Ik ga het kijken of ik dat nog kan uitzetten. Kijken of dat nog kan. Terwijl ik gewoon live ben. We gaan live alles gewoon instellen en zo. Kan dat nog? Customization. Settings. Ja hoor, volgens mij kan dat gewoon nog. Nee hoor, volgens mij kan dat niet. Nee, jawel. Wacht. Even wachten hoor, jongens. Even wachten op deze zondagmiddag. Kijk, ik moet niet hier zijn. Ik moet hier zijn. Kijk. Ja, nu kan het niet meer. Volgens mij heb ik het nu uitgezet. Enable autostop. Kijk. Hoppa. Nu staat hij als het goed is goed. Ik hoop dat ik ook gewoon nog steeds fatsoenlijk live ben. Niet in de tussentijd alles heb laten crashen. Als het goed is kan je nu niet terugspoelen. Dan kan je alleen lekker live erbij zijn. En voor de mensen die zich afvragen waarom dat is. Dat doe ik eigenlijk altijd expres. Omdat ik heel veel mensen heb. Die zetten hem even op pauze. Omdat ze even lekker gaan plassen. En dat is natuurlijk hartstikke fijn dat dat kan. Want dan mis je niks. Maar dan gaan ze vervolgens na een half uur weer aanzetten. En dan gaan ze in de chat op allemaal dingen reageren. Die ik een half uur geleden heb gezegd. En dan heb ik geen idee meer waar je het over hebt. En dan raak ik helemaal in de war. Daarom. Draagt Emily make-up op naar school? Draagt Store in Roar. Niet meer. Soms, hè? Soms. Ik kan nog steeds terugspoelen. Wat? Nee. Ik kan nog steeds terugspoelen. Nee. Wacht. Nee, als het goed is niet. Als het goed is niet. Als het goed is, heb ik het uitgezet. Nou, oké, dan mag je voor deze dag dan terugspoelen. Maar dan niet reageren als je een half uur verder bent weer, zeg maar. Oh, jullie kunnen ook. Nou, oké, nou, dan kan ik het toch niet aanpassen, blijkbaar. Helaas. Oké, ik drink even mijn koffie op en dan gaan we beginnen, goed? Je moet de live dan ook aan- en uitzetten. Oh, nou, dan laat maar. Dan is het vandaag gewoon een speciale dag. Mogen jullie vandaag terugspoelen, dag. Hé, ik heet ook Mariska. Wat een mooie naam. Bianca. Je doeboek is zo leuk. Ah, oh, dankjewel. Super lief. Oké, ik ga jullie meenemen naar de stream. Goed, we gaan lekker spelen, want ik heb zin om te bouwen. Ik ga jullie laten zien wat ik net heb zitten maken. Zo, doe ik deze even uit. Hij is helemaal donker. Zie je dat? Zo lang staan wat te niksen. Kijk, hier ben ik. Met mijn bouwpak al aan. Hier, ik ben met mijn gate. Hier was ik net vanmorgen mee bezig. Want ik was dus vanmorgen aan het bedenken hoe ik die gate wilde gaan hebben. Nou, dat is dus ook de reden waarvoor ik overal naartoe ging. Voordat jullie me allemaal credits geven van hoe leuk het eruit ziet. Dank u. Maar ik heb dit echt volledig genakt van iemand anders. Ik kwam dit op Pinterest tegen. Ik heb me ietsjes anders ingericht, maar het lijkt er echt super veel op. Ik kwam dit tegen, ik vond dit zo leuk. Dat ik dacht van ja, dit is wat ik ga maken. Dat ik dacht, als ik hier gewoon even een beginnetje mee maak, dan heb ik zometeen vast alweer inspiratie voor de rest. Want ik vond dit zo schattig. Dit zijn dus allemaal van die muurtjes die ze hebben neergezet. En daardoor lijkt het dus net zo op een gebouwtje. Nou, ik ben er nog mee bezig. Echt een chaos hier, maar dan moet je maar even doorheen kijken. Dankjewel Destiny voor je superchat. Wat lief. Ziet er inderdaad leuk uit. Dankjewel Melissa. Ja hè? En dan heb ik aan deze kant dan een roze gebouwtje. Kijk, en mijn idee was dan dat je hier zo er tussendoor kunt lopen. Hoi Maris, wat gezellig op de zondagmiddag. Ah, dankjewel Mariella. Ligt je dochter inmiddels op bed? Ik zal even snel mijn dochter op bed leggen en dan lekker kijken. Dus Emily zei al, waarom moet ze nu al naar bed? Zo zielig. Ze is vast al nog wel wat jong.
dat ze dan nu nog kan slapen overdag. Hallo, ik ben hier voor de eerste keer, want ik kan nooit op vrijdagavond omdat ik dan circus heb. Kijk, nou, zie? Doen we dit speciaal voor jou. Lekker op de zondagmiddag of zo. Ik ben wel niet helemaal. Ja, het ziet er leuk uit, hè? Dus nou, hier was ik vanmorgen mee bezig. Let dus niet op de chaos hier, want het is echt... Daar moet je even doorheen kijken vandaag. Ik ben aan het verbouwen, ja? Het is nu echt een onderconstructie-eiland. Dit stukje heb ik gisteren gedaan. Kijk, dit wordt weer verbouwd. Hey, hier Maris. Leuk dat je eens op zondag streamt. Ah, dankjewel bij Patrick. Leuk dat je alweer 3 maanden lid bent. En ja, is weer eens een keer wat anders, toch? Nou, ik had altijd 2 dingetjes. Ik vind altijd mijn entrance vind ik altijd een beetje ongezellig bij de gate. En ik vind mijn stadhuis heel moeilijk. Vooral omdat je er niks op kan zetten, vind ik het altijd een heel groot kaal vlak. De kleur vloekt met de rest van mijn eiland. Maar nou kwam ik dit ook een beetje op internet tegen. Dus daar heb ik me ook door laten inspireren. In ieder geval het stukje zo in het midden. Vond ik heel leuk. En toen heb ik er weer een weg voor gemaakt. Door toch weer een weg. Door toch weer een beetje zoals het was. Maris, je bent nog geen vrienden met Dark Princess. Laat ik eens even kijken of ik er kan toevoegen. Ja, jongens, dit moet van Marisje allemaal tussendoor. Doen we even tussendoor. Even wachten. Even naar beneden. Even kijken. Kan ik er nu vinden? Ik heb een hele lijst. Jeetje. Zoveel mensen ontmoet al. Sinds het begin van het spel dat ik dit speel eigenlijk. Als het goed is, zou ze hier tussen moeten staan. Maar we hadden het er gisteren al over, Dark Princess en ik. Dat we zeiden van, volgens mij hadden we dat even moeten doen toen ze hier ook was, zeg maar. En niet dan achteraf. Ik zie er niet tussen staan. Dus moeten we dat volgende keer eventjes doen. Dankjewel, Zaid. Zaid, denk ik, hoop ik. Dankjewel voor je donatie. Maar is nu be like, oeps, I did it again. Nou ja, dat dus. Ik ben mijn winkeltjes aan het verhuizen geweest. Ik dacht, ik ga een heel klein winkelstraatje maken. Dus dit is wat ik gisteren heb gedaan. Ben je dan de hele dag weer mee bezig, hè? Dus ik heb even een begin gemaakt van een heel klein winkelstraatje. Nou ja, hier zit nog niks. Ik dacht, het is wel leuk als je hier zo meteen doorheen kunt. Ja, het is nu echt een rotzooi, dacht ik. En dan ergens uitkomt waar je iets kan doen of zo. En datzelfde heb ik hier. Ja, er zit ook nog niks achter. Maar het idee is dus dat je hier ook zo meteen doorheen kan. En daar dan iets kan doen. En ik denk dat ik het een beetje wil maken met allemaal van deze soorten kasteelmuren. En van die gekleurde muren. En dan allemaal van die huisjes zo ertussendoor. Dus dat is in ieder geval een beetje het plan. Dat hij aan de overkant zoiets neergezet. Dat ik dacht, misschien kunnen we hier een leuk terrasje neerzetten. Hadden we gisteren neergezet, hè? Maar dat vonden we toch uiteindelijk niet zo heel erg leuk. Dus dat heb ik vanmorgen nog even in mijn broekzak gestopt. Maar dat, dit is echt serieus waar ik gisteren de hele dag mee bezig ben. Maar ja, je ziet heb dat het al best veel snel gemist? Ging. Nee, je hebt nog niet veel gemist hoor. Ik ben echt pas net begonnen. Het is nog vroeg. Goedemorgen. Welkom bij deze chille zondagstream. Je hebt nog niet veel gemist, maar ik was Animal Crossing aan het spelen. En ik dacht, ik ga hem gewoon opstarten hier, want anders dan zit ik weer alles in mijn eentje te bouwen. Wel lekker lui in pyjama overigens. Dit is te schattig, maar ik mis wel de tomatensap. Nou, luister. Daar heb... Hey, dat schermpje daar, dat moet niet in dit grote als je ding. Noeg miles of bells nodig hebt, zeg maar. Ah, dankjewel All Sweet Games, maar ik heb echt superveel klingels op dit moment. Wacht, ik ga even dit schermpje uitzetten, want die moet hier niet. Maar is... En weer op. Nee, zet me terug in de game. Ja, oké, het gaat goed. Oké, ik weet het niet meer. Oh, heb ik daar ineens ook geen geluid meer? Oh, mijn ingezoomd scherm werkt niet helemaal lekker dus. Oh, sorry, dat kwam door mijn ingezoomde scherm. Oké, ik zal die dan niet meer gebruiken vandaag. Want blijkbaar heb ik daar iets aan lopen veranderen qua instellingen. Ik zal zo meteen vragen. Ik denk, sorry. Oh, ze is weer terug. Ja, oké, nou daar lag het dus aan. Ik zei, kijk, ik zie dat hier ook wat... Rick heeft een aantal dingen veranderd hier. Dus dat heb ik nu nog een beetje de dinges van. Oké, maar ik zei dus dat het een chille zondagstream was. Nou ja, daar moet je het mee doen. Voor de rest weet ik het niet meer. Ik zit ook nog in mijn pyjama. Ah, oh, lekker, Laura. Nou, dat snap ik hoor. Wij hebben ook iets chills aangedaan. Hey, maar dat betekent wel muziekje. Nou, jeetje, wat een activiteiten deze zondag. Komt ie meteen weer. Lekker wakker worden. Hoort? Nee, jij hoort niks. Wil je hem even op?
hoor je hem ook niet op je paard, hoor, maar hoor je hem wel. Kijk, als je dit aanzet. Is hij nu aan? Is hij nu aan? Ja, dan kan je ook nog gewoon jezelf horen. Oké, okay, Emily die neemt het over. Ja, maar nu zie je dat ik mijn haar nog niet heel goed heb gedaan. Ja. Het is chillen zondag stream, dus ook chillen bril aan. Nee, niet die chillen bril aan. Hoe heet dit pad? Dit pad is van Colin Crossing. Het is een nieuwste pad, een zomerpad. Oh ja, let ook nog niet op hoe het er hier uitziet. Het is ook nog een rommel. Dus ik had hiervoor had ik ook al die van hem, alleen er lagen toen eerst van die herfstblaadjes op. Ik heb er eentje van hem gehad, er lag sneeuw op. Ik heb er eentje van hem gehad, daar lag die cherry blossom op. En nu heb ik een gewone all season road van hem. Moet je even kijken op colin.crossing op zijn Instagram. Dan kan je ook gewoon zijn code daarvoor vinden. Ja, is het prima hoor. Oh, dankjewel. Je kan bij mij die roze toren kopen. Wanneer is er van die roze ook een toren? Van die middel... Is dat er ook? Oh, nou dan moeten we vandaag gewoon maar even spulletjes gaan looten. Lauren, dankjewel voor je superchat weer. Elke dinsdag komt er een nieuwe video. Dus gewoon aanstaande dinsdag weer. Hoe krijg je die helm? Ja, die krijg je vanzelf ook als je gaat bouwen. Hé, hey, maar nu wil ik dus even, want anders dan ga ik de hele tijd kletsen. Het is wel de bedoeling dat ik Animal Crossing ga spelen, ja? Oh, nou wil Poppy weer weg. Ik wil heel snel even met hem praten. Hoe zou je het vinden als ik een bijnaam val? Nee, ik ben een druk aan het werk. Dus. Ik ben teleurgesteld. Nou, helaas. Maar mag ik hem weer? Is het muziekje klaar? Is de muziek nog steeds bezig? Ja. Echt? Ik hoor dus nu niks. Doe een keer een kletstream. Nou, dat zal het vandaag ook wel een beetje worden, hoor. Ik ben al 1 jaar fan van alles wat je doet. Oh, dat is lief, Julie girl. Van mij krijg je hem zo, hoor, die toren. Ah, oh, dankjewel, Dark Princess. Donatie. Nee, maar ik heb niet donatie gemist, toch? Nee, ik heb niet donatie gemist. Ging toch goed? Maris, je hebt een donatie gemist. Oh, van Hendrika, 14. Dankjewel, Hendrika. Jullie hadden toch gelijk. Oké, ik zal niet zo eigenwijs zijn dan vandaag. Jullie hadden toch gelijk. Hé, mag ik mijn koptelefoon weer op? Want... Heel raar spelen zo, als je gewoon echt helemaal niks hoort. Zet de muziek uit. Hij is uit. Oké. Okay. Sorry, ik wil kijken hoe dit klinkt. Sorry, HDHDJJDJD. Nou, zo dus. Dankjewel voor je superchat. En was het leuk om lekker mee te luisteren. Ja, bij jou is het altijd helemaal stil, hè? Hoor je in het is dat helemaal niks. Ook geen muziekjes en zo. Oké, wat ik heb bedacht. Ik kwam op... Ik wil hier zeg maar een soort van klein straatje van maken. En nou wil ik denk ik hier mijn huis gaan plaatsen. Gewoon echt eens een keer gewoon helemaal aan de hoofdstraat. Dit is dus echt de winkelstraat. Die gaat hier zometeen denk ik een beetje schuin. Dus we zullen deze boom even aan de kant moeten halen. Ik weet nog niet precies hoe. Ja, die weg moet hier langs denk ik. Maar eigenlijk ook hier achterlangs misschien. Dus we gaan wel gewoon even beginnen met alles weghalen. Want zo te zien hebben we nog behoorlijk wat te doen. De muziek staat nog steeds aan. Maar ik hoor hem zelf helemaal niet. Dus dat lijkt me sterk. Dat jullie hem dan wel weer horen. Ik heb je doelboek echt heel leuk. Oh, leuk Sylvia. Heb ik veel gemist? Ik heb net gedoucht. Toen kwam ik dit tegen. En hoi Emily. Ja, leuk. Nee, je hebt nog niet zoveel gemist hoor. Ik had alleen even laten zien. Dankjewel Selina voor je superchat. Ik had alleen even laten zien wat we tot dusver hadden gemaakt. Je ziet het zo meteen waarschijnlijk nog 100 keer voorbij komen. Voor de rest hebben we nog niks gedaan. Nee, ik ga niet nog een keer die zonnebril opzetten. Ja, jij mag de chat wel lezen als je het leuk vindt. Jennifer zegt ook, hij staat nog aan hoor. Oké, zal ik even de chat... Oké, doe ik even de chat verhuizen. Wacht even jongens, jullie verhuizen met me. Doen we hem even... Hier zo, ja. Kijk, dan kan jij ook in de gaten houden of er donaties komen. En of er iets leuks in. Want dat wilde je graag. Je wilde vandaag graag de chat lezen, toch? Oké, nou doe ik hem daar zo. Ga ik intussen even deze boom weghalen, want ik ga hier deze klif even afbreken. Nee, niet de grond in. Ik heb me weer mijn zakken vol. Oké, wacht. Maar, dit is waar echt... I know, roze zonnebrillen gang, laat je horen! Echt heel erg. Ik moet even mijn zakken dumpen. Ik moet even sowieso een dumpplek hebben. Ik heb nu inmiddels een heleboel van die villagers maar op het strand gesmeten. Omdat ik ruimte nodig had. Dus echt, als ik eenmaal begin. En dat is ook waarom ik het altijd heel lang uitstel. Dan wordt het overal een rotzooi. Echt overal. Kijk maar. Dat is echt niet netjes meer. En dan ga ik mijn pad aanpassen. Dan krijg je dit soort dingen, weet je wel. Maak ik overal een troep van. Nou, hier is nog een
soort van oké, maar ook niet al te best meer. Ik denk dat ik hier even mijn dumpplek ga maken. Want ik moet echt even mijn bomen uit mijn zakken halen, want dat schiet niet op. Zo irritant. En het grasje kan ik niet meer gebruiken, dus moeten we ook echt halen. Zo irritant elke keer die zakken vol. Ja, echt hè. Vet irritant. En mijn zakken zitten echt zo snel vol. Vooral als ik aan het verbouwen ben. Kijk, dan zit hij gewoon helemaal vol met bosjes en met bomen. Dus die moet je dan weer ergens in de grond zetten. Dan moet ik ze weer opscheppen. Maar Rick zegt, gooi ze gewoon weg. Ja, kan ook. Maar dan moet ik die bosjes weer laten groeien. Die bomen weer laten groeien. En dat wil ik niet. Dus, daarom. Hoe kom... Nee, we hebben zondag chillen stream, jongens. Geen verboden woord. Daar zei Emily dat wil, hoor. Maar... Echt? Ja. Nee. Ja, dat gaan we doen. Oh, nee. Nou, dan mag jij het verboden woord niet zeggen. Dan mag ik het wel gewoon zeggen. Jij zegt helemaal niks. Nee, joh. We hebben gewoon lekker een chillen zondagmiddag, toch? Wat is je droomcode? Ja, ik weet niet of ik moderators heb vandaag. Oh, jawel. Annelien is er. Annelien. Hey, leuk dat je er bent. Annelien en ik hebben gisteren ook de hele dag Animal Crossing zitten spelen, hè, Annelien? Yes, verboden woord. Nee. Er is geen verboden woord vandaag, zegt Annelien ook. Het is een chille stream, ja? Annelien wil het niet. Helaas. Oké, ik ga heel even mijn bomen en mijn bosjes uit mijn zakken dumpen. Dan kunnen we gaan beginnen met verder bouwen. Zo. Oh, oeps. Jongens, waar kan je die paden vinden? Ja, dat had ik dus net al gezegd. Deze zijn van Colin Crossing. Kun je op zijn Instagram vinden. Dus overigens wel het laatste dat hij heeft geplaatst. Dus volgens mij is hij inmiddels gestopt met spelen. Snap ik. Die fases heb ik ook. Even klaar ermee. Ja, chill stream. Even lekker rustig wakker worden. Ja, toch? Oké, hebben we nog hier wat bomen? Dan wordt dit maar voor gewoon tijdelijk mijn bomendumplek. Ik heb nog een bomendumplek. Maar die ga ik dan wel weer opgraven om te gebruiken. Goed? En dan doen we hier even de bosjes ook. Kijk nou, het wordt wel gezellig. Ik vind het wel altijd leuk, altijd al die bomen zo bij elkaar. Jeetje, wat zijn we nog met veel kijkers, joh. Kijk nou, 852 mensen zijn aan het kijken. Nou, dat voor een zondagmiddagje. Ik ben er net, joh. Wat is er allemaal gebeurd? Ik ben op zondag live. Wow, dat is er gebeurd. Nou, we zaten toevallig laatst, hadden we het over die stream van een aantal jaar geleden. Volgens mij is dat nu 2 jaar geleden of zo. In 2020 was dat. Toen gingen we ook op zondagmiddag live, toch? Toen gingen we met z'n vieren. En toen gingen we ook Animal Crossing spelen. En dat was zo relaxed. Vond ik heel gezellig. Toen zei Emily van, ja, kunnen we dat niet vandaag gewoon weer doen? Wel ja, ik vind het allemaal best. Daarom zijn we hier. Oké, deze allemaal even uit mijn zak. Oh jongens, dan heb ik zo meteen lege zakken, joh. Ik vind het echt leuk dat je overdag streamt. Nou, dankjewel, Nora. Lekker in de auto op weg naar de vakantie. Maar dit is het perfecte vermaak. Nou, Elise, hele fijne vakantie alvast. Waar ga je naartoe? Wacht, sinds wanneer ben jij nou weer live? Ik zit hier nog steeds sinds vrijdagavond. Ik kon niet stoppen met Animal Crossing spelen. Zeg maar. Ah, oh, dat is ook een moderator. Kaylee, wat leuk dat je er bent. Gezellig. Lekker gezellig samen. Ja, toch? Ik ben ook mijn eiland aan het omgooien door jou. Oh, oh, Marielle. Nou, zie, het werkt toch wel inspirerend, hè? Om naar van die droomeilanden te gaan. Wij lagen gisteravond in bed, want wij zijn in de woonkamer gaan wezen logeren. Dus we hadden even lekker met elkaar gewoon allemaal een bedje hier beneden gemaakt. Toen zijn we in bed ook nog van die droomeilanden gaan wezen bezoeken. We hebben hele mooie gezien nog. Maar die mag ik dus niet op stream laten zien. Ik snap nu waarom, want ze waren wel echt heel mooi. Maar ja, daar waren we ook wel heel erg door geïnspireerd. Ze had helemaal een kastelenthema. En dan gingen helemaal die kastelen zo in naar boven. En dan had je daar allemaal van die kleine uitkijkpuntjes en zo. Echt zo mooi. Echt bizar. Hey Maris, je kan de stream niet meer terugspoelen. Kijk, zie? YouTube is ook gewoon nog een beetje aan het wakker worden op zondag. Die heeft ook nog even de tijd nodig. Kijk nou wat een gezellig park dit hier begint te worden. Oh, ik weet weer wat ik wil gaan zeggen. Nou, jullie hadden het er net over dat je de tomatensap miste. Dat was waar ik het over ging hebben. En toen zei ik van, maar ik heb daar iets voor bedacht. Ik wil namelijk een kermis gaan bouwen. En het leek me wel leuk om er ook een keer een spookhuis op te bouwen. Dat was het. Maar dat was ik vergeten net. Maar dat was wat ik wilde zeggen. Tot hoe laat ga je live ongeveer? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Totdat Rick het zat is dat ik de hele tijd dit aan het spelen ben. Ik vond het ook wel een hele mooie smoes op dit hele. Ja, sorry, ik ben live. Dus ja, nou moet ik wel dit spelen.
Hoe lang ben je al live? 20 minuutjes nu, denk ik. Ja, spookhuis. Ja, dat is toch leuk? Oh, lekker. Spanje, wat leuk. Nou, wij niet hoor. Wij zitten gewoon thuis. Maar wij zijn op weg naar een... Kijk ook hoe dit eruit ziet. Helemaal verracht hier inmiddels. Wij zijn op weg naar een... wat voor stijl wordt dit? Een beetje een stad in een oude stad. Dus een moderne stad gebouwd in een oude stad of zo. Ik denk dat dat een beetje de vibe wordt van dit eiland. Ik wil dit werk ook. Ja, dat snap ik, Babette. Oh, nee, maakt helemaal niet uit. Wat een verrassing, zegt Mechteld. Ja, hè? Ik vind het zo leuk. Ah, gezellig. Ik ga morgen naar Turkije. Jeetje, wat hebben jullie allemaal leuke vakanties, joh. Wij doen helemaal niks. Wil je ook naar Turkije, Emily? Nou, jij bent niet zo'n hele erg... ik ga op reis de persoon of wel. Nee? Ja, zou je dat durven? Dan moet je wel allemaal dingen eten die je niet kent en zo, hè? Ja, en Emily houdt echt niet van rijst. En niet van sushi en zo. Maar je houdt wel van vlees. We hebben natuurlijk ook wel heel lekker vlees. Ik zei al, we gaan eerst wel eens een keertje naar een Japanse restaurant. Dan... En noedels vind je ook lekker. Dat hebben ze er vast ook. Oh ja, Dionne die gaat ook live vandaag. Naar wie moet ik nou kijken? Ja, Dionne die gaat inderdaad altijd op zondag live. Daarom wilde ik het eerst ook niet doen. Ik denk, ja, dan ga ik weer... Eerst op vrijdagavond, terwijl Dinda ook live is, ben ik alweer live aan het gaan. Ik denk, maar ja, als ik met alles rekening moet houden, dan krijg ik weer mijn kop van jullie dat de Masked Singer weer op televisie is. Dan is Expeditie Robinson weer op de televisie. Dan kan ik nooit meer live. Dus ik dacht, weet je, dan ga ik gewoon heel vroeg. Dan zit ik Dionne ook niet zo heel erg in de weg, want die begint toch pas. Misschien zijn wij dan alweer klaar. Dus ik heb wel een beetje rekening gehouden met iedereen. Doe mijn best. Het weer is zo mooi dat ik vanmiddag misschien het park in ga. Ja, dat snap ik. Dat geef ik je groot gelijk in. Oké, ik heb even een paar bomen. Die gaan we ook nog even dumpen. Dan kan ik de rest in mijn dingen smijten. Ik ben helemaal in de war altijd als ik mijn eiland verbouw. Dan weet ik echt niet meer hoe ik hier naar boven kom. Hier langs. Ik ga morgen naar school. Oh, Lisa, jij hebt nog geen vakantie. Nee, ja, wij wonen natuurlijk boven in Noord-Holland. Dus dan heb je al wat vroeger vakantie. Waarschijnlijk heb jij... Nee, iedereen heeft toch tegelijkertijd meivakantie? Heb je geen meivakantie? Ja, oh ja, sommige scholen hebben 1 week meivakantie. Niet 2 weken. Ja. Dat dacht ik. Ja, maar dat is waarom jij altijd tot 3:30 op school zit. Omdat je dan wat langer vakantie kan hebben. Volgens mij is dat de reden. Want de meeste scholen zijn, als je, of ze hebben continu rooster, dan zijn ze wat eerder uit. Of ze hebben geen continu rooster en dan zitten ze tot 3:15 eigenlijk. En jij zit elke dag tot 3:30. En dat is zodat ze sparen voor extra vakantie, geloof ik. Maar Tessa heeft ook 2 weken. Wij hebben al 2 dagen mee vakantie. Ja, ja, wij dus ook. Oh, kijk. Ja, mensen in België die hadden 2 weken geleden vakantie. Ja, dat klopt. Dat weet ik. Want inderdaad, toen wij op Creadoe stonden, waren er een heleboel mensen die uit België kwamen. En toen zei ik, moet je niet naar school? En die zeiden dan tegen mij van, nee, wij hebben gewoon vakantie. Dus zij vonden het helemaal relaxed. En toen stond nog even een beetje mijn hart doen. Maar zij hadden inderdaad vakantie. Een soort van paasvakantie was dat of zo, hè? Dat hebben wij hier in Nederland niet. Paasvakantie. Oh, er zit daar een heel... Ik zie dat hele kleine puntje. Kijk, daardoor wilde die niet meer. Ja, inderdaad. Wij in België hebben nu geen vakantie. Nee, maar dat begrijp ik wel. Je kan niet eeuwig vakantie blijven houden natuurlijk. Dan wordt het wel allemaal heel... wel lekker. Het is wel lekker zoveel vakantie. Maar paasvakantie inderdaad. Ja, nee, dat hebben wij hier in Nederland niet. Of in ieder geval niet onze school. Misschien dat andere scholen het doen, maar dat hebben wij niet. Wij hebben inderdaad vooral vanwege de meivakantie. Maar dat komt omdat wij natuurlijk Koningsdag hebben. We hebben Bevrijdingsdag. En dat is natuurlijk allemaal in de meivakantie. Daarom is daar 2 weken in gepland. Maris, haat jij het ook als je Nintendo leeg is? Nee, want ik zet hem gewoon in de oplader. Mijn staat sowieso altijd in de oplader. Maar jij haat het wel als hij leeg is. Want jij hebt een light. Dus dan is dat inderdaad wel vaker. Maar ik heb dat niet. Want die van mij die zit altijd aan de televisie gekoppeld. Dus die van mij is nooit leeg. En wij kennen geen meivakantie. Nee, dan kom je waarschijnlijk uit België. Ik woon in België, dus had al vakantie gehad. Oh ja, Lise, ik had het inmiddels inderdaad door. Dankjewel voor je superchat. Op welke school zit Emily? Ja, nee, dat houden we gewoon geheim. Op de basisschool zitten. Ik woon in Utrecht en ik heb vakantie. Kijk, ja, dat snap ik. Oké, laat me even mijn zakken legen, want anders schiet het nooit op. Even deze troep eruit. Ik ben blij dat je live bent.
Had net een tenniscompetitie, maar verloren, dus dit maakt mijn dag weer goed. Ah, dankjewel Lisa voor je supertje tot balen dat je verloren hebt. Ah. En dankjewel Destiny. Somehow was die uitgegaan, niemand weet waarom. Oh, je hebt lekker sushi bij je. Het is net niet in beeld, je kan het net niet zien. Hallo! Oh, lief Susha. Lief. Lisa, ik speel ook tennis, zegt Sylvia. Kijk nou, we zijn gewoon met 906 mensen. Allemaal lekker hier voor de chille zondagstream. Zo gezellig. Emily, heb jij een eigen eiland? Jazeker. Als je wil, mag je hem even laten zien. Ja, haal hem maar eventjes. Ga ik in de tussentijd even lekker even dit pad afmaken. Want dit moet echt even veranderd worden. Dit ziet er natuurlijk niet uit. Mijn zakken zijn nu leeg, dus ik heb nu gewoon alle ruimte om dit te kunnen doen. En dan denk ik dat we hier gewoon zo een beetje zo het bochtje omgaan. Oh, die Marshall die loopt de hele tijd in de weg. Ik zag net iemand dit keer de puntjes niet vergeten, hè? Ik zal je vertellen. Ik ga sowieso de puntjes niet vergeten. Colin Crossing is dit keer een beetje lui geweest. Hij is 2 puntjes vergeten te maken. Tenminste, die stonden er niet tussen om te kunnen downloaden. Dus kijk, dat kan je hier zien. Kijk. Dus overal zie je netjes. Ik heb hier expres bladeren overheen gegooid. Maar kijk. Zie je hier dat gat? Daar hoort eigenlijk ook donkergrijs te zitten. Maar deze 2 bovenste hier zo zijn net niet gemaakt. Dus ik heb het allemaal op allemaal verschillende manieren geprobeerd op te lossen. Maar dit was het beste. Dus niet boos worden dat ik die puntjes niet doe. Kon ik niks aan doen. Dat is niet mijn schuld. Ik heb hem alleen voor hier. Want dan heb ik hem met een stoephoekje erin. Maar voor daar heb ik hem helaas niet. Oké, gaan we hier zo langs naar boven toe, denk ik. Hier zo. Ik heb mijn boekbespreking. Die ben ik aan het voorbereiden voor morgen. Oh, succes, Lisbeth. Maar dat kan jij. Dat komt helemaal goed. Ik ga zo op vakantie en ik ben sad. Hoezo ben je nou sad als je lekker op vakantie gaat? Wil je nog naar de IKEA-wereld? Nou, ik moet heel erg zeggen, ik ben best wel nieuwsgierig inderdaad geworden. Ja, iemand zei, ik heb een IKEA-wereld gevonden. Eens even te kijken hoe ik dit ga doen, hoor. Ja, kan jij even je muziekje uitzetten? Anders dan horen ze 2 verschillende muziekjes door elkaar heen. Kijk, dan doen we die hier. Ik vind die schuine paden altijd zo ontzettend gezellig staan. Daar ben ik altijd heel blij mee. Ja, jij hebt ze ook, maar jij gebruikt het overdag. Nee, alleen de rechten, hè? Waar haal je die scheppen? Je bedoelt in het spel? Gewoon hier die? Gewoon bij de noekzoek. Oh, deze heb ik gemaakt. Kijk, dit is zo'n goudrecept. Dus die gaat wat langer mee. Anders dan blijf ik elke keer weer een nieuwe schep halen. Ik krijg een toren voor een Dark Princess. En nee, niet de gelige. Oh, wat lief. Oh, echt grappig. Ja, jij hebt lekker flesje water. Ik heb helemaal geen flesje water. Ga ik zo meteen ook eens even halen. Zo helemaal onder... Ah, nee hoor, lekker. Even kijken, ik denk dat hier... streepje die kant op moet. Dit kan wel, toch? Doen we hem zo. Yo, die schuine dingen is altijd zoveel om over na te denken. Emily die zegt ook altijd, want ik ben altijd aan het bouwen in dit. Emily zegt ook altijd, oh nee. En jij ziet er dan weer van alles in. En ik zie er echt helemaal niks in. Ik zie alleen maar chaos. Is dat nog steeds? Nee, toch? Nu zie je toch wel een beetje wat ik aan het maken ben. Oké, nou, en dan is het een extra leuke verrassing. Het wordt heel mooi. Maar ja, ik heb zoiets, ik ga niet alles zitten wegvegen. En dan het weer helemaal terug zitten doen, weet je. Ik kijk er gewoon doorheen. Gewoon niet op letten, gewoon er doorheen kijken. Wat zijn jullie eigenlijk allemaal aan het doen in de tussentijd? Emily, iemand zegt, waarom heb je niet een Creatic flesje? Dat kan natuurlijk niet, hè? Is dat jouw droomadres? Ja. Zit je nou... Oké, wacht, ik doe hem even in het groot, goed? Zit je nou... Oh, ik heb allemaal dingen in beeld. Wacht. Ik kan allemaal zondag. Oké, de Deek Express, dat jullie even mijn puist dan dichtbij kunnen bekijken. Kijk, dit is Emily, haar droomadres. Kijk. Even reclame maken voor jezelf. Oh, dan kunnen jullie kijken op het eiland. Maar het is nog wel onder constructie. Maar daar heb je nog niet dat hele water, toch? Oké, want Emily was helemaal geïnspireerd door dat Japan-eiland. Ja, maar dat wil ik ook. Oh, oké. Wil je het hier zo laten zien? Want dat kan wel, dan laat je het gewoon zo in het scherm zien. Ze is namelijk nu bezig met mega waterverbouwing aan het einde. Zoals in dat Japan-wereldje ook was van afgelopen vrijdag. Als je die niet hebt gezien, moet je die maar even kijken. En er was achterin helemaal water en had je dat uitzicht met zo'n eilandje in de verte. Echt super mooi. Oh, iemand kon geen foto maken, dus die heeft nog even je aan het kleien. Oh, lekker, Lauren. En dankjewel. Nou, dan gaan we even muziekje erbij. Gezellig. Dankjewel voor je superchat.
Daar is die. Oké. Okay. Nee, hè? Ja, jawel. Hij moet alleen... Doe het, doe het. Hij vindt het heel moeilijk. Doe het, doe het. Nee, hij wil het niet doen. Oké, okay, nou, dan moet je maar naar de droomcode van Emily gaan. Als je hem nog heel veel wil laten zien. Yay, muziekje. Nou, gezellig. Ik zit lekker in mijn bed te kijken. Oh, hij is wel lui hoor. 10 voor 1 nog in je bed. Dat deed ik vroeger ook. Oh, kijk, Lief is wel goed bezig. Want die is de kledingkast aan het opruimen. Hier, laat je droomcode nog even een keertje zien. Want dan kan ze nog even... Emily gaat hem nog een keer laten zien hoor. Dan kan je even een foto maken. Goed, dan laat ik hem even een tijdje zien. Dan kan je even kijken. Maar het is dus nog under construction. Kijk. Tadaa. Emily de droomcode. Ja, maak maar even een foto. Ja? Iedereen gedaan? Mag ik eindelijk weer verder met mijn Animal Crossing bouwen? Yeah. Zo zijn we weer. Ik ben aan het studeren tijdens jouw stream. Oh, wil dat een beetje lukken? Ja, ik zou het niet kunnen. Ik heb hier... Kijk. Hier, die moet ik nog steeds verplaatsen. Wacht, dat ga ik meteen doen. Want dit is echt niet handig. Lekker hoor, dankjewel Lauren voor de gezellige muziek. Zal lekker wakker worden zo. Doe maar alsof je het hoort. Kijk, ik had net geen plek meer voor deze. Die heb ik helemaal hier beneden... Oeh, nee, zit ik hem op te drukken. Die heb ik helemaal hier beneden neergezet. Maar dat is helemaal niet handig, want daardoor moet ik hem elke keer zoeken. Ja, hier, die moeten we van plek ruilen. Die gaat even naar boven. Die doen we dan. Oh, oeh, ik heb geen plek. Doen we wel hier. Doen we wel in ruil voor deze. En dan moet deze weer even van plek ruilen. Ja, jongens, anders blijf ik zoeken als ik zo meteen aan het bouwen ben. Dan word ik helemaal gek. Doen we die even ruilen met die. Kijk, zo, dit gaat goed. Oké, we gaan weer verder. Please, over de Crea-credits vraagt Jennifer. Jennifer, leuk dat je er ik ook maak bij me ondertussen. Bent. Ik moet straks optreden met mijn soulband knipogende smiley. Ah, wat superleuk. Optreden met Sol. Met heel veel succes, Kelly. En dankjewel voor je superchat. Waar is Mila? Ja, Mila is in de woonkamer. Die is iets anders aan het doen. Ik weet niet wat ze aan het doen is. Oh, daar was de muziek alweer. Oh, ze is Roblox aan het spelen. Ah, oh, gezellig. We zijn allemaal een beetje lui vandaag dus. Oh, Roblox. Hey, sta ik aan in de woonkamer. Ik hoor Mila in één keer schreeuwen. Roblox is aan het doen. Oké, okay, duidelijk. Oké, okay, die moet tot hier. Ja, echt hoor. Welkom bij deze stream waarin ik... Zo bouw ik dus altijd, hè. Dit is mijn chaos waarin ik altijd mijn eiland een makeover geef. En dan zitten Emily en Mila altijd in mee te kijken. En dan zeg ik, dat vind je het mooi? Ja, ik weet niet. Maar je moet eventjes bedenken dat dit wordt vet mooi. En dan komt hier mijn huis en ik zie het dan al helemaal voor me. En ik kijk hier gewoon helemaal doorheen. En Emily die denkt altijd, ja, ik weet het niet. Maar oké, okay. Ik snap het wel. Diana heeft wolkjes. Ja, ze hebben bij mij allemaal wolkjes. Ik word er helemaal gek van. Jij zei dat ik een berichtje op Insta moest sturen, maar je hebt het nog en niet bekeken. Ah, oh, dankjewel weer, Lauren, voor je superchat. Ik krijg heel veel berichtjes op Insta, dus ik doe mijn best om ze allemaal te bekijken. Maar ik kan niet beloven dat ik ze ook echt allemaal zie. Maar er komt weer muziekje. Niet nog meer doneren, dit is genoeg zo. Dan zitten we de hele tijd in de muziek. Maar daar is hij weer. Yay! Heb je ook nog kunnen doen? Ja, of, ja, wel, ja. Maar ik ga nu wat doen. Maar, ik heb net gewoon gewonnen. Wat was je? Oh, lekker bezig. Lekker bezig. Ging je in je eentje? Of deed Mila ook mee? Oh, oké. Okay. Mila zit alleen maar Roblox te spelen. Ja, die is heeft een nieuwe game gevonden in Roblox Bloksburg, hè? Die vindt ze zo leuk. Daar is ze zo lekker bezig. Oké, okay, ik ga de bomen weghalen. Ja, ze staan in de weg. Ik moet even iets pakken en me opslaan dan. Lekker vibe op dit liedje. Je hebt een keertje op mijn antwoord gegeven op Insta. Toen was ik super blij. Ah, nou, ik doe altijd mijn best ook hoor, om op iedereen te reageren. Maar sommige mensen sturen heel veel vragen en dan reageer ik niet altijd. Want dan zit ik de hele dag op mijn telefoon. En ik zit al heel veel op mijn telefoon, hè, Emily. Dus zij worden niet blij hier in huis als ik nog meer op mijn telefoon zit. Dus ik kan helaas niet op iedereen reageren, maar ik doe altijd mijn best. Ja, maar dat is dus hierom. Want anders dan krijg ik boze berichtjes van Lauren dat ik zijn superchat niet of zijn Insta berichtje niet heb gelezen. Wat leuk dat Emily er ook weer bij is, zegt ze. Ah ja, Emily vindt het altijd wel gezellig, hè? En je mag zelf wel op meedenken, Emily, want ik heb jouw hulp altijd nodig in je mening. Maar je mag in de tussentijd zelf ook wel lekker Animal Crossing. Vind je het leuker om lekker te kijken? Nee, maar doe je dat lekker? Wat je wil, schat.
Of je mag ook gaan, weet je? Nou, je blijft sowieso hier. Oké, ik wou zeggen, je moet niks hoor. Heeft ik heb ook Roblox hoor. Ja. Oh, je wil Roblox spelen? Oh, dan vroeg iemand dat. Ja, en Bloksburg speel jij ook, hè? Maar is er ook nog een ander spel? Ja, die paardendingen speel je wel eens? Hé, hey, Miempje. Kijk, puntjes, jongens. Ik vergeet de puntjes niet. Moet hij hier eigenlijk ook? Oh, niet daar, sowieso. Oh, doei. Oh, lief ben jij. Nou, lief. Ik zit even te kijken, want volgens mij moet mijn stoepje hier weer recht. Oh, hier kan ik echt al zo lang mee bezig zijn met die schuine stoepjes maken. Dit klopt niet. Dit klopt niet. Hier heb ik nog zo'n schuine nodig. En dan pas kan die recht. Bloksburg is 25 Robux, toch? Oh. Ja, maar zegt Emily. Het is wel... Het is het waard. Het is het waard. Oké, okay, Emily zegt het is het waard. Mila, 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 zegt GG. Ja, Mila is alweer weg. Mila die heeft een heel druk... Ja. Ja, hoor, zometeen weer door de muur heen. Ja, hallo! Oké, dit pad gaat helemaal hierheen. En dat vroeg ik net aan jou, Emily. Ga ik dan zometeen hier zo ergens wonen? Hier? Dat ik dan zo aan de winkelstraat woon? Of doen we aan de winkelstraat bijvoorbeeld... een ander huisje of zo? Ik weet even niet zo goed wat ik met die huisjes moet. Ik heb eigenlijk al heel lang niet echt meer die huisjes ook ingericht en zo. Hoe heten ze op Roblox, als we het mogen weten? Mogen ze het weten? Of wil je anoniem blijven op Roblox? Nee. Oh. Ik heet Crea Emily. En Mila wil het vast ook weten. Dus als ze zegt ja, dan, ja, we horen het dan zeg ik het wel. Okay? Ja. Crea Emily. Oké. Okay. Ik ga Crea Emily. Ja, oké. Okay. Nou, dat ben je ook zo Crea dan, denk ik. Ja, ik hoor altijd alleen maar... Oh nee, mijn mama heeft mij de hele avond alleen gelaten. Oh nee, ik heb zoveel honger. Ik sterf uit van de honger. En dan zeg ik, Emily, ga dan wat eten. Nee, in het spel. Oh. Hè? Dat is niet gelogen. De hele... Oh, wat zeg je? Ik hoor Mila, die schreeuwt op de muur. Oh, schreeuwt ze ja? Mila de baas. Mila de baas. Nou, helemaal reclame voor de Roblox dingen. Ik speel geen Roblox voor de mensen die mij ook weer de toekomst hebben. Maar Emily en Mila die spelen het wel. Kijk, ik heb nog geen idee hoe ik dit zo meteen ga laten aansluiten. Maar dit weg wordt in ieder geval leuk. En voor de mensen die denken, dat gaat ook niet snel. Ah, dat is leuk. Ik heet ook Emily. Wat een mooie naam. En dan Mila de baas, ook leuk. Ja, zo heet ze eigenlijk bijna altijd in alle spelletjes. Mila de baas. Ja, ik snap het. Oh, ik vind het wel gezellig zo. Dit paardje zo deze kant langs. Even kijken, die nog? Nee, ja, nee. Mij trekt het niet zo. Ja, weet ik. Maar ik ben daar te oud voor, denk ik. Wil ik hem hier? Nee, ik wil hem niet hier. Oh, ja, dat zou kunnen hoor. Mila speelt wel eens vaker met mensen. Oh, wat Mila is vet populair op Roblox. Ja. Waarom is ze zo populair? Nou, ze voegt gewoon iedereen toe. Ja. Echt gewoon. Nee. Het pad is niet beschikbaar. Dan heb je denk ik niet goed ingevoerd. Het pad is zeker beschikbaar, want ik heb hem pas gisteren gedropt gezet. En ik was er vanmorgen zelfs nog. Ik vind Emily wel, maar Mila niet. Mila de baas. Aan elkaar vast, denk ik. Maris, speel je ook wel eens andere games dan Animal Crossing en The Sims? Jazeker, maar in fases. Soms speel ik een spel heel veel en soms niet. Oh, oeps, ik zit hier even met een probleempje. Als ik hier dat pad zo schuin doe, dat gaat niet goed. Nee hoor, dan zien ze dat zo meteen maar. We hebben hem net twee keer laten zien. Als je hem niet hebt gezien, helaas, pindakaas. Heel sad, heel jammer. Oké, ik moet hier zo meteen even over nadenken hoe we dit gaan doen. We gaan even hier achter. Kijk, dit is leuk, toch? Dit vind ik wel gezellig zo. Als het paardje zo meteen hier zo... Door die... Ja, maar ik vind het hier zo schattig staan. Ja. Ja, en die nog zo. En dan naar beneden. Ja, je hebt misschien gelijk. En dan daar nog van die steentjes. Ja, vind ik ook leuk. Je hebt gelijk. Maar dit speel een keer Minecraft. Dat vragen jullie ook echt zo vaak. En dan ga ik het vast een keer spelen. Drie kijkers, weet je wel.
Nee, maar ik weet het niet. Weet je, ik kan ook niet beloven, want ik ga een spel spelen omdat jullie dat willen of zo. Weet je, zo werkt dat voor mij helaas niet. Als ik het niet vanuit mezelf helemaal met een focus erop wil spelen, zeg maar, dan gebeurt het ook gewoon niet, want dan ben ik hem na 3 minuten zat. Dat is hetzelfde met dit spel. Ik moet echt helemaal zin erin hebben. Anders kan ik het wel gaan spelen, maar dan is het ook helemaal geen leuke stream, want dan zit ik er helemaal niet in. Dus nu zit ik er weer in, dus geniet er lekker van. Niet zo zeuren om andere games. Klaar. Maar is op zondag. Lekker direct. Emily heeft een fossiel op je eiland. Ja, in de droomcode waarschijnlijk. Dat zou prima kunnen. Kijk, even kijken. Zo. Ja, ik laat het even zo. We gaan even die klif hierachter wegbouwen. Nou zit ik alleen te denken, wat doen we hier aan het einde van het straatje? We gaan sowieso hier, die straat hier ook achterlangs loopt. Oh, dat ik hier zo in het midden woon. Oh, dat is wel een leuk idee. Oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we klif slopen hier. We weten alleen niet hoe we zitten met dat huis hier aan de bovenkant. Die, ja, die moet sowieso weg. Leuk dat je extra live bent, zo gezellig. Ah, dankjewel Ingrid. Gezellig dat jij er ook bent. Ik hoop dat het Ingrid is en anders Ingrid. Gezellig ook dat jij erbij bent. Kan je een zebrapad maken? Ja, dat kan. Dat kan. En daar heb ik ook gewoon stukjes voor. Hallo Maris, komen er nog een keertje doppers? Dat weet ik niet. We hebben ze toen echt voor Crea doen laten maken. Dus ik weet niet of we ze nog vaker gaan maken. Kijk, als het aan mij ligt, maakt het niet uit. Maar ik weet niet of de uitgeverij dat ziet zitten. Volgens mij zijn er echt nog 2 kleurtjes. Maar ik durf niet met heel veel zekerheid te zeggen. Die zijn nog te koop op hun eigen website. Dus mocht je er echt nog heel graag eentje willen, dan moet je even naar de website van muscreatief.nl. En dan daar zoeken op Creachick. Er staat volgens mij nog een oranje kleur en een groene kleur. Maar ik weet niet of ze er nog zijn. Het waren in ieder geval de allerlaatste productjes die nog over waren. Onder nog een doosje op het kantoor. Die we niet hadden meegenomen naar Crea Doe. Dus die kan je in ieder geval dan nog online bestellen. Ja? Moet je wel snel wezen, want op is op. Op is op. Oké, halen we deze boom ook even weg. Dan kan ik hier even rustig gewoon alles slopen. En die. En dan hoop ik dat we met dat huis niet echt in een knoei komen. Dan verhuizen we die later wel. Dankjewel Elke voor je superchat. Welkom bij de gezellige zondag chillen stream. Hoe krijg je van die muren in Animal Crossing? Nee, die kan je ook gewoon kopen. Kijk, dit was wat ik jullie vorige keer wilde laten zien. Je hebt dus hier op je mobiel. Maar dan moet je dus wel eerst het verhaal bij uitgespeeld. Dan krijg je op je mobiel krijg je dit. Anders moet je dit even doen bij het stadhuis. Dan heb je dus speciale artikelen. En kijk, en hier zit af en toe zo'n muur tussen. Dus dan kan je hem bestellen. Maar ook die torens, maar die komen dus bij mij nooit, die torens. Waarom weet ik niet. Die auto's en zo bestel je dus ook allemaal via daar. En de rest heb je natuurlijk gewoon in de Nook's Crannies. Kijk, en dan doen we deze kant ook even weg. Ga je vrijdag live? Dankjewel Anne voor je donatie. Ja, waarschijnlijk wel. Ik weet het nog niet. Ik laat me altijd een beetje verrassen. Maar over het algemeen is dat de bedoeling dat ik elke vrijdag live ga. Dus ik denk, dit is gewoon een extra. Oh, Annelien zegt, Maris, check je Discord eventjes als het kan. Oké, wacht. Ik heb hem helemaal niet eens openstaan. Ik zal hem even openzetten. Oké. Discord. Ik ben er hoor. Ik ben er in de Discord. Wat is er? Wat is er? Oh, over onze leeftijden. Is dat het, Annelien? Maris is 34, Rick is 37, Emily 11, Emilia 9. Klopt. Klopt. Oké, deze. Ja, dit. Oké, dankjewel. Ik had hem gevonden, inderdaad. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik ben 34, Rick is 37, Emily is 11, Emilia is 9. Maar ik zal jullie wat vertellen. Ik ben mijn jaren. Ik heet Horloge 0812 PLS AC Septierme. Waar? Op Instagram. Ja, maar ik ga niet iedereen toevoegen hoor, lieverd. Ik snap dat dat allemaal heel gezellig is, maar ik kan niet iedereen gaan volgen en toevoegen. Als ik er eenmaal aan ga beginnen, dan wil iedereen dat. Maar je mag me altijd een berichtje sturen. Even kijken. We gaan er weer even wat bomen weghalen. Ik ben ook 11. Oh, ik heb donuts, zegt Bobby. Bobby, kom ze eens even brengen. Ik wil ook donuts. Die hebben we. Emily wil er ook. Ik ben onderweg naar de camping. Gezellig, lekker. Heel veel plezier alvast op de camping. Oké, dit is weg. We gaan die kant ook nog even. Zo. Dan gaan we hem hier veel groot maken. Roblox. Oh, op Roblox is dat. Ah, oké. Dankjewel Elke voor je superchat. Ik zit thuis zonder vrienden zielig te zijn. Ah. Oh. Maar wij zijn er toch. Dat is toch niet zielig, dan is het toch gezellig.
Mijn moeder wil zo de F1 kijken. Oh nee. Nou, dan kijk je net gewoon op je tablet of zo. Dat kan ook. Oké, dan gaan we even hier die weg verder leggen. Want dan weet ik al helemaal hoe ik het ga doen. Want er komt daar in het midden mijn huis. Ah, dan woon ik weer bij de gate. Net als in het begin. Dat is wel vet leuk. En lang geleden. Oké, hier gaat hij deze kant op. Zo. Oh, dan heb ik ook echt een vet schattige entree. Met allemaal van die lampjes zo naar mijn huis toe. Dat is echt heel leuk. Zo, en dan gaat hij hier deze kant op. Dit moet ik alleen nog even weer verder afmaken. Welkom weer in de chaosbouwing. Daar kijken we dus weer even doorheen. En hier gaat hij hierheen. Ja, ik heb altijd nog wel die designs bewaard van dat parkpad, zeg maar. Omdat ik nog niet wist of ik daarna nog wat mee ging doen. Ik vind ze wel nog steeds heel leuk. Maar ik weet niet of ik hem nog echt vind aansluiten zometeen. Maar we moeten maar even kijken. Hier, dit stukje moet nog weg. Zo. Ik ga bye Love Dogs. Leuk dat je erbij was. Weet je dat ik trouwens gisteren echt geen één keer die cadeautje erbij heb zien vliegen? Nee, ik heb er denk ik ook echt niet op gelet. Ik maak ze toch niet open. Nooit zin in. Te veel gedoe. Ik ben aan het bouwen. Ze komen ook zo vaak. Elke 5 minuten geloof ik. Blijf bezig. Iedereen die nog vraagt hoe Emily op Roblox heet en Mila. Als je het hebt gemist, dan kijk je dat later eventjes terug. We gaan dat soort dingen niet blijven herhalen. Dus, helaas pindakaas. We zijn vandaag niet in de stemming voor 1000 keer dingen herhalen. Het is zondag, jongens. Kom op. Ik zit hier alleen zonder vrienden. Maar als jij live bent, dan voelt het gezellig. Ja, toch? Dan voelt het niet alleen, toch? Dan voelt het gewoon net alsof je erbij bent. Ik ga hier die cliff nog even weghalen. Want ik denk niet dat ik er nog eentje ook op de achterkant ga zetten. Want volgens mij zie je dat toch niet per se heel erg. En dan doe ik dat aan die kant ook. En dan denk ik dat ik die gebouwtjes wel leuk vind zo. Maar ja, wat ik zeg, dat heb ik dus. Ik heb het opgeslagen in een mapje op Pinterest. In Animal Crossing Inspiratie heet dat mapje. En daar zit dat dus in waar ik dit dus vandaan heb gemaakt. Dat lijkt er echt mega veel op. Maar ik vond het echt zo ontzettend leuk. Ik zag ook van die mensen die dus echt van die hele mooie kastelen in de verte bouwen. Dus net zoals dat eilandje van vorig jaar, ze helemaal over dat water heen. Hadden ze dus van die kastelen helemaal zo in de verte. Dat zag er ook echt vet leuk uit. Wat heb je eigenlijk nog een keer gedaan? Wat? Wat heb ik eigenlijk nog een keer gedaan? Die vraag snap ik niet helemaal. Ik heb eigenlijk heel veel nog gedaan. Superleuk en cool. Yeah. Oké. Hier ga ik dus wonen. Wel handig trouwens. Als ik dan het spel opstart. Omdat ik even naar de gate moet of zo. Dan ben ik er wel echt super snel. Nou, gaan we hier weer de hoek om. Dan doen we het pad wel gewoon recht, goed? Verder niks spannends of zo. Oké, gaan we hem hier achterlangs bouwen. Komt hij daar dan precies uit? Nee, zeker. Hij matcht nu zeker. Nou, dan doen we hem daar gewoon wel met een knikje in. Dat komt goed. Dat komt wel goed. En doen we hem hier. Even kijken met die steentjes. Zo. Zo. Die komt hier. Kijk, doen we hem gewoon zo. Oh, dat staat vet leuk. Dat staat echt gezellig. Ja, dat is helemaal mooi zo. I like. Heb je een verboden woord? Nee hoor, vandaag niet. Dankjewel Dylan, dankjewel voor je superchat. Of voor je super sticker. Taart, lekker, nu heb ik zin in taart. Dankjewel. Hey, ja, we hebben Maltesers, maar dat is niet hetzelfde als taart. Dat is ook lekker. Maar ja, maar we hebben alleen geen... nog een beetje. Maar we hebben geen aardbeidjes meer. En we hebben ook geen slagroom meer. We hadden gisteren al ijs gemaakt. Dus dat is wel een beetje sad. Maar we hebben bijna taart. Want ik ben bijna jarig deze vakantie. Dan kunnen we lekker monsieur taart eten. Ik vier vandaag mijn verjaardag. Wil je een stukje? Nou, Liedewij. Woon je toevallig heel dicht in de buurt? Dan kom je het even brengen. Het ziet er echt al zo leuk uit. Ja, wordt altijd leuk, hè? Ik vind het altijd gezellig als ik het weer even helemaal aanpas. En dat je dan weer vanuit het niks... Vooral vanuit de chaos iets ziet ontstaan, is altijd leuk. Maar ik moet even nadenken over hoe ik nu weer dit ga doen. Even kijken. Nee, ik moet hier niet dit stuk hebben. Ik moet hier weer... Oh, jongens, soms echt nadenken over al die stukjes. Maar je krijgt wel iets heel leuks ervoor. Maar het is wel altijd heel veel nadenkwerk en heel veel switchwerk. En
Het is leuk, het is tof, het maakt het mooi, maar je moet er wel van houden. Ik vind het altijd wel leuk. Maar soms denk ik ook wel eens, dan snap ik even niet meer wat ik aan het doen ben. Maar dat komt misschien ook door mijn extreme chaos overal. Oh, hey, ik ben 38, zegt Rick. Oh ja, dat is natuurlijk ook zo. Rick is 38, correctie. Ah joh, 37 vind je toch vast ook niet erg om te horen. Ik heb geen zin in school. Nee, snap ik. Oh, Sophie zegt ik heb appeltaart. Hoezo hebben jullie allemaal taart? Hoezo? Waarom? Leuk, zo'n extra stream geeft taart XD. Ah, dankjewel Hasselino. Nou, daar kunnen we wel een taart voor halen. Daar komt hij weer. Zo'n hoge donatie, dankjewel. Zo lief. Je blijft wel op nummer 1 staan ermee trouwens. Thank you. Nou, dan moeten we zo een taart gaan halen dan. Lekker. Maar dat kunnen we niet. Moeten we wel bij de supermarkt taart halen. Daar hebben ze geen monsjoetaart of zo. Nou. Stoppen met deze stream. Ja, jongens, we hebben geld voor taart. Wij gaan weg. Ik zit even te denken trouwens in de tussentijd hoor. Hoe we dit kunnen doen. Deze streepjes hier. Ja, ja, die betaalt onze taart. Dankjewel Dylan voor je superchat. Iedereen weer in de chat. Waarom ben je toch aan het filmen? Moet je straks de stream even terugkijken, Carola. Zet op pauze, dan ga je taart halen en dan ga je gewoon weer verder. Ja, maar dat doen we wel een keertje bij die 12 uur stream. Nu staat papa bij mij in de kamer en heeft hij weer dat muziekje in zijn kop. Sorry, sorry. Gaat Rick geen monsjoetaart zelf maken? Ja, dat doet hij met mijn verjaardag altijd. Wat heerlijke muziekje. Willen jullie een keertje weer met z'n vieren streamen? Ja, dat past niet echt meer hier zo in beeld. Kijk, maar met z'n tweetjes is het al een beetje vol. Toen hadden we nog een hele andere studio, joh. Toen kon dat nog. Maar dat is nu niet echt heel handig. Ik hoop trouwens dat dit uitkomt. Het wordt echt wel heel krap. Het kan net aan of net niet. Anders dan zouden we deze één breed moeten maken in plaats van twee. Love je Animal Crossing en Sim Streams. Ah, dankjewel Channel Vaartje. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dankjewel voor je superchat. Nee, niet papa, maar Mila. Wat? Zit jij nou ook stiekem in de chat te kletsen? Wat vind je van alle fanaccounts? Ik heb er zelf ook een. Dat vind ik hartstikke leuk, Annelie. Ik kijk ze altijd heel graag. Maar ik volg jou toch ook? Ik heb jou toch in live meegekeken? Dat was jij toch? Ah, oh, de muziek is op. Wanneer ben je jarig? 5 mei ben ik jarig, Anne. En dankjewel voor je superchat. Heb ik er één geskipt? Ja. Even kijken. Van Dylan? Nog eentje van Dylan. Ah, oh, Dylan, dankjewel. Super lief. Sorry dat ik hem heb gemist. Oké, ik moet heel even nadenken. Want ik zit in de knoei. Oei, 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 ik zit in de knoei. Ja, nee, dat betekent... Oké, jongens, dit gaan jullie niet leuk vinden. Maar alles wat ik net heb gebouwd, ga ik weer verprutsen. Want ik zit in de knoei. Ik kom niet uit. Hij moet namelijk eentje kleiner. Dus we gaan hem hier doen. Ja, nu gaat het echt een chaos worden. Dit is echt waar Emily altijd van zegt van... Nee, hier word ik echt niet vrolijk van. Dus ik wens jullie heel veel sterkte. We gaan hem even opnieuw aanleggen, want hij is niet goed gegaan. Want anders dan kom ik niet uit met het stadhuis. Kijk, we gaan hem hier even breder maken. Dan ga ik de hele pad, moeten we even eentje opschuiven. Anders komt hij net niet uit. Yeah! Ik heb kwarktaart. Nou, echt. Fleur! Jullie zijn echt allemaal snoeperts bij elkaar. Wat zitten jullie veel te eten? We hebben taart nodig. Ja, ik word niet al wat... Ga je echt taart halen? Mila zei dat. Wij kunnen het wel halen. Ah, oh, ja, maar de appeltaart van de Albert Heijn vind ik niet zo heel erg lekker. Kijk, pak. Ja, maar het is zondag. Is de bakker open op zondag? Nee, ja, daarom. Wat een leuke live. Groetjes uit Friesland. Ah, dankjewel Hilda. Groetjes terug. Dankjewel voor je superchat. We zitten intussen even na te denken. Wij willen nu ook taart. Jullie hebben ons helemaal geïnfluenced. We willen taart. Maar de bakker is dicht. Rick gaat taart halen, zegt Annelien. Ja, blijkbaar. Mila gaat taart halen. Echt super lief. Ja, we zouden anders wel gewoon bij de supermarkt gewoon iets kunnen halen. Gewoon iets van tompoesjes of zo dan maar. Maar niet heel spannend. Ja, denk het wel. Oh, zo lief. Heb ik er weer eentje gemist? Ja. Nee, van Hilda heb ik net een ding. Toen zei ik nog wat lief groetjes terug, zei ik nog. Maar je let wel goed op.
Nou ja, neem maar wat mee. Ja, het liefst ook mijn shoot-out, maar dat moeten we wel mezelf maken. Dus dat doen we met mijn verjaardag al. Ja. En okay. Emily zei al, of we moeten snel stoppen met streamen. Want dan gaan we naar het streek op en dan gaan we daar gewoon lekker taartje halen. Nee. Oh, lief. Dankjewel. Nou, wij zijn lekker. Mag ik nog even wat zeggen? Ja. Als de mensen die Animal Crossing spelen en heel veel spulletjes nodig hebben, die moeten eventjes lid worden van ons Discord. Oh. En dan na de stream gaat daar wat leuks gebeuren. Oké, doei. Ah, echt waar? Oh. Oké, nou, join de Discord. Ik denk dat Annelien wel eventjes in de chat nu laat weten waar onze Discord te vinden is. Wil je een stukje monsjoetaart, Melissa? Ik hou van monsjoetaart. Dat is echt mijn favoriete taart. Sorry, ik was even geconcentreerd. Ik dacht dat ik met Poppy zou gaan zitten praten. Dankjewel, Dylan. Dankjewel voor je superchat. Oké, maar join dus de Discord, jongens. Daar gaat dus wat leuks gebeuren. Als je veel spulletjes wil. Met geheim waar alle spulletjes vandaan komen. Waarschijnlijk. Kom maar naar het streekhof hoor. Daar woon ik vlakbij. Al gezellig, Lisa. Nou, we zijn er wel eens. Dus als je ons een keertje ziet, dan moet je maar voor je zeggen. Oh, jongens, ik moet even nadenken. Laat me heel even nadenken. Want ik zit er weer helemaal een zooi van te maken hier zo. Kijk maar. Oh nee, daar moet ik een stukje met een stoepje. Hij moet. Oh, wat een ellende dat hij ook weer echt eentje opgeschoven moet worden. Dat je dan niet gewoon even selecteer alles kan doen. En hup, schuif hem even eentje op. Nee hoor. Dan moeten we echt altijd een mega rotzooi voor maken. Dat is echt. Kan bijna niet erger. Die moet dan nu daar. Ja, snappen jullie hem nog? Hebben jullie hem nog door? Het kost lid worden van de Discord geld. Nee hoor, dat is gewoon gratis. Het is gewoon alleen maar voor de gezellige. Sowieso een hele gezellige Discord. Iedereen is echt altijd super lief en lekker met elkaar aan het kletsen. Het is echt altijd heel erg gezellig daar. Deze stukken niet. Kijk. Maar nu snap je hem. Ja, omdat ik hier nu zo'n rotzooi van heb gemaakt. Dit bedoel je? Ja, het is ook een beetje een rommel. Ik moet het eigenlijk ook gewoon wegvegen, maar daar heb ik geen zin in. Kijk, maar nu snap je het toch alweer? Jawel. Beetje logisch inzicht. Wow, superveel nieuwe mensen. Nou, kijk, gezellig. Welkom allemaal in de Creative Discord. Ga je echt taart halen, Mila? Oh, zo lief. Dankjewel. Kom je zo meteen dan hier opeten? Nee, ik ga hem zelf opeten. Ga je die hele taart? Krijgen we gewoon niks? Oh, dat zou echt de marteling zijn. Tot zo, liefies. Dat zij dan lekker taart gaan zitten eten voor ons neus. En dan krijgen wij helemaal niks. Kijk, even al die kleine puntjes even wegdoen. Lekker hoor, ik krijg zin in taart. Nou, Lilou, je bent dus niet de enige. En ik was helemaal niet van plan om vandaag taart te eten. Wel lief, want Rick en Mila hebben vanmorgen ook al boodschappen gedaan. Toen hebben ze croissantjes gehaald en verse broodjes. Dan gaan ze weer boodschappen doen. Echt lief. Schatjes. Ik vind het ook altijd leuk. Nou ja, Rick vindt boodschappen doen niet zo leuk. Maar Mila vindt het eigenlijk over het algemeen altijd wel leuk, hè? Die heeft er altijd wel zin in. Oké, we moeten hier even een deze. Ja, een deze. Op het Nederlands. Die moet hier. Gaat die nog goed? Nee, het gaat helemaal niet goed. Nee, dit gaat helemaal verkeerd. Dit moet weg. Kijk, nu ben ik zelf ook in de war, Emily. Nu gaat het mis. Ik ga deze nu vervangen met de rechte. Snappen jullie hem nog? Snappen jullie nog wat ik aan het doen ben? De tweede keer dat je streamt als ik moet werken. Ik moet zo weg. Nee. Oh, Nienke. Ik weet het ook te timen. Daarom doe ik hem ook expres nu. Omdat ik weet dat jij weg moet. Nee hoor. Dat zou ik niet doen. Nee, ja, klopt niet meer. Nee, ik had het door. Ik zat even niet op te letten. Nu gaat hij goed. Dit moet dan weer weg. Kijk. Dit moet weer weg. Ik snap het niet meer. Nee, ik snap het. Ik snap het dat je het niet meer snapt. Maar het komt goed. Zometeen zeg je in één keer, oh ja. Ja, nou, nu zie ik er inderdaad weer gewoon een normale weg in. Het komt goed. Maar hij moest echt even eentje opzij, want ik kwam net niet lekker uit anders. Ja, waar je maar zoet mee bent, hè. Met dit spel. Je moet ervan houden. Hier, deze auto even weg. Ik doe even een auto in mijn broekzak. Want dan gaan we deze nu... Oh. Gaan we deze nu vervangen. Jouw lijstje is best wel leuk. Dankjewel, Sandra. Wat lief. Ik moet nu ook weg. Nee, Kelly, verlaat me niet. Ik heb snoephamburger. Oh, dat vind jij ook altijd lekker. Ja, die vind ik altijd minder lekker. Maar dat vindt Emmy ook altijd lekker. Mijn echte naam is Liz. Lisa is mijn star stable naam. Oh, sorry Liz.
Maar wat is de dodencode van het pad? Dat heb ik al een aantal keer gezegd. De laatste keer dat ik het zeg, want hij is van Colin Crossin. Op Instagram kan je dat vinden. Kijk, ik maak ze even allemaal gewoon even zo, goed? En dan kunnen we het goed zien hoe die moet worden. Maris, wat was ook alweer je lievelingsnaam? Mijn lievelingsnaam? Maris natuurlijk. Nee, absoluut niet. Wat is ook weer mijn lievelingsnaam? Heb ik een lievelingsnaam? Mijn lievelingsnaam was altijd Emily en Mila, maar die heb ik al gebruikt. Leuk dat je weer een keer op zondag streamt, Smiley. Ah, dankjewel, Chanel, voor je... Ik noem je gewoon Chanel, hoor. Ik weet niet hoe ik het... Chanel vaatje. Dankjewel voor je superchat. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar je doet het er maar mee. Lief. Ja, gezellig toch? Lekkere chillen zondagstreams. Ik vind het ook altijd echt wel gezellig. Kijk, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Zie je nu hoe het pad nu weer begint te komen? We gaan even wat van die streepjes erop maken. Maris, mag ik iets vragen? Tuurlijk, Tineke, vraag. Ik antwoord geef ze wat anders, maar vraag mag altijd. Oké, okay, nadenken. Waar doen we het streepje? Nee, niet daar! Nee, ook niet daar! Hier moet hij denken. Wacht daarvoor, ik ben even heel geconcentreerd. Crea doen was heel erg leuk. Je moet maar even die video terugkijken. Het staat op mijn andere kanaal. Dan laten we helemaal zien hoe het was en wat we ervan vonden. Oh, lievelingseten. Ik denk wel lievelingsnaam. Dat is ook wel een lastige. Mijn lievelingseten. Ja, ligt eraan. We hebben het over avondeten. Want qua avondeten vind ik het altijd het lekkerste om iets van biefstuk te eten. Met gewoon vlees. Net als die buffet. Ja, maar dan wel iets van frietjes erbij of zo. Weet je wel? Gewoon wel op zich redelijk cliché. Ik ben niet zo'n hele bijzondere eter. Hoe doen we dit? Hey. Ik denk toch dat ze dit streepje... Wil je hier. Hey Roosmarijn zeggen? Voor een edit. Oh, hey Roosmarijn voor de edit. Dankjewel voor je superchat. Super lief. Is hij goed genoeg? Is hij goed genoeg? Beetje sushi lekker, Maris? Nee, ja, daar ben ik niet zo erg fan van. Dat eet ik niet zo graag. En mensen zeggen altijd, dan heb je nog nooit goede sushi geprobeerd. En ik elke keer weer andere sushi proberen en het elke keer weer niet lekker vinden. Oké, gaat hij hier naar boven. Ik weet niet of ik hem nou echt heel mooi vind aansluiten nog. Maar goed. En hebben we dan hier niks? Doen we hier wel een putdeksel. Goed? Maar kijk, zie je, hij zit net niet lekker, toch? Ja, ik weet niet zo goed hoe we deze nou moeten gaan uitlijnen. Dan moet hij toch hier, denk ik. Ik vind dit een lastige. Of moeten we hem... Nee, maar zie je, hij zit gewoon net niet lekker zo. Het is hem net niet. Ja, en moet hij hier dan zo heen? Ul. Nou, daar doen we ook een putdeksel. Nou ja, hij heeft dus nog andere stukjes. Zodat je ook precies ertussenin uitkomt. Maar dan moest ik weer 8 vakjes ervoor opgeven. En toen dacht ik, nee, ik ga het gewoon wel doen met deze. Maar dan heb je dus weer dit. Dat is hem ook net niet helemaal. Maar wat ik zeg, als we hier een putdeksel doen, dan net als ja, hier. Die andere... Ja, ook. Er zitten heel veel putten daar, net zo. Heb je een air-up, Maris? Nee, heb ik niet. Maris, het is gewoon mooi. Ja. Animal Crossing. Oh, doei, doei. Maar is ananas op je pizza of niet? Ja, ik vind het niet super lekker, maar ik vind het ook niet super goor. Vroeger vond ik het heel goor. Tegenwoordig. Mwah. Ik vind het ook niet mega lekker. Wat vind jij van ananas op pizza? Nee, je vond het ook niet heel vies, toch? Maar ook niet... Ja, ik vind zelf warme ananas best wel lekker. Maar ook niet super lekker. Ik zou het niet op mijn ananas per se doen. Maar ik neem sowieso altijd of een pizza met vlees. Shawarma pizza of zo. Of een vegetarische pizza vind ik ook wat lekker. Ja, daar gaan we het niet meer over hebben. Dat hebben ze al zo vaak gevraagd. Daar gaan we het niet meer over hebben. Ik heb trouwens hier boekenkasten voor je. Ja, die heb je nodig voor je Japanse school. Even kijken, putdeksels ging ik zoeken. Putdeksels. We gaan gewoon alles opvullen met putdeksels. Hier, hoppa. Of ze zijn er nog bezig op de straat. Kijk, dan doen we hier gewoon een putdeksel. Dan doen we daar gewoon blaadjes of zo, joh. We lossen het gewoon zo op. Ziet niemand dat van. Niemand die dat weet. Kijk. Kijk, dit staat hartstikke leuk. Toch? Doen we hem gewoon daar. Ik moet gaan. Doei. Ik kom straks zo weer terug. Oké, okay, tot zometeen. Doei. Ik ga weer even mijn chat hier zetten. Vind je dat goed? Want anders dan zit ik de hele tijd zo met mijn achterkant van mijn gezicht naar de camera. Ja, maar dan... Kan je toch ook wel lezen? Vanaf daar. Kijk. Even zo.
Oké, ja, zo. Dan kijk ik ook een beetje de camera in. Hoi Maris, ik had alles op mijn eiland, maar ik ben weer helemaal opnieuw begonnen. Nou ja, welkom in mijn wereld. Ik heb hetzelfde. Bij mij gaat het precies zo. Oké, we gaan dit stukje nu afmaken. Onderwerp van mijn DIY dingen. Wat deze? Deze. En die staat volgens mij gewoon op mijn Pinterest. Maar die heb ik al best wel een tijdje. Maar volgens mij kan je die gewoon vinden op mijn Pinterest. Yes. Ik ga hier weer even hard nadenken over hoe we dit stukje weg weer gaan doen. Ik denk zo. Als je aankomt. Is dat raar? Oh, wat lastig dit. Of doen we hem zo? Dankjewel Dylan voor je superchat. Lief. Hé, ik ben van die kamer. Jullie mogen iets meer informatie geven hoor. Want mijn brein vindt het al moeilijk om na te denken over woorden überhaupt. Iets meer informatie, dan weet ik waar je het over hebt. Ik heb honger van al dat eten. Ja, ik snap het. Ik ben nu op de camping. Gezellig Marcel. Geniet lekker van de camping. Maar Dizzy, je hebt een mooier eiland dan ik. Ah. Oh. Nou ja, je kan het zelf ook zo maken. Je ziet alleen hoeveel tijd het kost. Maar alles kan. Je mag het ook gewoon namaken. Ah, oh, gezellig. Oh nee. Oh. En hoe vaak heb jij dat? Heel vaak. Emily wordt uiteindelijk ook helemaal gefrustreerd. En is er helemaal klaar mee. Zelfs dan heb ik hem weer weggeveegd. Dan is dat altijd helemaal zat. Oh, daar moest hij ook niet. Ja, het is ook moeilijk. Het is moeilijk. Ik heb pad gevonden. Goed zo, Chanel. Chanel van de vlag. Is dit de 12... Rianne zegt, is dit de 12 uur stream? Dat betekent dat ik tot 12 uur vannacht hier moet zitten als we de 12 uur stream ineens doen. Ja, zouden we best kunnen doen. Dan had ik wel eventjes wat meer aankondiging ervoor kunnen hebben. Misschien moeten we die gewoon deze vakantie doen. Gewoon volgend weekend of zo. Oké. Want dan beginnen we even om 9 uur 's morgens. Dan... 9 uur 's morgens is wel vroeg hoor. Dan moet ik echt mijn wekker zetten. Nee, dan beginnen we ook wel gewoon om 11 uur. En dan lekker tot 11 uur 's avonds. Dat kan best wel. Is dit het? En dan gaan we gewoon... Oh, maar trouwens, dat kan ik best volhouden. Als ik dan de hele dag Animal Crossing ga spelen. En naar mijn eiland zit te prutsen. Gisteren hadden we ook 7 uur gespeeld of zo, toch? Oeps. Kijk, ik heb nog steeds moeite met die boom. Maar die boom moet daar blijven hoor. Die mag niet weg. Ik wil dat niet. Maar ik heb wel ruzie met de boom. Oké, ik ga zo meteen weer hard nadenken. We gaan het gewoon afmaken. We zien het zo meteen wel. We zien zo meteen wel weer hoe we dit oplossen. We maken gewoon dit pad verder af. Ik was gisteren jarig. Gefeliciteerd nog. Oh, mijn kamer is in de kleur van je studio. En ik mag lid worden. Ja, nu weet ik het. Ja, dank je voor de meer informatie. Tuurlijk weet ik het. Hij, Jelle heet je blijkbaar dus. Ik wist alleen je Instagram naam. Jelle die heeft zijn slaapkamer makeover gegeven. En die heeft het echt exact in de kleuren gebouwd. Van onze nieuwe Creatic Studio. Dus ook dat paars en dat roze. Zelfde lampje er ook bij. En zo ook zo'n rekje met fotootjes eraan. En toen stuurde hij een foto. Toen stuurde ik een foto. Dankjewel Dylan, dankjewel voor je superchat. Toen stuurde ik die foto door naar Rick. Zo van, oh moet je kijken. Ik stuurde hem dus gewoon op WhatsApp, zeg maar, gewoon door. Dus Rick die snapte er helemaal niks van. Die zegt van, waarom stuur je gewoon een foto van je eigen studio? Weet je, wat moet ik met deze foto? Ik zeg, nee, dit is niet onze studio. Dit heeft iemand nagebouwd. Dus die was helemaal in de war. Die snapte er helemaal niks van. Zo goed lijkt het dus. Dus ja, nu weet ik het. Nu ben ik die ene van die kamer. Kijk, ja, nu weet ik het. Die ene van de kamer. Dat is Jelle. Mijn opa en oma en mijn vriendinnetje die komen ongeveer om 2 uur. Ah, gezellig. Kunnen jullie lekker kijken met opa en oma en je vriendin? Nee, dat was vast niet de bedoeling. Wanneer zijn Emily en Mila jarig? Wanneer ben jij jarig? 11 oktober. En Mila die is bijna jarig, 20 juni. Ja. Marissa krijgt dinsdag mijn buitenboordbeugel. Help me please, sterkte. Nee, komt vast goed. En je hebt een beugel die kan je hier opdoen. Dat zijn met van die plakkertjes. Maar je hebt ook een beugel die wordt dan vastgezet met zo'n blok in je mond. En dan zit die vast in die haakjes. En die gaat dan zo achter je nek omlangs. En die moet je hier dan aan vastzetten. Dus dan zit hier achter zo'n elastiek zo. Ja, maar dat is volgens mij om je overbeet goed te trekken. Kijk, dat heb ik ook een beetje. Dat je
Sommige mensen hebben dat nog veel erger. Dan kan je echt je vingers zo tussen je tanden, zeg maar, stoppen. Ik heb het ook wel een beetje. Dus bij mij zou het ook wel iets naar voren. En dan trekt het echt de kaak, geloof ik. Ja. Nou, sommigen hoeven hem ook alleen maar 's nachts, hè. Die hebben dan plakkertjes en een buitenboordbeugel, geloof ik. Maar die moeten het dan 's nachts in. En dan trekt hij dit naar voren toe. Volgens mij is het daarvoor, toch? Ja, dat heb ik. Dat had ik. Oké. Okay. Dus zo. Heel veel van jullie hebben een buitenboordbal gehad. Nou, ik heb dus nooit een beugel gehad. Maar misschien heb je wel met deze beugel nodig. Je hebt best wel een mooie tanden. Je hebt wel vies. Er zit niets. Hé, hey, Emily Jakkes, wat is dat nou? Oef, oef, nee, 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 niet daar. Nee. Jasmijn, enorme knutselfan, is geabonneerd. Gezellig, welkom. Ik zag het even voorbij komen. Hij zit er weer. Niks gebeurd. 6 jaar later en heb je eindelijk 1 pad neergelegd. Het is toch erg hoe lang je daar eigenlijk mee bezig bent. En dan zal ik je zeggen, als ik zelf aan het bouwen ben, gaat het wel ietsje sneller. Sorry, boom. Je moet echt gaan. Ik kan hem daar echt niet laten staan. Sad, omdat mijn pad nu niet aansluit. Kijk, ja, echt zo sad. Mijn boom moet echt niet eens gaan. Maar dan zet ik mijn boom 1 plekje hoger. Dan is hij ook niet symmetrisch. Dus dan ben jij ook weer blij. Emily vindt namelijk stom dat ik altijd symmetrisch bouw. Maar ik hou van symmetrie. En dat gaat bij mij eigenlijk altijd al vrij snel automatisch dat ik altijd symmetrisch bouw. Hoe lang heb je al Animal Crossing? Nou ja, eigenlijk sinds vrijwel het begin. Kijk, dus ik bouw dan dit zo. En doe ik aan die kant een lampje. En aan die kant een lampje. Aan die kant een ingang. En aan die kant een ingang. Daar 2 bosjes, 2 bomen. Nou, dan plaats ik daar dus een boom. Oh nee, Emily, ik had hem hier neergezet daar. En toen zei ik expres gisteren al van oké, om jou blij te maken zet ik hem hier dan eentje naar voren. Dus ik had het al gedaan voor jou. Dus nu is hij symmetrisch. Ja, het spijt me. Ik kan er toch niks aan doen. Anders kwam hij gewoon niet uit. Je hebt dat gezien. Kijk, nu komt hij uit. Kijk, dit is helemaal goed zo. Nu ben ik blij. Ik ben ook net lid geworden van de Discord. Gezellig, Tessa. Nou, ik ben zelf niet super actief in de Discord. Maar jullie wel met elkaar altijd. Echt heel erg gezellig. Zo. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar mijn hele stem gaat er vandoor. Dankjewel, wat lief. Hé, hey, maar dus hoe kan je die ontwerpen krijgen? Die kan je gewoon toevoegen via de winkel in Sable. Of hier via je mobiel. Maar dan heb je wel Nintendo Online voor nodig. Dus als je geen Nintendo Online hebt, dan moet je ze helaas allemaal zelf maken. Mijn favoriete snack. En wat hebben we dan over een snack van de snackbar? Of hebben we het over gewoon een snoepje snack? Qua zoet, altijd wel chocola, hè? Al vind ik drop ook echt heel erg lekker. Drop eet ik ook graag. En ik denk qua hartig, chips. Ja, toch? En dan meestal gewoon bugles met smeerkaas vind ik heel lekker. Kan dit? Ja, oh, ik ga trouwens dit stukje gewoon recht doen, denk ik. Ik denk dat ik dat mooier vind. Ik vind het net niet mooi zo. Wacht. Ik ga dit gewoon zo doen. Even mijn blaadjes weg. En dan doen we hem hier gewoon. Ai, dan wordt hij een beetje te hoog. Oei. Nou, dan doen we hem zo. Maar er zit nu zo'n punt. I don't like the punt. Ik ben chips met smeerkaas. Eeuw. Nee, dat is vet lekker. Bugles met smeerkaas of bugles met heksenkaas is echt zo ontzettend lekker. Ik hou ook heel erg van Doritos met Doritos dip. Vind ik ook echt heel erg lekker. En anders gewoon naturel chips of bolognese chips of paprika chips of hamkaas chips of nibbits. Doritos met... Alles lekker. Guacamole. Dat vind ik echt allerlekkerst. Doritos met guacamole. Dat vind ik echt heel lekker. Nacho schotel. Ja, echt super lekker. Abjugels, heerlijk, zegt Hasselino. Ja, maar echt. Dat vind ik ook. Vindt Emily bubble tea lekker? Ja. Ja, hè? Ik ben hier niet blij mee, Emily. Dit gaat niet goed. Nee. Niks. Dit moet anders kunnen. Ik ga hier even over nadenken. Kan hij niet eentje... Oei. Kan hij niet eentje smaller... En dat hij dan vanaf hier scheef gaat. Nee, want hij is hier 3 breed. Oh, dit is echt heel naar. Wat heb ik nou weer zitten doen? Dit is echt helemaal erg. Oh, oké. Nou, ik ga nog even nadenken over die punt. Ik weet nog niet of ik het daarmee eens ben, maar voor nu laat ik het dan even zo. Naturel chips met mayonaise is ook lekker. Ja, maar dan vind ik zelf naturel chips met mayonaise en dan dips maak je eraan toe. Zo. Ja, dat is ook.
Nee, dat komt omdat het zondag is. Ja, ik ben het echt niet eens met dit kruispunt hier. Jij wel? Dankjewel, Fiona de Vos. Dankjewel voor je superchat. Jij vindt het mooi? Ik weet niet, ik ben niet tevreden hiermee. I don't like it. Kijk, het is echt een rotzooi. Dat heeft ze wel eens beter. Maar ik kom er wel uit hoor, maar het duurt even, oké? Okay? Want ik ben hier nog helemaal niet tevreden mee. Kijk hoe dit eruit ziet. Wie zou er ooit zo'n weg ontwerpen? Niemand. Niemand zou dit zo ontwerpen. Ik ga intussen dat nadenken, maar ik word hier echt helemaal niet blij van. Kijk, dan moet je je voorstellen. Rij je hier met je auto. Pats, rij je hier je hele bandlek op die scherpe punt. Nooit zou dit zo in een weg zitten. Dit kan gewoon niet zo. Oh, nee. Niet dit. Niet dit. Doe dit niet. Doe dit weg. Ik ga het anders maken. Ik ben hier niet blij mee. Ik ga het niet zo laten zitten. Ik wil sowieso dat hij hier recht gaat, net zoals aan die kant. En dan moet hij... Dan moet hij misschien... Ja, ik zit even hard na te denken. Even kijken, hier doen we hem toch gewoon recht. We hebben hier gewoon een harde bocht, dat vind ik mooier. Dan gaan we hier zo de bocht door. Je kan hier... Is hij nou... Hij is 3 breed, toch? En die ook. Dus dat klopt. Dan doen we hem hier gewoon eentje hoger. Ik weet niet, volgens mij komen we er niet uit. Jongens, ik ben echt even helemaal geconcentreerd aan het nadenken. Help me mee nadenken. Ik doe mee aan de Ramadan en krijg echt honger. Ah, Space Gamer. Ja, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Sorry dan voor al dat etensverhalen gedoe en zo. Dan ik snap dat je daar dan honger van krijgt. Maar doe mee aan de Ramadan. Dan weet je wel wat dat is, toch? Deze doen we hier. Dus we stoppen nu meteen met praten over eten. Dat is lief. Even kijken. Ik ben nog steeds aan het nadenken. Alleen maar luisteren is ook leuk dit te horen. Dus wanneer komt de potnast? Ja, we hadden het er vanmorgen nog over. Selderijsticks of worteltjes met een hummusdip? Ja, selderij ben ik dan zelf niet zo heel fan van. Maar worteltjes en hummus ben ik ook niet fan van. Nee, ik neem echt dat wij hebben denk ik toch wel een andere smaak. Maar worteltjes vind ik op zich wel lekker. En komkommer vind ik ook wel lekker, maar dan in tzatziki of zo. Maar we gingen niet meer praten over eten. Want dat was zielig. Please, doe het pad van het stadhuis weg. Nee. Dit pad. Hier gewoon helemaal weg. Nee, maar ik vind het juist echt heel erg leuk zo, die dubbele ingang. We moeten hier gewoon even over nadenken. We laten het gewoon even zo. Ik kom daar vanzelf wel op. Want we weten in ieder geval dit zeker. En dan, we willen dit zo. Kijk, dit ziet er echt wel heel erg gezellig uit. Zo'n tussenstraatje. Kijk, Emmy. En dan kom je hier zo uit. We gaan dit even verder slopen. Helemaal even tot aan dat huis. En dan zien we het later wel. Dan heb ik straks in één keer een openbaring. Ai, hij mag niet verder. Wil jij wat voor mij doen? Wil jij een extra controller erbij pakken? Die andere twee dingetjes, dan mag je even die fluff zijn. Dan gaan we even het restaurant verhuizen, want hij staat in de weg. Wil je dat doen? Heb ik wat gemist? Ja, zeker. We hebben vet veel gebouwd. Ik kijk alleen maar jouw stream. Ik heb nog niks op mijn eigen eiland gedaan. Oh, Mariella. Je ging zelf ook nog zitten knutselen op je eiland, toch? Kan je ook even mee prutsen met zo'n pad? Kijk of jij er wel uitkomt. Marissa, kan je volgende keer misschien een video maken waarin je in je doekboek werkt? Ja, dat lijkt me wel leuk. Gaan we een keertje doen. Maar niet de aankomende video, want ik heb al een video opgenomen daarvoor. Maar die moet ik alleen nog in elkaar zetten. Kom er met aioli. Nee. We gingen het niet meer over eten hebben. We gingen supporters zijn. Ik ben jaren vandaag. Ik ben 11 geworden. Gefeliciteerd, Roos. Mag ik het geven aan je bij Animal Crossing? Ik heb iets leuks voor je. Oh, ik ben op dit moment even aan het bouwen. Dus ik heb even mijn gate niet open. Een ander keertje. Maar wel lief van je. Dankjewel. Of je ook een crush op iemand hebt. Oh, ja, zegt ze. Dan moet je mee doen. Daar moet je mee doen. Oké, ik ga even buren bellen. We moeten toch even het ding verplaatsen. Het restaurant. Want ik kan hem niet verder. Kijk, dan moeten we Fluffy uitnodigen. Dan ben jij even Fluff, Emily. Omdat je die zo leuk vindt. Dat is echt je favoriete karakter hier op dit eiland. Ik ben ook lekker Animal Crossing aan het doen. Gezellig, Lin. Even zegt, speel je ukulele en zo, ja, kan je iets spelen? Nou, ik kan het een beetje. Ik heb het vorig jaar zomer een beetje geoefend. Dus ik kan een heel klein beetje, maar ik ga dat nu niet spelen. Maar ik kan het wel een heel klein beetje. Er is één video van mij online waarin ik het speel. Maar die is
Het is niet te vinden op ukulele spelen of zo. Wie weet welke video ik bedoel? Echte kenners. Wie weet in welke video dat zit? Hoe kom je aan dat opbergscheurtje? Daar is een DIY-plan voor. Die kan je halen uit het Nook. Dat pinautomaat bij Tom Nook. Hey Marissa, je eens kunnen uitleggen hoe je andere mensen op je eiland kan laten wonen. Nou, dat is heel simpel. Kijk, je gaat hier naartoe. Dan maak je gewoon nieuwe accounts aan. En die starten ook gewoon het spel op. En dan begin je het weer helemaal opnieuw, het spel. Op hetzelfde eiland. Begin je met een tentje. Geef je diegene gewoon knijterveel geld. Zodat hij vet snel zijn huis kan upgraden. Even kan tijdreizen. En dan heb je dus een tweede huisje op je eiland. Super veel werk. Zo hebben wij er dus 5. Oké. Heb jij geld? Check even je zak. Wacht. Nu wel, denk ik. Oh ja, je hebt genoeg geld. Oké, gaan we even naar Tom Nook. Ik volg jou. Mag je even gaan verhuizen? Waar zullen we hem dan even neerzetten? Gewoon op het strand ergens weer? Ik wil ook. Let me in. Nee. Ik wil ook. Dat was de video van het opruimen van je bureau, toch? Groetjes, Lieke. Ja, Lieke, je bent een trouwe fan. Gefeliciteerd. Met het goed hebben van deze vraag. Ik heb een 5-sterren-eiland, maar ik vind het niet mooi. Zal ik opnieuw beginnen? Wel ja, joh. Gewoon doen. Zelfs als ik mijn eiland wel mooi vind, begin ik gewoon opnieuw. Dat is gewoon het leukste. Maar niet helemaal resetten. Gewoon lekker opruimen. Als je hem echt helemaal gaat resetten, dan begin je echt weer helemaal met niks. En dat heeft Mila heeft dat gedaan. En die dacht, ah, boeien, ik ga het toch gewoon doen. Die had achteraf stiekem wel heel erg spijt. Want het was toch wel weer een heleboel werk om dat helemaal te doen. Hè? En je bent alles kwijt. Ik zou gewoon lekker opruimen. Je ziet er echt zo leuk uit. Oh, ja, in Animal Crossing denk ik dat je bedoelt. Dank je. Nee, ik ga mijn hele eiland omgooien. Oké, Melisje, lekker doen. Ben je weer lekker bezig. Gewoon doen. Wij zijn het ook gewoon aan het doen. Je hebt het is je gelukt? Oké, nou, zullen we even een plekje ervoor zoeken? Ik heb niet zo heel veel plek overigens. Ik denk... Nee, wacht, ik denk dit strand hier. Nee, die zit te vol. Ik denk dat we hier bij de bomendumplek. Misschien kunnen we hem daar op het strand zetten. Alhoewel, er staan nog wel vet veel bloemen. Die moet ik ook nog opruimen. Oh, misschien hier, misschien hier, misschien hier. Hier? Past dat? Ja? Kijk maar, of je hem hier kan dumpen. We gaan hem uiteindelijk toch wel weer verhuizen, maar ik dump ze altijd op het strand. Oef! Oké, wacht. Haal even die wacht. Doe mij eens even. Dan ruim ik heel veel die schutting op. Dan zit hij weer bij jou in je broekzak, hè? Niet dat je die 3 schuttingstukjes nog mag hebben of zo, maar... Oké. Kijk nu eens of het lukt. Ben je nu elke zondag live, Marissa, of is dit gewoon een uitzondering? Dit is een uitzondering. Dit is gewoon een extra chill zondagstreampje. Ik ga nu boodschappen doen voor mijn moeder en er dan naartoe. Melisje, hele fijne middag. Gezellig dat je erbij was. Doei doei! Oké, dat is te klein. Ja, hier is het ook te klein. En daar beneden is het al bezet. Wacht, misschien hierboven nog dan. Kijk, oh wacht, misschien bij de bomen dumplek. Misschien dat daar nog ruimte is. Hè, wat een gedoe. Moeten we zo meteen even wat villagers ook gaan plaatsen. Oei. Hier op het strand misschien? Ik zit klem. Waar ben ik? Oef. Nou ja, hou maar even een stukje. Ja, nog een stukje. Oeh, dat is wel heel klein. Nee, dat gaat niet passen, Emily, denk ik. En dit staat nog vol met bloemen. Dat moet ik nog opruimen. Oeps. Oké. Laat me nadenken. Er moet een plek zijn waar we het restaurant even kunnen neerzetten. Misschien gewoon hier. Gewoon hier. Boom. Ja hoor, prima. Dit is de plek. Dit is waar vanaf nu het restaurant staat. Prachtig, hè? Ja, heel mooi. Ah, Marino zegt, jullie zijn echt zo leuk. Ah, dankjewel. Dat is lief. We hebben gewoon meer dan 1000 kijkers op onze chille zondagstream. Nou, gezellig. Leuk dat jullie er allemaal zijn. We gaan zo meteen taart eten op onze chille zondagstream. Oh, dankjewel, lieve schat. Ja, dan gaan we tijdreizen. Zullen we eerst nog even wat bestellen dan? Ja. Even kijken. Facebook. Oh ja, maar die kan ik wel voor je bestellen gewoon zo meteen. Want die stuur ik je toch meteen op. Maar hiervoor moet ik tijdreizen. Als we zo meteen... Ik ga voor... Oh nee, niet kasteel. Ik moet middeleeuwse gevel. Oh, oeps. Kijk, doe even gevel. Want dan bestel ik nog even wat van die... Heb mijn keuze blauwe. Voor school, hemelvaart, België.
Heb mijn keuze voor school Hemelvaart, België. Ik weet niet precies wat dat inhoudt. Maar dankjewel Kato voor je superchat. Het is de eerste keer dat ik in de stream zit van jou, Maris. Nou, dat is dan ook wel eens leuk, hè? Als we dat dan zo op zondag doen. Welkom, Linda. Wat gezellig. Wordt het nou een 12 uur livestream? Nou, dat is niet de bedoeling, hoor, Anouk. Want dan zitten we hier om 12 uur vannacht nog. Even kijken. Maar misschien kunnen we dat volgend weekend doen. Maar ik beloof niks. Misschien ben ik volgend weekend wel heel erg ziek. Je weet het nooit. Hier, die blauwe. Ik ga hier even nog een paar van bestellen. Want ik heb er nu 0. 2. Hoeveel zullen we er doen? Oh, 5. Jawel, ja. Komen vast alweer op. Oké, dan gaan we tijdreizen. Mag ik ook een stukje taart? Ja hoor, Ronald, mag. Ik zal hem even doorsturen via de stream. Jammer dat dat niet kan, hè? Jammer dat ik niet kan zeggen, kijk jongens hier, dan zou ik jullie allemaal wat lekkers geven. Oké, we gaan even tijdreizen. Even niks spannends. Bij Fluff, was gezellig. Oh, weet je wat trouwens wel zo is? Moet ik even de... Oh, ik had ook gewoon opslaan en stoppen kunnen kiezen. Nou, maakt niet uit. Weet je wat trouwens wel zo is? Ik ben natuurlijk alweer behoorlijk wat aan het tijdreizen. Omdat ik natuurlijk aan het verbouwen ben. Dus ik zit inmiddels op 4 mei. Dat betekent dat als we nu gaan tijdreizen naar morgen... dat ik jarig ben! Nou... Dat betekent dat we confetti mogen gooien. Nee! Dat heb ik net opgeruimd. Het zit daar nog, hè? Ik moet die nog weghalen. Zie je het? Zie je dat daar gewoon nog liggen? Ja. Oké, was hij opgeslagen eigenlijk? Ik heb niet op zitten letten. Volgens mij is hij alweer aan het opstarten. Ja, ik ben er alweer. Oké, weg hier. Oh, nee. Nee, niet afsluiten. Nee, ik was nog niet aan het opslaan. Oeh, heeft hij nou wel opgeslagen? Oh, dat was echt dom. Ik zat echt even niet goed op te letten. Ik was even weer afgeleid door alles wat er gebeurde hier. Oké, ik hoop dat het goed is gegaan. Kijk. Ik zit nu op 5 mei, jongens. 5 mei. Ik ben gewoon nu jarig. Dan krijg ik allemaal van die mensen die weer van alles voor me hebben georganiseerd hier en zo. Ik hoop zo dat hij het heeft... Mag je wel pinata? Ik hoop zo dat hij het heeft opgeslagen, Emily. En dat ik niet alles kwijt ben. Dan moet ik weer die straat opnieuw bouwen. Oh, nee. En volgens mij heeft hij het wel opgeslagen. Oh, God, help. Ja, nee. Welk soort eiland ben je aan het maken? Ik heb geen idee. Gewoon random iets. Een stad in een oude stad. Ja, dat zo noemden we het net. Hè? Een moderne stad die gebouwd is in een ouderwetse stad. Dus dat het niet meer met paard en wagen is tussen die ouderwetse gevels, maar wel gewoon met auto's. Maar ze hebben nog wel de authentieke oudheid bewaard. Ja, dan moet je het mee doen. Meestal slaat die automatisch op. Oké, kruis. Ben je echt op 5 mei jarig? Ja, zeker. Ik ben echt op 5 mei jarig. Mijn gips is er vrijdag. Af, hoop ik voor je, Jelle. Wat fijn. Mijn kat is 1 mei jarig. Nou, was fijn om te weten. Dat ik altijd wilde weten wanneer jouw kat jarig is. Dankjewel, Mechteld. Dankjewel voor je superchat. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, ik ben in één keer jarig. Oké. Okay. Het regent op mijn verjaardag. Super sad. Dan weten we dat ook alvast. Op 5 mei regent het in Animal Crossing op mijn verjaardag. Ik ben 6 mei jarig. Oh, dat is ook een mooie dag, Elisa. Ik heb dat ook echt zo vaak gehad. Ik weet niet wat, maar heel vervelend. Hoe is het met sushi? Ja, goed. Dus weg. Naar buiten, denk ik. Ik ben ook met patjes aan het prutsen. Oh, succes, Alisa. I feel you. Kijk, daar komt ze hoor, met een heel verhaal. Nou, dit is wel leuk dat we dit even meemaken. Ben ik gewoon jarig op stream. Het is vandaag de verjaardag van onze lokale superster. Nou ja, eigenlijk niet. Maar dat weet zij niet. Maar ik ga niet mijn verjaardag vieren, hoor. Ik moet helemaal niks. Ik kan niet weg. Ik moet echt, bedoel je? Ja. Eww, dat staat al. Nee! We gaan iets bijzonders doen. Er is geen tijd voor vragen. Ah. Oh. Maar nee, jongens. Ik ben aan het bouwen. Oh... Oh, maar het is wel bij Pine thuis. Dat is dan wel lief. Dat is mijn favoriete villager. Mijn mama verjaart ook op 5 mei. Dan komen jullie vast uit België als je zegt verjaard. Als je die schuine weg bij het stadhuis één plekje naar rechts opschuift, dan past het wel. Oh ja, het zijn wel allemaal favorietjes. Fijne verjaardag! Yay! Oh, nou, dat is wel heel lief hoor. Echt super lief. Maar ik ben eigenlijk nog niet jarig. Oké, ik blaas uit. Horen jullie de muziek eigenlijk een beetje oké? Of moet ik me even wat harder zetten? Want volgens mij staat mijn game audio niet mega hard of zo. Even kijken.
Kijk, hier. Kunnen jullie hem goed horen? Of staat hij nu te hard? Laat maar even weten. Volgens mij staat hij nu wel goed. Nee. Nou, leuk. Ik moet de kaarsjes uitblazen. Zo, gedaan. Laat maar gaan, jongens. Ja, confetti. Woehoe, jee. Oké, klaar. Mag ik nu gaan? Mijn eerste verjaardag ging ik niet spelen, zo dom. Ah, ja, ik heb die wel gedaan. Maar ik heb het nu dus al een keer gedaan. En nou wil ik het niet doen, want ik ben nu niet eens jarig. Ik wil bouwen. Laat me gewoon met rust. Maar ja, het is mijn eigen schuld ook. Ik ga hem zo meteen wel... Oh, is hij nu te hard? Oké, stond dus wel goed. Sorry. Dan zet ik hem weer gewoon goed. Kijk, zo stond hij net. Zo. Oh, ik moet die piñata nog doen, Emily. Nou, een beetje mag jij die doen. Doe maar. Hé, maar dit is leuk eiland heb je. Dankjewel, Elina. Ik ga zo meteen nog huiswerk maken. Oh, sad. Ik wil je ontmoeten, maar ik woon in Denemarken. Oh, dat is wel een beetje ver weg. Daar kom ik ook niet zo heel erg vaak. Hé, maar is die helemaal geïrriteerd wordt op mijn verjaardag. Ja, maar echt, ik haat jarig zijn. Ook in het echt. Ik heb echt helemaal niks met jarig zijn. Of met verjaardagen überhaupt. Ik krijg alleen maar stress van al die duizenden berichten op mijn telefoon. En al dat gedoe. Mensen die spontaan langskomen. En cadeautjes en verrassingen. Ik weet helemaal niks. Geef maar gewoon een normale dag. Dus, zoals je begrijpt, ik ontwerp. Ik vier mijn verjaardag dus ook nooit. Cakejes, yay. Oh, dan kunnen we die wel mooi eten als we de bomen aan het dingen zijn. Hoi Laura. Gezellig. Ja, we zijn van België. Ja, dat dacht ik al. Deze stream is goede timing, want ik lig met corona op de bank. Oh, beterschap, Lin. En als Lina zegt, ik word 50 volgend jaar. Oei, nou dan gaan we gewoon nu terugtellen, ja? Daar ben ik ook al mee begonnen. Ik had ook verjaardagen. Ik haat ook verjaardagen, vooral de mijne. Ja, same, Lisje. Ik weet hoe je voelt. Oké, ik ben heel blij, opgelucht, want mijn verjaardag zit erop. Kijk, weer een gewone dag, lekker in de regen. Heerlijk, niks zo fijn als een gewone dag. Jij vindt jarig zelfs wel leuk, maar ook maar één dag. Veel te veel prikkels, ja. Vroeger deden we wel eens dan voor de familie. Ja, dat snap ik. Ja, dat snap ik. Dat vond ik vroeger als kind ook wel leuk, hoor. Maar... wel, jullie maken altijd iets moois voor. En ik krijg altijd wel iets. Maar heb het ook zelf betaald. Dus ik kan het net zo goed gewoon op een random andere dag kopen. Dus ja, ik weet niet. Het is nooit echt heel spannend. Oké, iemand zei, als je hem nou voor eentje opschuift, dan klopt hij wel. Ja, alleen kom ik hier dan niet echt meer uit. Dus ik zit... Dit, zoals hij net zat, zat hij eigenlijk gewoon goed. Maar ik vind het gewoon niet mooi. Dus ik zou niet zo goed weten hoe we hem eentje kunnen opschuiven. Oh, misschien dat we hem hier één kort maken. Nee, dan komen we ook niet uit. Nou, we zien het zo meteen. Want het huis is nu in ieder geval verhuisd. We gaan bouwen. Dan ga ik hem hier eventjes wegslopen. Zodat wij hier ons huis kunnen neerzetten. Ik wil bouwen. Jeetje, wat gezellig dat we nog zo lekker met veel zitten te kijken. Heel leuk. Mijn berichten worden niet gelezen. Niet waar, Tess. Ze worden wel gelezen. Ik vind mijn verjaardag ook stom. Ja. Sad. I feel you. Ja. En toch voelt het ook altijd wel gek, hè? Want het voelt toch altijd wel een beetje alsof het dan een speciale dag moet zijn. En als je dan geen zin hebt om te vieren, dan voelt het toch ook weer een beetje raar. En de meeste mensen vinden dat dan ook weer raar. Weet je wel, dat je daar dan niks van vindt. En dan, nee, maar ik kom toch gewoon langs, hoor. Want het is je verjaardag, dus dat is leuk. En het is heel lief bedoeld. Maar daardoor moet ik alsnog taart halen. En dan moet ik alsnog, weet je wel, van alles regelen. En dan komen mensen langs mijn huis opruimen en schoonmaken. En zo. Ik mag maar gewoon Animal Crossing streamdag, jongens. Niks mis mee. Ik vind het prima. Ik hoef niet jarig te zijn. Ik ben gevallen van een paard. Oei, Nienke. Ja, dat had Emily ook wel eens, ja. Hopelijk heb je niet te veel beseerd. Bij de Crea Credit sta ik op plaats 82. Lekker bezig, Nina. 2. Wordt Emily dit jaar 12? Ja, zeker. Maar wel pas in oktober. Ik ben de leukste fan van Crea Chick. Ja, dat denk ik ook. Al die visite ook altijd. Helemaal geen zin in. Nee, ik ook niet. Maar het is altijd lief bedoeld, hoor. En je mag er nooit wat van zeggen. Want het is altijd lief bedoeld dat mensen voor je langskomen. We zien het ook altijd als een hele eer dat ze langskomen voor je. Dat is ook altijd allemaal hartstikke lief. Maar ik heb er ook nooit zin in. Ik ben ook op 5 mei jarig. Oh, leuk, de apenkoppen. Ik ben ook op 11 oktober jarig. Power. Is ook op 11 oktober jarig. Kan je naar Denemarken komen? Nee, ik kom niet even naar Denemarken, sorry. Ik doe veel, maar dat gaat me echt te ver.
Maar wie weet, als ik ooit eens een keertje op vakantie ben in Denemarken, dan stuur me maar een berichtje. Ik sta op plaats 19, zegt Mariella. Woehoe, joejoe, zegt ze eigenlijk. Lekker bezig, Mariella. Lekker bezig. Oké, nou heb ik een heel leuk voorbeeldje gevonden. Ik heb hem ook opgeslagen trouwens op mijn Pinterest. Dus lieve Kelly en Annelien, ik kijk heel veel naar de Discord. Ik ga hem heel eventjes minimaliseren. Want ik ga er namelijk even mijn Pinterest opzetten. Met wat ik zo meteen wil maken ongeveer. Ik heb namelijk een leuk voorbeeldje gevonden gisteravond. Oh, dat is echt heel erg. We lagen dus vannacht in de woonkamer te slapen met z'n allen. En zij sliepen om 10:30 of zo. Maar jullie sliepen ook echt super snel. En ik kon niet slapen. En uiteindelijk zat ik dus gewoon lekker op mijn telefoon alvast wat inspiratie op te doen voor, voor mijn eigen eiland, zeg maar. En toen lag ik dat dus vannacht te doen. Dus ik heb heel veel dingetjes gepint op mijn Pinterest met allemaal leuke ideetjes. En daarom wilde ik dus vanmorgen meteen al gaan spelen. Kelly zegt helemaal goed hoor Maris. Ja, je roept het hier maar. Ik probeer de chat een beetje in de gaten te houden vandaag. Dus daar had ik een heel leuk voorbeeldje gevonden. Ik denk niet dat ik het precies zo kan maken, maar ja, we zien het wel. Ik ga in ieder geval mijn eigen huis verhuizen nu. Die gaan we gewoon daar neerzetten. Dus als je denkt van wat ze aan het maken, het wordt wel iets anders dan dat. Maar als je het leuk vindt, moet je even kijken op mijn Pinterest. Daar heet ik ook gewoon CreaCheck. Volgens mij staat het zelfs hier beneden in de omschrijving. En dan heb ik een mapje met Animal Crossing inspiratie. Dus dan kan je gewoon kijken wat er allemaal in staat en leuke ideetjes in opdoen. Er staat ook die ingang een beetje die ik heb nagebouwd. Dan kan je zien waar ik mijn inspiratie vandaan heb gehaald. Ja, ik was een beetje inspiratieloos voor dit eiland. Niet zo heel veel zelf verzonnen, maar dat is niet erg. Zal maar lekker bezig te zijn, toch? En netjes credits geven, dus check mijn Pinterest. Maar oké, ik ga even overhuizen, want ik ga zelf verhuizen. Nee. Even over mijn huis. We gaan hem er wel anders uit laten zien ook, maar dat hoeft niet nu. Dat kan niet, hè? Je kan niet verhuizen en renoveren tegelijkertijd, hè? Tuurlijk niet. Maar extra tijd reizen. Ben jij op Hawaii? Jazeker, Demi. Wij zitten vanaf nu te streamen op Hawaii. Als ik een greenscreen had, dan had ik het gedaan. Gefeliciteerd. Dankjewel, Laura. Dankjewel. Het is mijn verjaardag. Ja, ik heb mijn greenscreen niet uitgeklapt. Ik ben 12 oktober jarig. Oh. Nou, Emily, die wordt dus dit jaar 12. Emily die komt dus uit 2010. En ik was dus zwanger van Emily. En ik hoopte heel erg. Ik was uitgerekend op 3 oktober 2010. En zeg ik dat goed? Nee, 6 oktober. 6 oktober 2010 was ik uitgerekend. En we zeiden al vanaf het begin af aan, vanaf mijn zwangerschap, zei ik al tegen mijn verloskundige. Ze zei, ja, als ik 6 oktober moet ik werken. En zij was echt heel lief. En ze hoopte ook dat ik zou bevallen op haar werkdag. Zij zei, ja, ik hoop dus dat jullie op 6 oktober bevallen. Ik zeg, nee, maar luister nou. Het gaat op 10-10-10 ga ik bevallen. Dat gebeurt gewoon. Let maar op. 10-10-10. Ze zei, ja, nou, dat zou toch wat zijn als dat echt zou gebeuren. Ik zeg, dat echt, ik ga bevallen op 10-10-10. Dus dan heeft ze uiteindelijk helemaal de werkdag verruild met een collega, zodat zij op 10-10-10 dan kon werken, zodat ze mij kon helpen bij de bevalling. Echt super lief, hè? Dus toen uiteindelijk zei ze, ja, maar toch geloof ik er niet in, hoor, dat je echt op die datum gaat bevallen. Ik zeg, echt waar? Dus uiteindelijk op 10-10-10, toen 10 oktober 2010, toen begonnen mijn weeën. Om 10:00 s'avonds, ik maak echt geen grapje. En toen heb ik er dus gebeld, zo van, nou, ik zei toch dat het zou beginnen op 10 oktober. Dus ze was helemaal blij, dus ze was ook meteen gekomen. Toen was ze, nou, dat is toch ook wat, dan krijg je het weer voor elkaar. Maar ik ben pas op 11 oktober ben ik bevallen van Emily. Om 6:30 's morgen. je had er niet zoveel zin. Ja, je kwam niet sneller. Maar het was ook wel heel snel geweest, hoor. Als je er om 10:00 s'avonds en dan begint net en je bent er dan al meteen uit. Wel heel snel. En dan ben je ook niet blij als moeder zijnde. Dus je hebt het goed gedaan. Je hebt het precies goed gedaan. Maar toen zei de verloskundige dus, die zegt, als je wil, kunnen we ook gewoon haar opgeven bij de gemeente dat ze wel op 10-10-10 geboren is. Dat maakt natuurlijk niet uit. Ze hoeft niet per se. Dit hoeft te denken, hoor. Zullen we even kijken of het hier, want ik denk dat die eentje naar voren moet. Ik stel het me voor, even kijken. Dus toen zei ik, nee joh, ik zeg, dat slaat nergens. Want dan weet ik zelf altijd dat ze gewoon eigenlijk op 11-10-10 geboren is. Nee, ik doe hem eentje naar voren. Ik denk dat mooier is. Dan zit ik precies op die stoel. Dus 11 oktober, lang verhaal, maar net niet 10-10-10. Je hebt het verhaal ook al zo vaak gehoord, hè, Emily? Elk jaar weer met de verjaardag vertel ik het weer. Dan zeg ik altijd weer die avond voor. Hé, hey, Emily. 12 jaar geleden. Nee. Toen begon het nu met weeën. Net niet op 10-10, of net op 10-10-10. Maar je bent net niet geboren op 10-10-10. Dat was zo vaak gehoord. En anders was het 10-10. Ja, een meisje in mijn klas is wel geboren op 10-10-10. Ja, maar misschien dus niet, hè. Misschien hebben haar ouders dus gewoon ook op 11-10-10. En dan hebben ze het gewoon op 10-10-10.
Je weet het niet. Dat was dus het mooie. Ik doe intussen dat heel veel dit. Diezelfde dag, toen ik dus was bevallen van jou, toen stond er heel groot in het nieuws: er is iemand geboren op 10:10:10. En dat was precies om 10:00 morgens gebeurd. En toen was het kindje geboren. Het was helemaal groot nieuws. Toen zaten wij echt allebei zo in de woonkamer van leugens. Ik geloof het niet. Ik denk dat hij gewoon heeft gezegd: ja hoor, we 10:10:10 bevallen om 10:00 morgens. Want je kan het toen niet checken bij de gemeente. En heb je al nieuwe ideeën voor je eiland? Jazeker, Laura. Hey, ik kan hier die paardjes ondervegen, toch? Als ik die brievenbus weghaal. Dus dan zetten we hem zo, hè? Dan is dit hoe we hem gaan doen. Zit hij precies in het midden? Hij kan niet beter in het midden. Ja? Ja. Oké. Okay. En anders dan verhuizen we hem wel weer. Dan moet hij eerst weer naar het strand. En dan moet hij daarna weer... Hey, ik heb nu wel een plekje vrij op het strand. Oké, ik heb dus geen voortuin, hè? Ik ga echt aan de straat wonen. Ik vind voortuin toch altijd leem. Oké, we gaan weer tijd reizen. Dan kan ik intussen dat jullie chat lezen. Wat is een leuke stad om te shoppen? Maastricht. Wel ver, ik weet niet waar je woont. Maar Maastricht en Den Bosch vind ik altijd een hele leuke steden om te shoppen. Dus eigenlijk altijd alles wel een beetje beneden. Zelf gaan we heel vaak naar Alkmaar. Zaandam gaan we ook nog wel eens heen. Maar ik zou er niet speciaal helemaal voor, als je beneden in Nederland woont, naar boven toe komen. Het is meer dat wij hier in de buurt niet echt heel veel meer hebben dan dat. En Alkmaar is op zich wel een leuke stad. Maar als je in de buurt van Maastricht woont of zo, of Den Bosch, dan zou ik liever daarheen gaan. Nou jongens, tot zover mijn verjaardag. Ik hoop dat jullie het gezellig vonden. We gaan over naar niet meer mijn verjaardag. 6 mei. Dat was de verjaardag van iemand anders hier uit de chat. Kijk, 6 mei, je bent jarig. Jee, gefeliciteerd. Kijk, zo gaan we gewoon even iedereen verjaardag af vandaag. Gewoon het hele jaar door. Huppa. Ik ben op 20/9/2009 geboren. Dat is tof, de girls. Dat is echt heel tof. Ik woon in Alkmaar. Jee. Nou, Alkmaar is wel echt heel leuk. Ik ben geboren in Alkmaar. Nou, ik niet. Ik winkel alleen af en toe in Alkmaar. Ik kom uit Den Bosch. Jee. Nou, dat vind ik echt een heel gezellig plekje, Den Bosch. Maar ik vind sowieso alles beneden in Nederland wel heel gezellig, hoor. Stiekem wilde ik ook altijd al heel lang heel graag daar naartoe verhuizen. Maar we hebben daar niks, zeg maar. We hebben daar geen familie. We hebben daar niks. Dus daarom hebben we uiteindelijk toch de keuze gemaakt om naar boven in Nederland te verhuizen. Omdat hier alle familie woont en zo. En dat we nog niet naar beneden wilden. Maar nou zaten we wel 2 jaar geleden dat we zoiets hadden van: we zouden best wel naar beneden in Nederland verhuizen. Ik vind dat wel heel gezellig. Jij ook, hè? In Maastricht, rond Maastricht en zo. In Limburg en in Noord-Brabant. En al die... Ja, de YouTubers wonen daar ook, ja. Nou ja, maar sowieso, ik vind de mensen beneden in Nederland altijd wat spraakzamer. Ja, ik ben zelf natuurlijk ook best wel kletserig. Ik vind het ook altijd wel gezellig om in de winkel even lekker een lang praatje te maken met iemand en zo. En dat gebeurt hier wel minder. Nou ja, wel een beetje, maar... Ja, ik weet niet, mensen zijn hier wat meer op zichzelf. Is op zich ook prima, maar ja, het is gewoon anders. Het is gewoon anders. Ik kom uit de Randstad, dus daar is dat ook al wel wat meer, hoor. Maar ja, je merkt wel dat het hier anders is. Mensen zijn gewoon, de gesprekken zijn anders. Ik aard zelf beter beneden in Nederland. Het eiland van je dochter is echt leuk. Ah, dankjewel, Nika. Ja, nou, je moet er maar binnenkort even een nieuwe bij zetten, zodra je weer verder bent. Maar jouw eiland is nog nooit af geweest. Nee. Maar je verandert ook wel steeds een idee. Maar in ieder geval blijft het wel... Het moet wel een Japans thema worden. Ik woon in Twente. Dat is een beetje in het midden. Dan kan je ook alle kanten op. Ja, dat is inderdaad ook. Daar zaten wij dus ook aan te denken. Uiteindelijk een beetje in het midden van Nederland. Kijk, die doen we weg. Gaan we weer bouwen. Jongens, ik ben verhuisd. Nou, wat een sensatie allemaal op één dag. Ik ben jarig geweest. Ik ben verhuisd. Welkom bij de verhuisstream. Wat zeggen jullie? Roze of roze? Roze, denk ik dat ze bedoelt. Roze of roze? Nee, ja, ik denk hier in West-Friesland zeggen mensen roze. Maar wij zeggen gewoon roze. Gewoon met een korte o. En je hebt ook mensen die zeggen roze. Die noemen het niet roze. Maar ik zeg eigenlijk altijd wel roze. Ja. Vroeger zei je roze. Dan schreef je het ook, R-O-L-S. Maar weet je dat er meer zijn? Ik krijg soms wel onder die video van... Oh, dat vind ik echt heel leuk. Zijn er wat kleinere kinderen die dan net die video hebben gekeken. Die schrijven er dan onder. Deze video vond ik echt heel leuk. Alles in het roze. R-O-L-S. Lief, hè? Kijk. Mij gewoon nou eens eventjes een stadswoning hebben hier. Ah, cute. Dat staat wel echt heel gezellig, hè? Dat is wel echt zo van... Hallo, kijk wat een mooie entree tot mijn huis. Ja, jammer dat hij net niet in het midden kan. Maar ja, het was of hij zit aan deze kant of hij zit daar. Ik kan gewoon net niet mooi uitgelijnd. Dus we doen hem gewoon zo. Kan wel, toch?
Kan je aanzetten? Je kan terugkijken. Nee, Floor. Gaan we niet doen. Mooi, zegt Jennifer. Dankjewel. Ik ben geboren op dinsdag 9 december 1986 om 7:02 in de ochtend in Zaandam. Marliesje, wat een details. Moest jij niet gaan? Oh, ik laat er helemaal een boer van. Moest jij niet gaan? Je moest toch boodschappen doen voor je moeder? Hup. Marliesje, boodschappen doen. Ga boodschappen doen. Marliesje heeft geen zin. Marliesje is aan het uitstellen. Jelle zegt nog steeds bedankt voor de handtekening op mijn gips. Graag gedaan. Doe het pad eentje naar achteren, dan heb je een recht pad. Oh, dat kan ook. Dat we hem gewoon recht doen en dan niet in zo'n bocht. Oké, ja. Nu snap ik wat jullie bedoelen. Oké, gaan we dat proberen. Gaan we kijken hoe dat staat. Want ik word hier niet blij van. Ik word hier niet blij van. En ik kan toch de boom weer terug. Kijk, dan doen we hem gewoon zo. Gaan we eens kijken hoe dat staat. Want dit is hem inderdaad net niet. Zo. En dan doen we hem hier ook recht. Nee, dan moet hij niet zo. Oh, oei, nou dan hebben we een boom in de stoep. Kijk, want dan moet hij natuurlijk gewoon zo. Oeh, het wordt krap hoor. Het wordt krap. Om die boom. Zo'n hek. Wat ik eerst ook altijd deed. Dat is wel schattig. Nee, als moet die boom maar weg, helaas. Dan zit er niks anders op. Doei, boom. Bye, boom. Ja, we gaan dit inderdaad even proberen. Kijken of die zo mooier uitkomt. Kan je deze stream straks nog terugkijken? Ja, natuurlijk. Als je lekker wat anders moet doen, ga lekker wat anders doen. Je kan hem straks gewoon terugkijken. Nee, niet kon terugspoelen. Oh, sorry. Je kan hem wel terugkijken. Ja, maar hij blijft gewoon online staan. Maar dat doe ik altijd, toch? Wat vind je van Eindhoven? Ja, vind ik ook wel leuk. Daar ben ik ook wel wat vaker geweest. Maar ik weet niet of ik daar zou wonen. Sorry voor alle mensen die in Eindhoven wonen. Ik vind Eindhoven wel iets minder gezellig aanvoelen dan Den Bosch. Maar ik ken het ook niet goed genoeg. Dus ik kan er weinig over zeggen eigenlijk. Maple heeft een wolkje. Ja, dat moeten jullie echt maar negeren hoor. Ze hebben de hele tijd wolkjes. Ik word er helemaal gek van. Ik negeer ze gewoon, die villagers. Helemaal moe van ze. Al hun cadeautjes en hun vragen en al hun wolkjes. En dan willen ze weer weg. Ga weg. Helemaal gek van. Nou, we doen de boom gewoon weg dan. Ja, dat is kaal hè. Maar misschien kunnen we er dan wel iets anders neerzetten. We bedenken zo wel weer wat. We gaan eerst eens even kijken hoe dit pad er zo uit komt te zien. Doen we die zo. Ik denk wel dat ik het wel mooier vind zo. Mama. Wat jij? Geloof het niet. Geloof het niet. Komt dit nou precies uit? Oh? Ja. Ja, 10-10-10 is toch de rest 10? Toch? Dat zei ze dan toch al? Een lantaarnpaal misschien? Ja, dat sowieso. Dat kunnen we er sowieso neerzetten. Maar dan is het nog steeds wel kaal. Ik hou wel van de boompjes, zeg maar. Maar je hebt zeker gelijk. Sorry, ik ben even je naam vergeten wie met dit geweldige idee kwam. Dit is een heel stuk beter dan het lelijke van net. Vind je ook niet? Dit oogt zoveel rustiger. Ik vond dit hoekje zo schuin wel schattig. Maar dit is ook prima. Dit is leuk zo. Hebben we ook een probleem opgelost met die lantaarnpaal. Ja, alleen die boom weg. Het is wel kaal. Vind je ook niet? En hoe doen we dit stukje dan recht? Of doen we die dan schuin nog? Kijk, we kunnen ook zeggen we doen hem zo. Maar dan hebben we wel weer die punt. Kijk, we kunnen ook zeggen we doen hem zo. En dan hebben we daar die punt. Dan doen we daar een lantaarnpaal of zo. Ik weet het niet. Is het leuk? Ja. Maar ik ga het toch gewoon afmaken. Ik ben eigenwijs. Zo. Ik ga even voetballen. Doei, Star Power. Lekker voetballen. Hé, maar we horen Emily niet zo goed. Nee, dat komt omdat ze heel ver weg zit. En deze microfoon is heel gericht. Ik zit helemaal hier. Helemaal. En ze praten ook niet zo heel erg hard. Dus daarom is dat. Ik ben Liana en ik ben op Z. Oké. Goeie informatie. Supergoed. Hey, oma heeft het dus dat berichtje zitten sturen. Oma zit er foto van. Oh, een hele reeks met allemaal Barbie-popjes. En, word je daar blij van? Nee. Oké. Ik weet ook niet, er staat ook verder geen tekst bij. Nee, oma, helaas. We zijn niet enthousiast. Ik heb net de Nintendo online proefperiode aangeschaft. Maar ik kan nog steeds geen patronen downloaden. Nou, dan denk ik dat je gewoon nog even wat verder moet spelen in het spel om daar te komen. Dan denk ik dat je gewoon nog niet ver genoeg bent. Kijk, ik heb een idee. Heb ik hem nog in mijn zak zitten? Ik denk het niet. We gaan even hier naartoe.
Hey, hoe kom je aan dat leuke stoempje? Nou, voor de 6000ste keer, die is van Colin Crossing. Die kan je bij colin.crossing op zijn Instagram downloaden. Nu niet nog meer vragen hoor. Iets pakken. Een kegelvormige bosje gaan we even pakken. Want dat staat denk ik best wel leuk erbij. En dan gaan we mijn tuintje maken, goed? 600 jaar later en dan is mijn eiland weer af. Zo ben je even lekker bezig. Maris, wil je weer een keer eilanden bezoeken, maar niet de tomatensaus? Ja, Mila vond dat ook al zo leuk, die eilanden bezoeken. Die zei, ga je dat vrijdag weer doen? Nou, dat weet ik niet hoor. Misschien. Oh! Zullen we die doen daar? Die is best wel schattig daar zo. Ik ben eindelijk weer een keer bij je live. Ah, gezellig. Leuk dat je erbij bent. Jeetje. Kijk, doen we die gewoon daar? Wat we wel kunnen doen is dat we hier misschien een boom naast zetten. Of zo echt tegenaan. Ik weet niet of dat kan. Of anders hier kunnen we natuurlijk ook een boom neerzetten. Kijk, zo net bij die stoep. Ja, die andere bomen, dat op de achtergrond moet je allemaal even negeren. Dat wordt allemaal wat anders. Kijk, dan doen we hem gewoon zo. Ah, dat is best wel leuk. En doen we hier nog iets neerzetten? Nog iets van een leuk tonnetje of zo. Met iets erop of iets. Zoiets schattigs. Maris, waar is je taart? Ja, ze zijn het aan het halen, maar ik weet ook niet waar. Volgens mij zijn ze helemaal naar de bakker gereden bij Zwaagdijk of zo, denk ik. Ja, het duurt echt heel lang, hè? Ze zijn inderdaad echt heel lang weg. Maar volgens mij komen ze nu thuis. Ben je ooit in Garderen geweest? Jazeker, Victoria. Maak het hoekje ook schuin daar, bij de boom. Hier? Oh ja, dat is denk ik wel mooier, ja. Daar heb je denk ik een heel goed punt. Ik denk dat ik het daar helemaal mee eens ben. Kijk, dan gaat hij zo. En dan moeten we alleen dat... Ja, dat is echt heel leuk. Dat is een hele goeie van jou. Oké, dan doe ik deze ook nog even aanpassen. Kijk, zie, we komen er wel. Soms duurt het gewoon eventjes. Oeh, die moest ik niet hebben. Welke moet ik dan hebben? Gewoon zo? Oh, dan heb ik gewoon dat puntje gewoon niet. Hé, puntjesproblemen, jongens. Ik heb puntjesproblemen dan. Zie je dat? Zie? Hoe doe je dat anders dan? Nee. Is dat zo? Hè? Ja, dus we kunnen kiezen of we hebben schaduw daar. Of we doen hem zo. Denk ik mooier. Dan hebben we daar gewoon net even geen schaduw. Helaas toch maar. Helaas pindakaas. Daar net geen schaduw. We doen het er gewoon mee. Zo. Hoi Kreetjik, ben je nou live? Nee. Doe maar alsof. Hoi Shania. Echt superleuk. Ja, yay. Gezellig. Oh, hoi. Please, hoi. Maris, wat vind je van de wijk bij Duurstede? Nee jongens, we gaan niet weer geografische en topografische dingen doen hoor. Hebben we al een keer gedaan in de stream. Maris, voor welke voetbalclub bent hij? Voor geen één, want ik heb helemaal niks met voetbal. Nee, we hebben helemaal niks met voetbal. Oké, nog één ding aanpassen, want ik heb hier nog iets niet goed gedaan, zie ik. En dan gaan we verder naar mijn tuintje. Oh, nee, die was wel goed. Die mocht blijven. Echt schattig, dat kegelvormige busje daar zo. Die past daar zo goed. En dan moet deze nog zo'n hoekje daar onderin hebben, deer. Anders missen we daar weer net de schaduw. Marielle, ben je in de tussentijd al aan het bouwen? Of zit je nog steeds alleen maar te kijken? Of is de kleine inmiddels alweer wakker geworden? Maar is dat, vind je van korfbal? Ja, heb ik ook niks mee. Ik heb niks met sport. Dus als jullie heel leuk vinden om te sporten. Allemaal heel leuk. Maar dan moet je echt niet bij mij wezen. Want dan kan ik niet met je delen. Want ik heb echt helemaal niks met sport. Nooit gehad. Zal het ook nooit krijgen. Sorry, spijt me. Maar ik vind jullie wel heel lief. Oké, we gaan hier steentjes naast leggen. Hoe krijgen zij trouwens dat huis dan met al die steentjes zo eronder? Dat kan helemaal niet. Zie je dat? Zij hebben helemaal geen gras om dat huisje heen in dit voorbeeld. Maar dat kan helemaal niet. Oh, bij die DLC kan dat wel. Zij hebben het in die DLC gebouwd. Ah, oké. Okay. Nou, we gaan gewoon wat improviseren dan. We gaan gewoon wat maken. We gaan hier van die boompjes neerzetten die ze daar ook hebben neergezet. Dat vind ik echt superleuk. Die Esdoornboompjes. Maar moet ik dit weer even allemaal weghalen? Je rolls gaat toch? Ja, dat is waar. Dat is ook een sport. Maar geen teamsport. Sorry, ik had het duidelijker moeten zeggen. Ik hou niet van teamsport. Nee, sorry. Maar ik ben ook niet zo'n hele goede teamplayer. Nee, vind je dat ook niet leuk? Heb je er ook niet één? Nul? Ja, ik heb dat dus ook niet. Mila ook niet echt, hè? Ja, maar ze wordt op school dan altijd wel weer kwaad van gym. Omdat ze dan...
Dan zijn die jongens vet goed in voetbal, want die zitten op voetbal. En die worden dan een beetje te fanatiek, zeg maar. Ja, dat vond ik ook altijd. Wacht, ze kunnen hier... zei dat zij dat ook irritant vindt. Want vooral als iedereen dan op een bepaalde sport zit. Al die meiden in haar klas zitten bijvoorbeeld allemaal op handbal. En dan zijn ze er allemaal vet goed in. En dan worden ze ook een bloedje fanatiek. En dat is vooral wat ik ook niet zo leuk vond eraan. En dan zijn ze ook vervolgens de hele middag chagrijnig als je dan hebt verloren. En dan was dat mijn schuld, omdat ik weer niet goed genoeg was. Ugh. Ik ben er niet een... UUHM, ik heb alleen maar gekeken, schiet niet op zo. Oh, ze zegt dan mogen ze zelf de teams kiezen en dan word ik altijd als laatste gekozen. Oh, sad, Emily. Het spijt me. Het spijt me dat je een dochter bent voor mij. Het spijt me zo. Ik wou dat ik je sportgene had gegeven. Toch wel raar, want papa bijvoorbeeld is wel echt heel erg goed in sporten en zo. Hé, hey, Marielle trouwens, sorry, ik negeer je donatie gewoon. Super lief, dank je wel. Ik heb alleen maar gekeken, dat schiet niet op zo. Ah, maar het is zondag, maakt het gewoon niet uit wat je doet. Nou, aan het bouwen bent op je eiland of lekker aan het kijken. Het mag allebei. Paardrijden inderdaad heb ik ook nog gedaan. Momenteel zit ik niet op paard. Dat is ook een sport, maar niet een teamsport. Ik ben gewoon geen teamplayer. Daar komt het gewoon op. Maak een parkeerplekje bij dat grijze huisje. Dat grijze huisje is mijn huis, hè? Oh ja, een parkeerplek voor mijn eigen auto. Oh nee. Mijn zakken zitten weer vol. Nou, dat takje kan ik wel even laten vallen. Hé, hey, ik hoor een auto. Jongens, jongens. We hebben taartpauze. Woehoe, lekker. Ja. We gaan gewoon taart eten voor de camera. Sorry voor die meid die de ramadan aan het doen is. Dan zitten wij hier lekker taart voor de neus te eten. Maar het spijt ons. En voor de mensen die allergisch... Die allergisch zijn... Eten. Ja, of mensen die geen taart lusten. Ja, helaas. Ja, dan graag. Hallo. Hallo. Oeh, ze hebben taart. Oké, wacht. Oh, je ziet van alles weer in beeld. Wacht. Oeh, lekker. Hebben jullie appeltaart gehaald? Ja. Wacht even hoor. Ik moet even dit fixen. Ik zie in één keer allemaal dingen. Wacht. Zo, kijk. Ja, oké. Okay. Wat? En voor papa? Bananen-eclair. Oh, ja. Lekker. En wat is dit? Appeltaart? Ja. Oh. En ik heb hier een megabus. Mooi, waarom zo'n grote? Ja. Oké, okay, lekker. Wat lekker. Yeah, we hebben taart. Nee. Tess Bunny Lover zegt, Emily, ik word ook altijd als laatste gekozen. Nou, is helemaal niet erg. Ik werd ook altijd als laatste gekozen. Is helemaal niet erg. Iedereen heeft zo zijn eigen talenten. Als we iets creatiefs gaan doen, word ik als eerste gekozen. Dus je kan niet overal goed zijn. Dat is ook. Okay. Jij bent ook altijd heel goed in tekenen en knutselen op school en zo. Dat is ook wat waard. Als je daar teams voor mag maken, dan werd je pas als allereerste gekozen. Daarom. Kijk, nou, en met muziek. Daarom. Kan niet overal goed in wezen. Maris, stop nu, want ik heb ook zin in eten. Nee, we gaan het alleen nog maar erger maken, want we gaan eventjes lekker taart eten. Mensen die nu binnenkomen op de stream, chillen zonder stream, Animal Crossing bouwen. zien ons alleen maar taart eten. Jam, dat ziet er lekker uit. Ja, het ziet er heel lekker uit. Ik ben heel benieuwd. We zitten te wachten hier totdat het over is. Oké, wacht. Ik ga nog heel eventjes hier. Gaan we nog heel eventjes nog even een paar dingetjes wegslopen voordat het taartje komt. Komt die echt letterlijk nu, hè? Of zouden we ze niet komen brengen? Zo van, ja, je komt hier maar taart eten. Doei. Kan natuurlijk ook. Ik geef ze groot gelijk. Misschien kan je ze anders even helpen. Niet zo lui. Misschien kan je ze even... Mila en papa hebben het al helemaal gehaald. Van werken moet je eten, zegt Haselino. Ja, dat is absoluut waar. Hallo hoor. Oeh, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat deze appeltaart lekker is. De appeltaart die kant-en-klare van de Albert Heijn vind ik zelf niet zo heel erg lekker. Echt Maris, stuur me een stuk taart op. Sorry Kelly, ze hebben niet voor jou meegenomen. Ik zei het nog, ik zei neem ook voor Kelly mee. Even pauze, hoort er ook bij. Ja toch Mariella? Dat hoort er ook bij. Even, het is zondag. Kom op, het is geen werkdag. Ze moeten gewoon taart eten. Is Mila blij met de kamer? Mila is heel blij met de kamer. Zit daar echt graag ook. In West-Friesmal, ik weet niet eens wat dat is, heb je een Animal Crossing Real Life Store. Echt waar, wat leuk. Ik ga dat eens even opzoeken op internet. Ik ben er heel benieuwd naar.
Ik ben ook goed in tekenen. Kijk, Marino. Goed bezig. Zie, ieder zo zijn eigen talenten. Hoe verplaats je je huis? Bij Tom Nook. Moet je weer geld betalen, zoals altijd? Moet je weer helemaal moeilijk doen om het te gaan verhuizen? En dan moet je een dag wachten en dan ben je verhuisd. Dus moet je met Tom Nook praten. Wij aten een keer ook die kant-en-klare appeltaart van de supermarkt. Er zaten gewoon stokjes in. Ja, dat bedoel ik. Dat heb ik ook inderdaad. Dat van die harde dingetjes zitten erin. Echt niet fijn. Maar we hadden vroeger hadden we hier een DK-markt zitten. Zeg ik, nee, een Deen. Maar die Deen bestaat niet meer. Maar vroeger hadden we de Deen. Dat is nu een Albert Heijn geworden. En de Deen had serieus echt hele lekkere appeltaart. Die vonden we echt heel erg lekker. Ik moet even mijn zakken leeg, jongens. En dan ga ik even die bomen daar weghalen. Dan kan ik even verder hakken. Hoe krijg je een stadhuis? Nou, dan heb je volgens mij nog nooit Animal Crossing gespeeld. Oké, wacht. Screw die zakken leeg. We hebben even pauze. Even pauze. Mama. Zo. Doen we even Mama. Chill muziekje erbij. Nou. Ja, hey. Dankjewel, Isa. Ik ga woensdag naar de Efteling. Oh, wat leuk. Heel veel plezier. Mila. Doei. Ik ga weer. Dankjewel. En dankjewel, liefje. Je zou weer wat anders aan het doen. Oh, zo lief. Zo lekker, jongens. Kijk nou. Kijk nou wat er gewoon gehaald is. Emily, jij hebt hem ook. Laat het eens lekker zien. Voor iedereen jaloers te maken. Wij gaan even live appeltaart eten, jongens. Gewoon echt zo spontaan ook. Alleen maar omdat jullie het hebben over taart. Eten wij nu taart, hè? Van de bakker. Ah. Oh, lekker. Dat vind ik ook wel lekker. Mag ik even zo'n klein hapje? Ja, wat dacht je dan? Dankjewel, Laura, voor je superchat. Ja. Ik word altijd gepest omdat ik geen taart lust en ook geen slagroom. Bas, ik lustte vroeger ook geen taart en ook geen slagroom. Dus het kan nog goed komen. Ik had ook altijd op verjaardagen, als ze dan vroegen wat wil je dan te eten, dan nam ik eigenlijk altijd gewoon een stukje fruit. Eet smakelijk. Dankjewel, Anna. Dankjewel voor je superchat. Is die lekker? Heerlijk. Oké, ik wil dan. Oh, lekker bananen. Oh, lekker. Wil je ook een hapje van mijn taart? Met slagroom? Dat kan. Kijk. Iemand zei al net, is dit nu de 12 uur stream? Was wel precies wat ik had gezegd. Een beetje Animal Crossing, even pauze, even lekker eten. Ja. Maar dan zit ik hier tot 12 uur vanavond. En dan had ik het wel iets groter kunnen aankondigen in plaats van gewoon niks. In plaats van zo random, hallo, hier is de 12 uur stream. Het staat niet eens in de titel, helemaal niks. Ik kom net binnen en ik zie taart. Ja, sorry. Maar ik mag geen melk. Ah, oh, sad. Ja, dat mocht ik vroeger ook niet. Maar ja, ik lustte vroeger ook geen slagroom. Ik vind het nu echt heel lekker. Oh, ze is allergisch voor melk. Lactose intolerant. Kan toch? Dat kan toch? Emily en Mira zijn echt mooie kinderen. Ah, oh, Sandra, dat is lief. Dankjewel. Hoe lang ben je al live? Oeh, weet je hoe laat het is? Het is inmiddels 3:50. We begonnen 12:15. Ik heb geen taart, maar wel wafels. Oh, lekker. Nou, eet smakelijk, Lisa. Hey, 3:50. Dankjewel trouwens voor je superchat. Dat betekent... 12:15, 12:15, 1:15. Dat we al meer dan 2 uur live zijn. Huh? En dan heb ik alleen maar dit zitten maken nog? Maar ja, dan komt er de chille zondagstream. Zijn we gewoon al zo lang live? Dat voelde echt helemaal niet zo lang. Ik mag geen gluten, geen lactose, geen melk, helemaal niks. Ik lekker met mijn Maltesers. Oh, lekker Jill. Dankjewel voor je donatie. Hé, maar dat is wel lastig joh. Geen gluten, geen melk. Dat is wel echt... dat is wel heel... Maar ik denk dat je uiteindelijk wel een beetje weet wat je dan wel en niet mag eten. Sorry Lisa, voor dat we nu zitten te eten terwijl jij Ramadan aan het doen bent. Je mag hem even wegklikken. We gaan zo meteen weer verder. Maar we moeten heel even daar naar binnen werken. Hij is wel erg lekker. Jij hebt hem al bijna op. Ja. Wow, hoe doe je dat zo snel? Ja, cute. Met die 12 uur, die heb jij zo in de pocket. Ja, dat denk ik ook. Gewoon een beetje taart eten de hele tijd. Nou ja, misschien maken we er gewoon 12 uur van. Ik weet niet hoe lang we het volhouden. Zou jij wel leuk vinden tot 12 uur vannacht hier zitten natuurlijk. Ja. Maar dat mag niet, hè? Jij gaat dan gewoon naar bed. Jij gaat dan gewoon naar bed, hè? Dat snap je. Oh ja, we gaan nog een nachtje in de woonkamer logeren. Dus dat is niet gezellig als ik dan tot 12 uur hier zit. Nee, dan moet ik naar bed en dan ga ik meteen slapen in de woonkamer. Dat is echt super saai. Oké. Okay. Maar wat is die code van die stoep? Nee, Bridget, echt. Check deze stream later terug. Ik heb het al zo vaak gezegd.
Ik pak ijs, omdat het 30 graden is. Is het zo warm? Waar ben je dan? Oh, Roos was op vakantie, hè? Oh, je maakt ons maar jaloers. Maken wij je jaloers met taart. Sta je in oktober weer op Creado? Staat nog niet op de planning. Ik denk het haast wel, maar we hebben nog niet gepland daarvoor. Dus ik durf niet met 100% zekerheid te zeggen. Misschien, misschien niet. Niks gepland nog. Oh, het is erg lekker. Mm. Ja, echt heel lekker. Ja, echt. Nee, ik denk niet dat ze hem al hebben aanstaan. Ze zijn echt net binnen, joh. Wou Emily niet de kamer die Mila nu heeft? Ja, eerst wel, hè? Ik was eerst wel een beetje jaloers. Maar als in wel gezond jaloers. Niet dat je het Mila niet gunt of zo. Maar ik weet het niet. Ik krijg jou denk ik echt niet weg uit je eigen kamer. Emily is ook wel heel erg gehecht aan haar eigen plekje. Daar zo. Te veel verandering, denk ik. Lekker mukbang. Terwijl ik vast... Oh, sorry, Sarah. Ik wil nog wel eigenlijk... Maar we hebben niet meer. Ik zit nu in het Disneyland Hotel. Oh, Tess, ga lekker naar Disneyland dan in plaats van deze stream kijken. Dat is veel leuker, man. Welke sok heb je aan? Je Animal Crossing? Sok? Nee. Ik heb gewoon witte sokken. Gewoon basic witte sok. Was dat de vraag? Ik moet huiswerk maken. Ik ben stiekem jullie aan het kijken. Wel goed je huiswerk maken. Doe maar nu. We hebben nu toch niks te doen. Doe maar even hard maken. We gaan even meedenken voor je. Roep maar een vraag van je huiswerk. Dan denken we mee. Kun je je gate open doen? Nee, want ik ben aan het bouwen. Je kan niet je gate open hebben als je aan het bouwen bent. Gaat u weer 6000 jaar laden? Oh, gisteren ook, hè? Uren van de tijd. Wacht, ja, ja. Ja. Ik wil ook zo'n moeder die gewoon aan het streamen is. Nee, is helemaal niet leuk, hè? Ja. Oh, dat is lief. Wat gebeurt hier? Zegt Annelien. Ik ben net terug. Annelien, dit is de taart-eet-sessie. Maar Reus, ik moet even gaan. Ik ben zo terug. Tot zo. Tot zo, Silé. Silé. Ik denk dat het niet stiekem mijn taart eten. Babette zegt, ik ben blij dat je mijn naam hebt gezegd. Zeg ik het nog een keer. Ik heb twee keer gezegd. Welke taart vind jij het lekkerst? Nou, mijn favoriete taart is monsieur-taart. En dan met bastonje-koekbodem. Dat vind ik, ja... Ja, maar jij maakt altijd alles van me. Jij wil alles hetzelfde als dat ik ook lekker vind. Wil jij dan ook? Ja, ook lekker. Maar dat is ook zo. Maar dat is wel echt onze lievelingstaart. En die van Mila en die van Rick, die is appeltaart. Maar dat vind ik ook wel heel erg lekker, appeltaart. Appeltaart scoort ook wel hoog. Maar dan niet met noten erin en zo en gekke dingen. Dan wel gewoon echt gewoon alleen met appel en rozijnen. Wel rozijnen. Die zitten hier niet echt in trouwens. Nee, hè? Dat doen wij wel altijd. Ik vind rozijnen heel lekker. Maar heel veel mensen vinden rozijnen niet lekker. Dus ik snap wel dat ze het er niet in doen. Ik heb nu ook zin in taart. Ik snap het, Indy. Zit ik aan de Maltesers flats. Nu wil ik ook taart. Oh, ik snap het. Nou, ik geniet voor je. Hij is erg lekker. Wat vind je het leukste om te doen van al je hobby's? Ja, dat werd ook op Creado gevraagd. Ja, ik zei toen tekenen. Ik denk toch tekenen. Maar ik vind gamen ook heel leuk. Ik heb te veel hobby's. Ik vind eigenlijk allemaal hobby's leuk. Okay. Voor bij jou? Ja, maar ik vind heel veel hobby's leuk. Ik vind rolstaart bijvoorbeeld ook wel leuk. Is dat een hobby? Nee, dat was mijn sport. Dat was mijn sport, hadden we net bedacht. Gelukkig heb ik nog chips. Ook lekker. Dan gaan wij zo meteen ook gewoon eten. We gaan ons helemaal vol van eten vandaag. Vreedstream. Welkom bij de vreedstream. We gaan ons helemaal vol stoppen met allemaal vreten. Mensen binnenkomen. Welkom bij de vreedstream. Ja. Dan denken ze, oké, dan weten ze wat ze kunnen verwachten. Beter. Mijn taart is ook bijna op. Oh. Dat had je even veel ziek. Vind je appel met kaneel lekker? Smaakt naar kerst. Oh! Hij was lekker! Dat horen ze niet. Oh. Nou, voor als ze de stream kijken, dankjewel. Was lekker. Lekker, lekker, lekker. Mm. Oh, ja, hij hoort het. Heerlijk. Weet je waar ik ook zin in heb? Lekkere cappuccino. Ah. Nee, maar schrapje, schrapje, schrapje. Rustgevende game en praten en vreed podcast. Ja, hey Shirella, gezellig. Gewoon inderdaad lekker, lekker een beetje niks. Lekker een beetje vreten. Oké, zullen we weer verder gaan? Gaan we weer verder met bouwen. Zo, taart zit erin jongens. Oh, die ging er goed in.
Ja. Dat was erg lekker. Oh, je zit met papa te kletsen. Oh, had je papa ook ergens niet, waar blijven jullie zo lang? Het duurt zo lang. Oh, papa heeft ook boodschappen gedaan. Oh, wat lief. Wil je vanavond barbecuen? Gaan we vanavond barbecuen? Ik, ja. Rick, gaan we vanavond barbecuen? Wat gezellig. En dan ga ik geen 12 uur stream ervan maken hoor, want dan is het ongezellig. Dan ga ik ook mee barbecuen. Nou ja, wacht totdat Rick het vlees heeft gemaakt tot de barbecue en het opeten. Dat vooral. Welke taart vind jij het vieste? Ik ben zelf niet zo fan van rijstvlei. Kwark. Ja, nee, dat vind ik heel lekker, kwarktaart. Oh, ik zal trouwens mijn muziekjes weer uitzetten. Zo, we hebben nu gewoon weer Animal Crossing muziek. Dat was voor de chille appeltaart, was die muziek even. Dan stond die muziek helemaal niet aan, niemand het gehoord. Maar volgens mij staat die hier al niet eens aan. Maar hij stond bij mij op mijn koptelefoon nog wel steeds aan. Oh ja, wat ging ik ook weer doen? Zakken legen. Dat was ik aan het doen. Kijk, ik weet het nog wel. Here we go, naar mijn opslag. Ik ga mijn zakken legen, la la la. Kwark is zo lekker. Ja, ik hou ook van kwarktaart. Rick, niet gaan barbecuen. Hey, Melisje weer. Rijstevlei is mijn favoriet. Melisje, je ging weg. Ja, je bent er nog steeds. Je ging boodschappen doen en daarna naar je moeder. Hup, wegwezen nu. Maar rijstvlei is mijn lekkerste, is mijn favoriet. Ja, dat vind ik ook altijd heel lekker. En ik ben er niet zo fan van. Ik hou sowieso niet zo van vlei, heel eerlijk gezegd. Oké, ik ga alles even... Nee, niet mijn taartje. Mijn verjaardag cupcakes. Cupcakes. Die ga ik bewaren. Want, oh, die auto kunnen we even terugzetten trouwens. Volgende keer ben ik wel bij de Crea. Doe Maris. Ah, hey Maris. Gezellig. Leuk dat je er ook bent. Ja, ik heb je gemist hoor, dit keer. Ik dacht dat je ze allemaal ging sparen. En ik denk, nou, Maris die komt wel weer. Want die maakt van elke Crea doe een foto. Was ze er niet. Maar volgende keer komt ze weer. Gezellig. Leuk. Daar ben ik blij om. Kijk. Doen we die hier zo. Pieken. Kan je daar even weg? Kan je alsjeblieft even gaan? Want ik wil even Zullen we die villagers gaan opsluiten? Dat we die gewoon op een eiland gaan neersmijten? Waar ze er niet af kunnen? Of we bouwen ze gewoon dicht? Zodat ik altijd lekker in mijn eentje ben op mijn eiland. Heb ik wat gemist? Ja, zeker joh. Kijk wat we allemaal hebben gebouwd. Kijk, het staat echt leuk hè? Mijn huisje zo op de achtergrond. Echt heel gezellig. Oké, ik ga hier weer naar boven. Ik heb mijn zak even geleegd. Dan kan ik die bomen weer weghalen. Die moeten hier ook nog weg. Ja. Maar wil je dat... Gaan we barbecuen vanavond? Oh, we gaan barbecuen. Wow, spotlight. Om te testen. Oh, je kan trouwens nu je kastje laten zien. Want ik kom vorige keer... Ja, dat is echt bizar. Ik heb ook helemaal... Ik zie helemaal niks meer ervan sinds dat ik in die lamp heb gekeken. Ja, maar wel... Nee, maar hij vindt hem wel mooi. Ja, je ziet er mooi uit in dat roze licht. Staat goed. Echt, ik zie helemaal niks meer. Dit is nog erger dan al die Instax-camera's op Crea doen. Helemaal verblind, joh. Wow. Ik zie helemaal niks meer. Oh, nice, Rick, zegt Hasselino. Ja, maar Rick heeft dus zijn kastje gefixt. Te laat, Rick. Beter laat dan nooit. Hij doet het wel. Dan laat ik hem ook gewoon niet zien. Nee, speciaal omdat Laura dat zegt, hè. Ik heb een heel klein huis. Maar dan kan je upgraden. Of in het echt? Ik neem aan in Animal Crossing, toch? In het echt kan je hem ook upgraden, natuurlijk. Maar dat kost alleen wel wat meer. Aan de andere kant, Tom Nook huis upgrade is ook niet goedkoop, hè. Zo, dat kost ook altijd flink wat. Oké, nou doen we hem even tot aan hier. Dat is lang genoeg. Dan kunnen we dit ding nog laten staan. Ik ben er pas net. Nou, dat is niet erg, Elfenoortje. Gezellig dat je er bent. Beter laat dan nooit. Jawel, Rick. Laat je kastje zien. Rick is alweer weg. Hij is alweer goed zien. Rick is altijd de hele dag. Hè? Die is altijd met van alles bezig. De hele dag door. Altijd. Hè? En dan zit hij weer iets op zijn computer te bouwen. En dan gaat hij daar weer heen en hier wat halen en zo. Die is altijd actief. En Emily en ik. Wij zijn een beetje de luie van dit gezin. Nou, wij doen heel veel, maar wij kunnen ook wel heel goed relaxen. En Mila die is ook altijd wel de hele dag altijd dan weer hierheen en dan weer met die spelen en dan weer daarheen. Dan weer dit. En Mila en ik kunnen rustig gewoon de hele dag gewoon zo zitten. Geen. Nee, vindt ze dan saai. Ik ben er ook pas net. Hoe lang zijn jullie al bezig? Nou, sinds 11:45 valt ze best wel een taart. Ik wil net zeggen, je hebt ook taart eten gemist. Best wel een tijd. Best wel een taart.
Creatic Dionne gaat zingen. Wat? Gaat ze zingen? Gaat ze nu live zingen? Dat is gezellig. Dan moeten we even gaan kijken hoor. Dan gaan we even live naar de live van Dionne kijken. Kan best. Ja, dan moet ik even vragen aan papa hoe dat moet. Ik zou niet weten hoe dat moet. Jawel? Dat is al best wel lang. Ja, best wel een lange tijd live. En volgens mij kunnen jullie gewoon zien in de tijd hoe lang we al live zijn, toch? Of niet? Maar staat dat gewoon ergens in beeld. Victoria, je hebt nu al 100 keer dezelfde vraag gesteld. Ik heb hem gezien. Ik heb er zelfs een antwoord op gegeven. Je hoeft niet nog vaker te vragen. Zo. Genoeg. Nee, pas om 3 uur gaat ze live. Ja, dat doet ze altijd pas om 3 uur. Oh, maar ze had al aangekondigd dat ze ging zingen. Oh, leuk. Dat is gezellig. Nou, jullie mogen ook lekker bij Dionne gaan kijken hoor. Doe maar. Doe Dionne de groetjes voor mij. Dan is ze vast helemaal teleurgesteld. Wat is dit nou? Wat is dit nou? 2,3 uur zijn we al aan het livestreamen, Emily. Zo lang zit jij er al naast. Te zitten. Te niksen. Emily houdt van niksen. Altijd. Jullie zijn 2 uur bezig. Dat valt mee. Ja, valt mee. Oh ja, we gaan vandaag zingen. Oh, lieverd. Nou, ik ben benieuwd wat ze allemaal gaat zingen. Hebben jullie zin in het zingen? Vast wel, toch? Ik ga even kijken, want ik heb nodig best wel veel van die boompjes, als ik dat er zo bij wil zetten. Dat ziet er echt vet schattig uit. Ze hebben daarnaast het huis, hebben ze van die... wat zijn het? Esdoornboompjes of zo staan. Maar volgens mij heb ik die al overal weer gebruikt. Die wintergroene esdoorn of zo heet die. Dat betekent dat ik nieuwe moet bestellen. Zakkie, zakkie. Dan hadden we dat eigenlijk net even moeten doen. Hè? Nou, dan weet je wat we gaan doen. Dan lopen we even naar boven. Dan gaan we ze daar even weghalen. Nee, laat maar met rust. Wegrennen. Laat maar met rust. Ah, leuk. Ja, lief. Kijk, we hebben er hier eentje. Kijk, daar. Kijk, gaan we toch wel helemaal anders bouwen. Dat maakt niet uit. Wat is dit? Dit is live. Dit is leuk. Als je het niet leuk vindt, helaas. Dan moet je weg. Weg voor jou. Waar heb ik nog meer van die wintergroene Esdoorn dingen staan? Ik heb er nu pas 1. Ik had er toch meer? Kijk, mooi dat restaurant daar. Kijk, oh kijk hier, die ton. Zullen we die meenemen? Die is denk ik wel leuk voorbij dat... ja, dit moeten we dan ook maar weer opknappen. Maar het is minimale... Waar hebben we die wintergroene Esdoorn nou neergezet dan? Jawel, we pakken net eentje. Oké, nou, die moeten we even bestellen. Ik weet niet of ik er nog meer heb hiervan. Oh, kijk hier. Die bedoel ik. Maar heb ik er maar 2? Ja, dat kan hoor. Ik weet ook niet of ik die kan bestellen. Die moet ik met Nookmails kopen, geloof ik. Maar ik heb er maar 2. En hier hebben ze er 4 staan. Maar ja, ze hebben het natuurlijk ook in die DLC gemaakt. Maar ja, we gaan eerst wel kijken hoe het staat. Ik vind het wel heel stenerig zo. Vind je ook niet? Maar daar hebben ze dat ook. Maar daar staat het wel heel mooi, vind ik. Kijk. Ja, misschien. Omdat dit de straat... Oké, wacht. Dan kunnen wij het op zich ook wel zo doen. Omdat ik dan andere steentjes heb liggen. Omdat wij hier ook die schattige steentjes bij doen. Kijk, deze. Dan leggen we die in mijn tuin. Die vind ik veel schattiger. Dat gaan we doen. Kan je de gate laten zien? Ik ben je eiland aan het nabouwen. Oké, wacht. Ik loop even naar beneden. Speciaal voor jou. Kijk, kan je even kijken. Ik heb hier zo'n entreetje. Die paadjes, daar gaan we nog wat gezelligs op zetten hoor. Dit is nog niet klaar. Misschien een kraampje of zo. Of een terrasje of iets. Hier dus die huisjes gemaakt. Kijk, die zitten hier helemaal zo. En aan die kant. En hier dus mijn huis. Ik ben er nu pas, is niet erg. Gezellig, welkom dat je er bent. Ik heb nog steeds die profielfoto. Oh, Merel. Prachtig. Rick heeft hem ook nog steeds. Credits AUB. Oh, zal ik ze even laten zien? Tada! Nou, niks veranderd. We staan nog allemaal hetzelfde. Kunnen we heel even misschien die prachtige roze bril weer opzetten? Nee, dat doen we niet op de chille zondagsteam. Nee, dat doen we niet. Heb je taart al op? Oh, hij is helemaal op. Hij was heel erg lekker. Ik zit op de wc met de stream. Oei, oei, oei. Ik denk Mila wel. Die neemt ook altijd overal gewoon alles mee naartoe. En dan zit ze op de wc van alles te kijken. Of Roblox te spelen op de wc. Of... En ben je nou je hele eiland aan het verbouwen? Nou, nog niet mijn hele eiland. Maar het wordt wel mijn hele eiland. Ja, boeien. We spelen het in ieder geval weer. Oh,
ja, ergens bij instellingen moet je dat doen. Volgens mij bij batterij. Batterij moet je volgens mij wezen. Je karakter is zo cute. Ah. Same, ik zit ook op de wc. Doen jullie allemaal op de wc, joh? Ik wil niet mee naar de wc. Laat me gaan. Help, ik wil weg uit de wc. Ik wil niet op de wc. Iedereen die daar in het huis zit en mij hoort schreeuwen. Ik zit altijd op de wc. En mijn ouders die vragen altijd, waarom zit je 10 minuten op de wc? Ja, nou, dat doet Mira dus ook altijd. Die neemt dus altijd de tablet mee. Rick zegt ook elke keer weer, niet weer je tablet meenemen. Het is niet nodig. Maar die neemt ook altijd de tablet mee. Je moet ook gewoon niet zo heel lang zitten poepen. Waarom poep je heel lang? Waarom hebben we het hier over? Ik poep niet lang. Ik ben zo klaar. Voor mij is het niet eens door of ik heb geplast of heb gepoept. Oké, ander onderwerp. Daar gaan we het niet over hebben. Ik zat net ook op de wc. Ja, ik wil het niet weten. Oh, ik moet even mijn brievenbus trouwens plaatsen. Het is zo jammer hè, dat je toch die vakjes nooit kan vullen. Moet dat nu? Is dat zo belangrijk? Oké, jongens, ik moet even Emily helpen, want ze heeft ruzie met dat er scherm uitgaat. Scherm en helderheid misschien. Hier, automatisch slot. Hoe lang wil je nooit? Of 5 minuten? Nooit. Oké, nou, alsjeblieft. Was heel belangrijk. Ik kon echt niet wachten. Was zo vervelend als je batterij uitgaat. Ja, als het scherm dan uitgaat, hè? Nou, hij gaat nu nooit meer uit. Oef. Ah, oh, dat is lief. Ik zit nog in mijn pyjama. Lekker, lekker. Oké, ik ga even mijn geveltjes openen. Ik heb er een heleboel. Heel veel plezier met barbecue. Ander onderwerp, graag Haya. Heel veel plezier met barbecue. Ander onderwerp, graag. Ja, ik neem aan dat dat over de wc ging. Hasselino, dankjewel weer voor je superchat. Daar komt hij weer. Daar komt hij weer. Gezellig muziekje. Yay. Oké, hier mag jij maar voren. Moet je maar zeggen als hij klaar is, goed? Ga jij maar lekker luisteren. Dankjewel, super lief. Ik denk, zullen we het niet meer hebben over de wc-onderwerpen? Marielle zegt ook al, ja, muziekje, thanks, mjoen. Echt super lief. Ik hoop trouwens dat ik dat goed uitspreek zo. Oké, ik heb die gevels. Ik ga hier even het bosje weghalen in de tussentijd. Gaan jullie maar lekker viben op de muziek? Kijk, allemaal dansemojis. Ik moet nog steeds van Rick vragen of hij voor mij een stickertje wil maken waarin ik aan het dansen ben met mijn roze bril of zo. Dat we een mooi danspopje hebben. Ja, met die roze bril of zo of iets. Nee. Ik dacht hier naar beneden, ik moet dit stukje nog weghalen. Neem je nu mee naar de trein? Oh, Melissa, je neemt me gewoon overal mee naartoe. Wat gezellig. Je wel je oortjes in. En niet dat ik in de hele trein te horen ben, want dan schaam ik me dood. Dan zeg ik niks meer. Tenzij er dan allemaal mensen bij je komen zitten van... Hey, ben je ook een aan het kijken? Dat zou wel vet gezellig zijn trouwens. Maar dat gebeurt alleen in musicals, denk ik. In sprookjes. Maar ik leef ook wel een beetje in een sprookje. Ik ben altijd gezellig. Kijk naar al die dansemojis. Zo gezellig. Hoe krijg je een andere briefbus? Kan je ook bij Tom Nook regelen? Kan je ook weer voor betalen? Kan je allemaal bij Tom Nook regelen? Ja, nee hoor, je bent over de hele speaker te horen. Ja, dat zou inderdaad vet zijn. Ja, dat zou toch leuk zijn als er dan iemand bij komt van... Yo, oh, je bent Kreetje, kijk wat leuk. Ik kijk gezellig met je mee. Dat zou echt gezellig zijn. Tenzij het niet zo'n heel leuk persoon is, die zit er daarna mee opgescheept. Dan... Nee. Dan... Nee, doe maar niet. Doe maar je oortjes op, liefde. Ik wilde zelf Animal Crossing spelen, totdat ik dit zag. Doe het anders gewoon lekker dit kijken en Animal Crossing spelen. Dat kan ook. Dat is ook leuk. Is de muziek klaar? Een lang lied. Ik moet nog steeds een kortere versie van maken. Kijk, we gaan hier. Oké, ik heb even jullie hulp nodig. Hier op het plaatje hebben ze blauw en geel met elkaar gemengd. Ik vind het op zich denk ik wel leuk om blauw en roze met elkaar te mengen. Ah, dankjewel. We kunnen ook zeggen we doen alleen blauw of we doen alleen roze. Dus ik laat voor jullie kiezen wat vinden jullie leuk voor op de achtergrond. Kijk, het wordt dan of zo... Oh, Emily heeft al gekozen, jongens. Jullie mogen niet meer stemmen. Denk je dat dat leuk gaat staan? Ja, we hebben het. We gaan... Oké, wacht. Ik ga een poll maken. Poll. Wat doen we voor muurkleur? Hier, kunnen jullie stemmen? Doen we roze muur? Een blauwe muur? Kijk, Melissa, kan je ook stemmen vanuit de trein? Of allebei. Of gemengd. Inderdaad, allebei. Dus dan krijg je roze en blauw door elkaar heen. Tenzij het lelijk is, dan haal ik het gewoon weer weg. Maar doe maar even stemmen.
Oeh, dat helemaal klem. Doe maar stemmen, hij staat er. Dan ga ik intussen wel vast even mijn roze gevels pakken. Dan kunnen jullie kijken hoe dat eruit ziet. Oh, gemengd. Verrassend. Oké. Okay. Ik heb geen idee of dat leuk is hoor, maar dat kunnen we gaan proberen. Dan wordt het gemengd. Als jullie zeggen gemengd, wordt het gemengd. In je zak, ik stop alles in mijn zak. Hoe stop je hem? Mijn zakken zitten vol. Je stopt hem gewoon hier. Oké, 38% stemt voor gemengd. Echt een kleine meerderheid. 39, 33 zegt blauw, 28% zegt roze. Oké, dus als gemengd niet mooi staat, dan doen we hem sowieso blauw. Want dat zijn daarna de meeste stemmen, niet roze. Oké, dank jullie wel. Ik heb de poll gesloten. Dan gaan we weer verder. Dan gaan we hem, eerst gemengd neerzetten. Geen idee of dat leuk staat. En als we dit niet leuk vinden trouwens, kunnen we ook nog zeggen, we gaan hem hier doen met niet die kleurtjes. Maar we doen hem hier net zoals bij dat winkeltje. Zo, met die stenen. Dat... Hé, hey, waarom pak ik dat dit? Ik moet die roze. Waar is die? Winter van de S. Is dat deze? Ja. Kijk, dan komt het zo. Echt heel apart. Ik zou er zelf echt nooit op komen om twee verschillende bij elkaar te doen. Jij wel? Nee, maar het is als ik het daar zie, staat het hartstikke leuk. Zeker met die spulletjes ervoor. Maar ja, misschien vinden we het wel niks. Moet wel heel kleurig hoor, in mijn achtertuin. Jij vindt het leuk? Ja, echt? Ja, ik weet niet. ik moet even wennen. Oh, verkeerd om. Nee! Nee, doe maar blauw. Dat muziekje achtervolgt mij s'nachts echt. Sorry, sorry, sorry. Wanneer stream je normaal gesproken? Normaal vrijdagavond. Nee, doe maar blauw. Ik vind het heel raar. Ja, ik vind het ook heel apart. Ik weet ook niet. Ik voel me een beetje een circus. Oké, nou, wat we anders ook nog hebben. Ik weet sowieso niet of ik kleur helemaal bij mijn eigen huis vind passen. Wat we ook nog zouden kunnen doen. Zakken zitten vol. Zakken zitten altijd vol. Wat we ook nog zouden kunnen doen. Ik zal even mijn zak legen. Is net zoals dat we bij het winkeltje hebben gedaan. En daar hebben we dus zo'n steen meer. Laat ik jullie helemaal stemmen. Doe ik volgens heel iets anders. Maar goed, het gaat om het idee, hè? Even kijken. Ik moet niet die wintergroene S trouwens wegdoen. Waar is die? En dat vat kunnen we ook meteen even neerzetten. Oké, die laat ik nog even in mijn zak zitten. Hoe vaak ga je live in de week, Maris? Nou, normaal gesproken 1 keer per week, hoor. Dit is gewoon een extraatje. Gewoon voor de gezellig. Maar wie weet. Wie weet als jullie heel gezellig zijn dat we dit vaker doen, maar... Ik kan niet dit altijd zitten doen. Ik moet soms ook gezellig doen hier in huis. Anders is Rick niet blij. Als ik altijd dit stream. Oeh, ik heb ze alleen maar als poorten. Zie je dat? Ik heb ze niet meer als kasteelmuren. Ik heb alleen nog poorten. Oké, nou, doen we even poorten voor de kleur. En dan bestellen we wel weer muurtjes. Kijk, dan wordt het dus zo. Zoals hier. Oh, doei! Veel plezier op de verjaardag. Die lichtere is mooi. Ja, we gaan die gewoon proberen. Ik heb dus alleen even niet de muurversie ervan. Ik heb alleen de poortversie, dus dat zal misschien een beetje gek staan. Maar dan kunnen we in ieder geval even kijken of we die kleur leuk vinden. Nee, het is niet middeleeuwse gevel nu, hè? Kasteelpoort. Oh. Ja, dat vind ik wel mooier, denk ik. Zal ik die gewoon bestellen? Zal ik gewoon van die kasteelmuurtjes bestellen? Moeten we wel weer even tijd reizen. Maar ja, boeien. Ik heb toch niks beters te doen vandaag. Het is zondag. Toch niks beters te doen vandaag. Kijk, dat staat mooier. Vind je ook niet? Wat rustgevender. Maar dan moet hij wel dicht zijn. Niet zo... Kijk, we zouden wel kunnen maken dat als je hier zo doorheen loopt... dat je dan weer zo daar er weer doorheen kan of zo. Of hier aan het einde. Dat is dan wel weer grappig. Je kan die gevel aanpassen bij Harvey. Wist jij dat? Oh, dan kunnen we zo gewoon een gele laten maken. Ah, dat wisten we niet. Dankjewel, wat een goede tip. Over 10 jaar heeft iedereen die profielfoto nog. Nee, dat hoop ik echt niet hoor. Wij zijn heel gezellig. Vooral als je die roze bril op hebt. Nee, nee. Een poppontje. Ik moet zo folders lopen. Totaal geen zin in. Oei. Oké, we gaan die poort even bestellen. Goed? Die muren. Zoeken naar kasteel. Dat past op zich wel bij die oude vibe, toch? En dat we daar dan het moderne stadje in hebben gebouwd. Ik denk dat dat wel leuk is. Kasteel. Nou, hier vindt hij hem vast wel mee. Kijk, kasteelmuur. Huppa, meteen een goeie.
bestellen. Oh jongens, ik moet even pinnen. Ik kan er nu maar 2 bestellen. Dat is niet genoeg. Oké, ik moet even pinnen. Even pinnen. Of heb ik nog geld in mijn broekzak? Nee, even pinnen. Even denken waar ik de pinautomaat ook weer neerzet. Oh, zal ik meteen het vat hier neerzetten? Ik loop nu toch langs. Doen we die hier zo. Ja, een beetje historisch. Ja, toch? Kijk, dan zijn deze dingen er ook leuk bij. En dan misschien een lampje erop. Cute. 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 Oké. No. Sabi is lekker bij Emily op schoot gaan liggen. Klingels opnemen. Kijk jongens, zoveel levert het op joh, dat streamen. Kijk hoeveel geld ik heb. Was maar waar. Had ik in het echt maar zoveel geld. Dat zou leuk zijn. Ja, maar Sabi ligt er niet zo heel vaak. Nu wel als jij er zit, maar anders niet. Ik ga heel even trouwens meteen even kijken wat er in het winkeltje ligt hoor. Misschien hebben ze wel in één keer een toren. Goedemiddag Crea, goed bezig samen. Ah, dankjewel Manuel. En dankjewel, leuk dat je alweer 3 maanden lid bent. 62 miljoen, ja joh. Hey, het spiegeltje is er voor het spookhuis. Love you. Ah, dankjewel Vee, super lief. Dankjewel voor je superchat. Ik denk het. Hey, maar wat vind je van deze paas? Die past best wel bij die oud-historische stijl. Dat we zo'n kasteel ook misschien nog ergens bouwen. Zodra we die torens dus hebben. En dat we dan dus ook nog van die vazen neerzetten. Ik wil er nog één. Maar mijn zakken zitten zeker vol. Ja, aankoop. Woeps. Mijn zakken zitten vol. Is het Sabi of Poki? Dit is Sabi. Mijn grote Sabi alweer, hè? Dat is al bijna net zo groot als... dit heb ik allemaal al. Oké. Okay. Weet je wat we kunnen doen? Wat misschien leuk is. Als we een kasteel bouwen... Dan doen we gewoon in het kasteel... Zetten we een huisje... Die we over hebben. En als je daar dan ingaat door die kasteelpoort heen. Dan ga je gewoon ook dat huisje in. En dan bouwen we de binnenkant van dat huisje helemaal zo'n ouderwets kasteel. Ja, met zo'n ouderwetse prinsessenkamer of zo. Dus we gaan er dus een haunted house bouwen. Dus blijkbaar. En echt een kasteel van binnen. Dat is wel echt super tof. Oké, ik moet nog even bestellen. Ja, daarvoor hoef ik geen lege zakken te hebben. Hey, ik ben onderweg. Gezellig, Elise. Fijn dat we met je mee mogen. We gaan overal naartoe vandaag, joh. We zitten al in de trein. We zitten onderweg naar Spanje. We zitten op de camping. We zitten in Turkije. Zelfs in Denemarken zitten we. We zitten vandaag overal. Kijk, we bestellen er nog één. Dankjewel, Marielle, voor je supersticker. Lief. Maris, hoe duur is het om lid te worden? Lid word ik als €2,99 per maand. Het is wel per maand ook gewoon opzegbaar. Dus als je het maar 1 maandje wil doen, dan kan dat. Maar het kost €2,99 per maand. En hiermee steun je dus het gameskanaal. Krijg je ook allemaal van die perks voor. Hè? Zoals een groene naam in de chat. En leuke stickertjes en zo. Daarnaast word je lid van de Creative Crew. Ook natuurlijk hartstikke gezellig. Wat vind jij, Emily? Vind je dat we deze ook nog zo krom moeten maken? Net als daar. Nee? Is dat niet een beetje gek dan? Oké, als jij het zegt. Als jij het zegt. Oké, ik heb mijn kasteelmuren besteld, dus ik moet tijdreizen. Zullen we meteen nog iets doen? Is er nog iets dat we moeten verhuizen nu we hier toch nog bezig zijn? Nee, maar ik heb niks verhuisd. Ik heb alleen maar wat besteld. Hier, ik kan dan zo meteen even deze trap afbreken hier zo. Dan doe ik me tenminste nuttig. Efficiënt is dit, jongens. Efficiënt. Marcelina zegt, ze is altijd gezellig hier. Ah, nou, het is ook altijd gezellig met jou. Kijk, we gaan even een trapje afbreken. Ja, die moet ook krom. Dat is beter, denk ik. Oké, we vinden in de chat dat ik hem wel krom. Ik denk dat je Eve heet, trouwens. Maar in ieder geval xf.ee.x. Ik noem je vanaf nu gewoon Eve. Die vindt dat het ook krom moet. Emily is het niet mee eens. Ze ziet eruit alsof het er niet mee eens is. Waar heb je die muren vandaan? Van die gebouwen die voor je huis staan? Die heb ik van Hasselino gekregen. Maar je kan je gewoon... Nee, geen verboden woord. Over bruggen en hellingen. Oké, jongens, moet opletten, want ons druk ik altijd verkeerd. Nee, maar die kan je gewoon via die... via je speciale dinges in app. Speciale... Wat is het? Hoe heet het? Speciale spullen of zo? Iets? Nou, zoek het uit. We gaan iets afbreken. Hier moet ik opletten, want ik druk hier altijd verkeerd. We gaan afbreken. Een helling. Deze.
alles afbreken. Is dat wat je wil? Slopen die handen. Oké, het is goed gegaan. Ik heb lekker eten. Jam, jam, jam. Lekker, lekker. Oké, we gaan tijdreizen, jongens. We gaan weer naar morgen toe. We zijn weer lekker bezig, hè? Maak het meer. Nou, dat hadden we nu al. Ik weet niet of we dat nog een keer gaan doen. Misschien in de buurt van het kasteel. Maar ik weet niet hoeveel ruimte ik nog heb. Hoi, hoe oud bent u? Veel te oud. Water, Marissa, dat heb ik niet. Nul water. Waarom zijn er zoveel mensen die de profielfoto hebben met die zonnebril? Omdat ze maar heel mooi vinden met de zonnebril op. Ik zie ze ook van jou voorbij komen, hoor. Die zonnebril, die is gewoon echt, die vinden ze heel leuk. Oké, 7 mei is dat weer. Wie is de jarig op 7 mei? Want dan vieren we ook jouw verjaardag. Dan gaan we weer. Gangsta Maris. Ja, zie? Ik ben een gangsta Maris. Dat vinden mensen leuk. Zonnebril. Ik heb hem niet, maar ik had hem wel. Het is dat nou, Tessa? Nee hoor, ik geef je groot gelijk. Zara zegt, ik had zoveel spullen en geld, maar ik heb mijn hele eiland weggedaan en helemaal opnieuw begonnen. Nee! Oh, zo zonde. Ja, dat kan ik dus echt niet. Ik ben 8 mei jarig, zegt Sharella. Hey, dat is mijn zwager is ook 8 mei jarig. Yes, ik ben eindelijk begonnen met bouwen. Goed bezig, Marielle. Eindelijk. Ja, geweldige bril. Mijn zusje is 4 mei jarig. Ah, oh, die hebben we dan net 4 mei. Ik heb net aan mijn moeder gevraagd of ik lid mag worden. En ze zei nee, dus nu ben ik boos. Ah, oh, nee, dat is niet erg hoor. Het alleen doen als het mag en als je het wil. Maar als het niet mag, is het ook niet erg. Als het wat rustiger is in de chat, dan zie ik jullie chats ook wel voorbij komen. De datums komen weer in de chat. Ja, ik hoef niet te weten wanneer jullie allemaal jarig zijn. Hè? Ik vroeg alleen wanneer iemand jarig was op deze dag. Ah, sterkte. 1 en 2 mei zijn geen leuke dagen voor me. Hè? En zo heeft iedereen wel weer wat, zie. En dan kan ik op die dagen weer niet streamen, want dat zijn niet de leuke dagen. Uiteindelijk kan ik nooit meer live. Altijd wel weer wat. Altijd wel weer wat. Batman. Nou, ik doe mijn tweede communie 7 mei en een schoolfeest. Ah, dankjewel Lisa voor je superchat. We zijn eindelijk opgestart hoor. Het duurde echt zo ontzettend lang. Zo langzaam nu. Hij heeft geen zin in deze dag. Wat ben je aan het maken, Maris? Mijn eiland. Altijd mijn eiland. Dat is het enige wat ik leuk vind in Animal Crossing. Lekker mijn eiland prutsen. Ik kijk al te lang. Ben ik weer. Hoi Chloe, welkom terug. In België hebben we nu geen vakantie. Ik had het al meegekregen inderdaad. Jammer. Jennifer zegt, ik heb ook die mooie profielfoto. Jennifer. Ew. Emily, pak stiekem die roze bril en zet hem op Marister hoofd. Helaas, Imke, ik heb het gelezen. Ik krijg nu binnenkort een beugel. Ik ben pas 10. Ik vind het heel spannend. Oeh, heb je al je tanden al dan? Dat is snel. Jij moet er nog een aantal, hè? Oké, ik heb kasteelmuur, jongens. En het is zonnig. Het is een mooie dag. Kijk, kasteelmuur. Here we go. Oh. Mijn zakken zitten vol. Wacht even. Ik moet even naar mijn schuurtje. Maar ik vind dat tonnetje wel leuk daar. Altijd zitten mijn zakken vol. Ik word er helemaal gek van. Hoezo zijn jouw zakken altijd leeg? Oh ja. Nou, mijn zakken zitten altijd vol. Nee, ik kan het er ook allemaal niet uit doen. Dit kan wel. Oh, die griezeldinges hoeven natuurlijk niet erin. Nou heb ik 3. Volgens mij precies genoeg. Precies genoeg. Ik ben heel benieuwd hoe mijn tuintje gaat worden. Ik ben benieuwd of het leuk wordt. Anders moeten we misschien even op zoek naar andere steentjes om daarboven neer te leggen. Net zoiets als dat. Maar het staat daar vooral zo mooi omdat het ook onder dat huisje zit. En dat kan niet in hier. Yes, je bent nog live. Ik heb even boodschappen gedaan. Welkom terug, Mechtelt. Ik ben er nog steeds. Ik ben er nog steeds. Ik ga net zo lang door totdat Rick chagrijnig wordt en me komt halen. En dan kan ik zeggen, nu ga je me helpen met de barbecue klaarmaken. Dan kom ik. Ik wil deze pas op. Wacht, ik snap waarom mijn zakken zo vol zitten. Want kijk, ik heb ook al die middeleeuwse gevels en zo. Wat ik ook nog. Kijk, doe even hier mijn bosje. Dan heb ik even een plekje. Planten. En die planten. Oh, ik word helemaal gek van die volle zak altijd. Ik moet 2 kiezen laten trekken, maar ik ben bang voor naalden en voor mijn beugel. Wens me succes. Succes. Sterkte. Komt vast goed. You got this. Kasteelpoort. Emily, kies mijn eilandthema.
Oh nee, maar niet hoor. En hier deden we de muur. Kasteelmuur. Oeh, ik heb zo meteen gewoon een... Oeh, ja, leuk. Sprookjesthema. Sprookjesthema. Hoezo ben je nou live? Nou, gewoon. Mag dat niet? Want dan ga ik weer weg, hoor. We zijn gewoon live omdat het leuk is en het is een chille zondag stream. Dus, ja, dat. Vind je wel leuk eigenlijk, hè, stream? Ja. Emily is allemaal inspiratie aan het opdoen voordat ze ooit zelf gamestreamer wordt. Ja, maar vind je ook wel een beetje eng nog, hè? Dat snap ik, hoor. Ik vind het ook wel spannend. Ja, maar zo is dat dan toch een goed begin. Kijk, zullen we hier dan wel zo doen dat je hier dan zo'n steegje hebt zometeen? Zullen we overal van die steegjes gaan maken? Dat is echt wel leuk. En dan doen we erachter zo'n trapje. Dat je dat steegje doorgaat en dan ga je meteen zo'n trapje op. Ja. Ik weet niet of dat kan, hoor. Maar waarschijnlijk. Ja, kan dat? Dan gaan we dat doen. Vet leuk. Ja. Mechtot zegt, ik vind dat Emily persvoorlichter moet worden. Ja, dat je gewoon allemaal van die persberichten gaat zitten voorlezen. Ja, misschien kan je dat wel. Nou, misschien, wie weet. Misschien gaat ze dat doen. Misschien. Maar ik denk het niet. Ik denk dat Emily gewoon de opvolger wordt voor mij. Als het dan nog steeds bestaat. Tenzij ik natuurlijk over een jaar met pensioen ga. Dat zou wel heel vroeg zijn. Oké, dan doen we die hier. Let even nog niet op die muur dan daarachter. Bedenk daar maar iets leuks bij. Dat wordt vanzelf leuk. Dan moeten we hier weer een kasteelmuur. Oei, dat is dus ook waar. Dat had ik net weggeveegd, dat stukje. Niet dat je dat ooit ziet, maar ik ga het toch weer terugleggen. Leg achter die poorten een scheidingswand met een tof ontwerp. Ja, dat is leuk, maar dat zie je helemaal niet. Ja, oh, achter die poort. Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat we daar een trapje gaan maken. Maar dat is ook wel leuk. We zouden er inderdaad ook wel gewoon het uitzicht op van iets of zo kunnen doen. En dan op een op zo'n scheidingswandje of zo. Dat kan wel. Kijk, ik doe hierachter gewoon een kasteelpoort, want dat zie je toch niet. Want die is wat breder, dus dan vult hij wat sneller op. Hoe ga ik dit doen? Dit gaat helemaal niet lukken, zo, want ik kan hem niet trekken. Hij moet gewoon zo in één keer goed gaan. Ga in één keer goed! Doe het! Ah, kijk, want af en toe gewoon boos worden op de game. Kijk, in één keer goed. Hopla, niks meer aan doen. Is Animal Crossing gratis op je telefoon? Ja, maar dat is niet deze Animal Crossing. Dat is wel een ander soort spel. Dat is niet dat dit. Dat is niet leuk. Dat heb ik gespeeld. Oh, nou, hoor, je hoort dat het is niet leuk, zegt Emily. Dit speelt. Ja, maar daarvoor moet je wel een Switch hebben. En het is niet gratis. Het kost €60, geloof ik. En dan moet je nog Nintendo Online. Nou ja, moet niet natuurlijk, maar dat maakt het wel extra leuk. Zullen we dat aan deze kant ook doen voor de symmetrie? Ja. Echt? Zeg jij nou ja? Oh, gaat alles goed? Nee. Eentje eten. Dan ben ik Sims aan het spelen. Ah, oh, gezellig. Oh, en Melissa zegt dat ook. Nee, Animal Crossing op de telefoon, dat is echt helemaal niks. Oké, nou, ik heb het nooit gespeeld, maar ik hoor net uit betrouwbare bronnen dat dat niet leuk is. Dus Melissa? Niet doen. Melissa, Emily snapt je. Ik ga je doelboek bakken. Tot zo. Tot zo, Silé. Amma, ik word doelboek bakken. Ik neem je nu weer mee naar de bus, Maris. Ja, joh, leuk. Ik ga vandaag overal naartoe. Echt zo gezellig. Emily kan zo mooi haar make-up doen. Oh, nou, dat zijn wel lieve complimentjes, hè. Elke keer. Daarvoor doet ze ook speciaal make-up op, hoor. Voor de stream. Omdat ze dan weet dat ze die lieve complimentjes krijgt de hele tijd. Ja, maar is toch ook leuk? Is toch ook lief? Oké, nou, hij staat bijna helemaal. Dan gaan we kijken of we het leuk vinden. En dan... Nee, toch niet leuk. Alles weer weghalen. Zo. Ja, dat is leuk. We hebben wel een beetje aankleding nog nodig. Dus daar gaan we die wintergroene S voor gebruiken. Wordt vast leuk. Kijk, dit maakt het mooi. Vind je ook niet? En dan symmetrisch. Ja, jawel. Dat is mooi, want ik heb er maar twee. Anders heb ik maar één kant. Dat is raar. Dat is raar. Ja, en een symmetrisch eiland. Alles is symmetrisch. Ik hou van symmetrisch. Symmetrisch is goed. Kijk nou hoe gezellig dit wordt. Het wordt helemaal leuk. Ik ben helemaal blij. Echt symmetrisch. Twee keer in de week stream. I don't mind. Ah, oh, gelukkig. Daar ben ik blij om. Ja, maar het is topstream. Maar ik heet geen Eve, maar ik heet Vee. Oh ja. Je hebt je naam aangepast, zie ik. Dat is duidelijker. Hoi, Vee. Is goed, dan moet je Vee. Dan moet je niet meer Eve.
Oh my god, wat een leuk poppetje heb je, Maris. Dankjewel. Ze ziet er wel leuk uit zonder die bouwhelm op. Ik heb genakt. Ja, Emily heeft het poppetje nagemaakt. Dus ik heb nu een dubbelganger. Die ziet er precies hetzelfde uit. Misschien is het leuk om je eigen creatievlag te ontwerpen voor bij je kasteel. Dat is heel leuk. Ik ben alleen heel slecht in vlaggen ontwerpen. Oké, we gaan verder. We gaan verder, want ik wil die feestbooglampjes wil ik in mijn tuin. Want hoe cute. En ik heb ze besteld voor mijn laatste nogmaals. Ze zijn alleen nog wel in het wit met roze. Met jouw poppetje op dit eiland? Of op jouw eigen eiland? Maar wil je niet vet veel van deze feestpoortjes en zo dan? Oh, maar ze zijn zo leuk. Ik moet naar Harvey trouwens. Dan gaan jullie me zien zonder mijn ding. Ik moet even naar Harvey. Oh, Onedi gaat beginnen. Nou, kunnen jullie ook bij Onedi kijken als jullie het leuk vinden? Op Onestream. Onedi is live, Maris. Ja, we krijgen er hier ook een melding van. Maar ze staat nog in de wachtscherm. Wij gaan even naar Harvey in de tussentijd. Dus ga maar even lekker bij Onedi kijken. Doe er maar de groetjes van mij. Zeg maar sorry dat ik ook op dezelfde tijd aan het streamen was. Ik wil op reis. We gaan op reis. En ik ben ook nu een dubbelganger van jou. Oh, dat mag hoor. Is goed hoor. Emily die vond eerst toen ging ik deze... Hier, ik wil naar Harvey Island. Toen we voor de eerste keer... toen ik dit vestje aandeed en zo. Toen zat Emily al zo... het is echt lelijk. Nee, die moet je echt niet aandoen. Die is echt lelijk. En toen had ik mijn hele poppetje helemaal afgemaakt. Met mijn roze haar en dat tasje erbij. Toen zat Emily al zo... Oh, dat is best leuk. Wil je mij dat vestje ook opsturen? Dus toen moest ik hem ook in één keer vaker komen. Maar in het begin vond jij hem lelijk, hè? Ja, dat is waar. De mond ook van Emily. Ja. Ja. Maar ja, we lijken het echt ook op elkaar. En we hebben gewoon dezelfde kleren gekocht als daar. Is dat ook gewoon. Maar de outfit is ook echt heel cute. Dank je wel. Ik ga straks nog in de auto. Kijk, we gaan ook met Jennifer mee de auto in. Zeg tegen je vader dat hij niet te hard gaat rijden dit keer. Geen speedtickets dit keer. Hey, Rick is er ook. Hallo liefje. Hey, waar is je foto? Oh, hij heeft gewoon net even een foto gemaakt. Ik zie namelijk onze muur van de woonkamer. Rick heeft gewoon echt een live profielfoto gemaakt. Ik moet weer even hier naartoe. We gaan even deze simpele feestboogjes aanpassen. Vandaag is mijn iPad vol en niet maar 3%. Dat is beter, Shania. Ik heb hem even veranderd, zegt Rick. Bij mijn andere trein en dan een kwartier lopen. En dan ben ik bij mijn mamsie. Ah, gezellig. Doe de groet aan je moeder, Melissa. Noé, kleine. Wil je wat aanpassen? Inderdaad. Ja, het is echt zo'n West-Friese... Kijk, kasteelmuur. Ah, inderdaad. Kijk, die kasteelmuur kan je ook aanpassen. Oh! Dan kunnen we die toren waarschijnlijk ook aanpassen. Hey, maar dat is goed nieuws. Nee, dan heb ik wel een toren. Dan maakt het niet uit welke kleur die is, denk ik. Kijk, die moeten we in het donker houden. Alinda, welkom bij de Creatie Crew. Gezellig. Hahaha, bed Emily die het poppetje van Maris steelt. Ah, dat mag. Ik ben gewoon inspiratie. Zij ook heel vaak hoor. Ik had ook heel vaak dingen van haar. He, modellenposes en zo. Daar ben jij beter in dan ik. Zo, we helpen elkaar. Dat zei iemand net nog maar eens. Wat over die speedtickets? En waar is mijn andere Facebook? Hier. Die zetten we ook op donkerhout. Op mijn eiland bestelt iemand... Nee, stop met mijn koptelefoon, want je trekt hem de hele tijd van mijn hoofd af. Ik zit mijn hele draadje helemaal te frunniken. Maar op mijn eiland heb ik alleen witte. Ik vind die witte niet leuk. Die geven roze licht. Op zich is dat wel leuk, maar niet voor overal. Ik wil ze nu gewoon geel. Nou ja, dat is leuker. Nou, ik heb dus witte met roze lampjes. Dat is op zich wel leuk, maar... Hè? Oh, maar doe maar uit. Want zo meteen is haar muziek anders dan mijn muziek. En dan raak ik gedemonetized. Ik denk het niet, maar je weet het niet. Word ik gedemonetized door Dionne? Gedionetized. Oh, flauw. Ik ga naar huis. Je bent al bijna 3 uur live. Yeah! Nog 9 uur te gaan. Oh, nee, wacht. Let's go. Ja, nee hoor. Ik zit in de bus. Ik was zo blij dat je mijn comment las. Ah, lief Koen. Marielle zegt, zo kan je eigenlijk alles aanpassen. Ja, dat is ook zo natuurlijk.
Ik heb er eigenlijk alleen met die kasteelmuren nooit aan gedacht dat je die ook gewoon kon aanpassen. Maar pet slim, dat gaan we dus gewoon doen. We gaan zo meteen gewoon die toren dus aanpakken. Dus dankjewel, Dark Princess, als je er nog steeds bent. Want ik heb dus wel wat gehad aan je toren. Dat is in het begin helemaal, ik kon ze helemaal brengen gisteren op de vrije dag. Vet lief. Ja, ze zegt, kijk maar even of het kan, die toren. Je bent er dus nog steeds, gezellig. Oh, en Maris, ik heb je over mijn oordopjes hoor, by the way. Maar ik ga echt dat je iPhone in lijf bent en dan via de speaker in de trein. Oh nee, maar dan moet je wel even zeggen hoor. Want dan ga ik wel opletten op wat ik zeg, want schaam ik me dood. Hier, ik haal deze even weg. Dan doen we hier ook lampjes in mijn tuin. Volgens mij is dat super schattig. Kijk, lampjes. Dan doen we die hier. En dan doen we daarvoor een boompje. Waar is het? Ja. Oh, zo schattig. En dan ziet het er s'avonds volgens mij helemaal gezellig uit met al die lichtjes. Dat wordt echt superleuk. Het is nooit zo rustig in de chat. Normaal is het veel drukker. Ja, klopt. Maar normaal kijken er ook iets meer mensen. Maar bijna niemand weet dat ik in de tussentijd ook live ben. Dus kijk, het is alleen wel. Hij staat hier net iets van het huis af. Oh ja, maar mocht bij Emily toch niet symmetrisch, hè? Kijk, Emily is nu niet symmetrisch. Want dat komt net niet uit. Door die poort vooral, hoor. Dan moet ik het iets opschuiven. Begin je met een nieuw eiland altijd helemaal leeg? Oh. Geen idee wat daar gebeurde. Dankjewel, Dimi, voor je superchat. Begin je met een nieuw eiland altijd helemaal leeg? Nee hoor, ik ga het gewoon werken in de spullen die ik heb. Kijk maar, je ziet hier zelfs nog het parkje van net. Alles is gewoon nog eigenlijk hetzelfde. Dus dat geldt. Ik begin gewoon ergens. Ik maak er gewoon een rotzooi van en ik smeer er gewoon overheen. Kijk maar. Dit staat hier allemaal gewoon nog te staan. Dus zodra ik dan denk, ga je hier wat bouwen, dan haal ik dat gewoon weg. Maar ik heb geen geduld om alles leeg te halen en op te ruimen. En een hele dag daarmee bezig te zijn. Dat duurt me te lang. Oh, zal ik meteen even dit stukje aanpassen nu ik weer ben? Kijk, ik wil bouwen. Ik mag misschien ook Animal Crossing. Ah, leuk. Ik vind deze stream zo leuk. Ah, gezellig. Ik zit nu in de bus naar Miami Beach en jij dus ook. Oh, dat is wel heel lekker hoor, Miami Beach. Dat is wel heel luxe. Oké, we gaan het hoekje aanpassen, speciaal voor Vee. Omdat Vee denkt dat het wel leuk is. Gaan we dat proberen. Kijk, dan is het zo. Nou ja, ja, misschien wel hè. Even kijken als we dit stukje ook nog opvullen. Kijk, en dan doen we hem zo. Vind je dat leuk, Emily? Nee, vind je het lelijk? Nou, ik weet het niet. Van mij, nou, oké. Okay. Maar ik ga hem toch nog even gewoon zo laten. En anders doen we hem zo meteen weer recht. Oké, doen we die zo. En dan nog een puntje. Een klein puntje. Doe maar uit het doorschatten, anders dan leidt het me de hele tijd een beetje af. Dankjewel. Kijk, zo wordt het dan. Ja, oké. Okay, nou, misschien ook wel niet. Maar, hè? Boeien. We laten het gewoon zo. Ik zit me echt vol te eten, zegt Nina. Oh, jeetje. Nina, stop. Je hebt genoeg gehad. Stop. Als je op de speaker staat, dan moet je gewoon keihard roepen. Abonneren! Ja, oké. Okay, ga ik doen. Ga ik doen. Ik kijk eerst op mijn laptop en daarom is mijn iPad nog vol. Oh, slim, Shania. Ja hoor, Maris en Emily, we zijn bijna in Spanje. Lekker bezig, Fleur. Hebben we je goed vermaakt de hele weg? Je ouders zijn vast blij dat we je de hele weg bezighouden. Hoi ouders van Fleur. Of heb je een koptelefoon op? We zijn er nog steeds met de mooie profielfoto's. Wat zijn er nog steeds mooie profielfoto's? Ja, echt hè, Linda? Ik heb dezelfde Enco-telefoon als jou. Als jij, is het. Nederlandse les vandaag. Echt zo leuk. Ik heb het op mijn Nintendo Switch. Ah, leuk. Oké. Okay. Nou, we gaan verder. We gaan verder. We gaan verder. Wat vind je worden van het tuintje, Emily? Vind je het gezellig worden? Ik vind wel dat we hier iets van een boom of zo. Kijk, wat hebben ze daar nu allemaal? Een hek hebben ze er nog omheen. Ah, zullen we er nog een hek omheen doen? Dat er dan ook gewoon zo'n stoep langs loopt? Een pompoenenhek. En dat is een pompoenenhek? Oh, dat hek. Oh, sorry. Ik dacht heel eventjes aan die pompoenboog. Ik denk, oh, hè? Nee, eul. Maar oh ja, de pompoenhek is vet leuk. Dat is de mooiste hek dat er is. Dat is... Ja, sorry. Nee, dat is het mooiste hek dat er is. Kijk, en hier gaan we dan zo meteen... Oh, laat me raken. Er staat weer een boom. Hier gaan... Oh, gaan we dan zo meteen... Niet eens. Die poortjes wel maken. Maar dan moeten we nog maar even over nadenken wat we daar dan gaan doen. Oké? Okay? Dit wordt schattig. Ja, dit wordt wel leuk, hè? Ik vind het wel een heel leuk thema. Zo dat ouderwetse... Nou,
Oké, dat komt allemaal later wel. Dat is nog niet zo heel mooi, want daar komt er zometeen nog van alles achter. Hetzelfde geldt voor hier. Dat ziet er natuurlijk ook nog niet uit. Maar dat komt ook later wel. Gaan we daarachter wel een tof trappetje maken of zo. Ik denk dat dat heel leuk is. Hoe lang duurt deze video? Heel lang, Katrijn. Echt super lang. Ik vind dit echt een leuke stream. Het lijkt me ook lekker af van mijn zenuwen. Want ik heb namelijk een synchroon zwemwedstrijd met mijn groep. Succes, Carlijn. Hoeveelste eilandsverbouwing is dit al? Ja, volgens mij al de vierde. Maar ja, dat vind ik altijd gewoon het leukste van het spel. Dus dat doe ik graag. Oké, pompoenhek. We gaan pakken. Pompoenhek. Iets pakken. Sorry, Emily, voor het idee van het aanpassen van je pad. Ik kijk bijna altijd je video's. Je bent zo leuk. Geef niet, zegt ze. Dankjewel, Lily. Dat is echt super lief. Dankjewel voor je donatie. Kijk, pompoenhek. Got it. Ik heb van alles in mijn opslag, joh. Kijk, die doen we dan. Ja, waar? Op de stoep? Oh, en lantaarnpalen moeten we verpakken. Maar die halen we wel gewoon hier van de straat. Ja, dat moet ik toch opruimen zometeen weer. Kijk, hier staat er al één. Oep. Kijk, daar staat er één. Oh, dat scootertje. Die wil ik bij mijn huis. Oh, iemand zei nog trouwens. Maak een inritje voor een auto. Dat je je auto daar kan parkeren. Dat hebben we niet gedaan. Ja, dat weet ik. Maar willen we hier ook nog een parkeerplaats? Ik weet niet. Ik denk dat we het een beetje een binnenstad moeten houden. Ik denk dat we geen parkeerplaatsen maken. Er rijden auto's, maar je kan hem nergens neerzetten. Toch? Als je in een hele ouderwetse stad bent, heb je volgens mij ook niet echt parkeerplaatsen. Dan zetten ze hem ook gewoon in de straatjes neer. Ik weet nog niet. We gaan in ieder geval een lamp neerzetten. Die hebben we wel. Straatlantaarn. Zo. Maar die kan alleen niet daar, want dan kan ik niet meer bij mijn brievenbus. Dus die komt dan denk ik hier. En dan aan de andere kant ook. Nee. Jawel. Wel. Wel. Ja, omdat dat mooi is. Symmetrie is mooi. Hij is al net niet symmetrisch. Omdat het net niet uitkwam. Of ik bedoel, omdat ik dat speciaal voor jou heb gedaan. Ik ben echt jaloers op iedereen die op vakantie gaat. Ik moet nog een hele week naar school. Aw, sad. Kijk. Oh, het begint wel gezellig te worden zo, toch? Vind je het leuk? Ja. Nou, dan moeten we even kijken hoe we dat pompoenhek gaan doen. Ik heb nog echt geen idee. Dan kunnen we misschien hier één stukje ertussen zetten? Ja, ik... Ja, maar we willen er natuurlijk nog wel langs kunnen lopen. Ja, ik dacht, dus ik zet hem op dat witte. Hier zo eromheen. Hoi. Hey. Ik ben echt heel... Ik had hem... En die had ik koud laten. Ik dacht, oh, neem ik het wel. Ik heb het nieuwe gemaakt. Maar die heb je ook weer vergeten. Nou, heb ik daar suiker in gegeven. Dus dit... Ik vond het al zo lang duren, maar ik denk, oh, je gaat gewoon geen koffie meer maken. Ik denk, dat is ook oké. Maar je hebt hier nu suiker in gedaan. Nee. Je hebt weer een nieuwe gemaakt. Nee. Hij is gewoon niet zo heet meer. Dus, nee. Dat is oké. Ja, wel lief. Dankjewel. Doei. Was. Ja, weet ik dus niet. Wanneer wil je dat ik stop? Ja, als ik geen zin meer heb. Oké. Doei. Maar jullie vermaken je nog steeds. Oh, oké. Nou, gelukkig. Rick, laat je kastje zien. Roepen ze nog. Hij is alweer weg. Hij heeft koffie gebracht. Toen is hij weggegaan. Jij hebt nog water. Als je iets anders wilt drinken. Oké. Lekker. Inmiddels worden er steeds meer kopjes hier. Ik zat dus te denken, Emily, om dat hek hier zeg maar zo op te bouwen. Maar ik weet niet of dat leuk is, hoor. Ik dacht, ik bouw hem juist op dat wit. Zo. Want het is toch niet de bedoeling dat dit een stoepje is waar je overheen kunt lopen. Dat ziet er graag uit. Ja, oké. Misschien heb je gelijk. Hi, ik ben er terug. Hoi, Okke. Welkom terug. Nog steeds live. Ja, even nog steeds. Ik hou het lang vol, hè? Oh, je hebt gelijk, Emily. Dit staat echt zoveel leuker. Nu al. Oh, wat een lief tuintje krijg ik. Nou, dat is leuk. En hier dan ook nog een stukje zo. Ja, dat is echt mega cute. Oké, dan doen we dat hier ook, want symmetrie. Maar daar doe ik dan dat stukje niet, want dat doe ik speciaal voor jou. Yeah. Kijk. Dat is leuk. En zullen we hier dan een scootertje tegenaan zetten?
Had ik die nou net opgepakt? Jazeker. Weet je dat dit echt precies is, dat ik deze scooter precies zo had vroeger? Nee. Ja, ik wou net zeggen, heb ik die net erbuiten geparkeerd? Dat is ook wel echt typisch iets wat ik vroeger zou doen. Nee, niet in mijn voortuin. Nee, weet je wat ik vroeger zou hebben gedaan als ik met mijn scooter aankwam? Of ja. Nee, ik was vroeger lui. Dan had ik hem gewoon hier neergezet. Gewoon zo. Kijk. Oh, hoppa. Zodat je lekker snel naar binnen kan. Kijk. Oh, maar dat staat best wel leuk. Ik kan alleen niet meer bij mijn brievenbus zo. Dus als ik dat doe, moet het in deze kant, hè? Dat vind ik best wel leuk. Vind ik leuker dan dat hij zo ver weg staat. Nu zie je wel echt van, dit is mijn scooter. Dus zie jongens, ik heb geen auto in deze middeleeuwse stad. Want ik heb een scooter. Het is net als een Italiaans... Ja, ja, het past nu net niet, hè? Poging 1600. Stream 1601 werd dat zelfs. Oh, nog eentje verder. Ik was vroeger lui, nu niet meer, maar is. Volgende vraag. Nu niet meer. Het is echt leuk, dat scootertje zo voor mijn huis. Oh, gezellig. Nou, ik vind dit wel denk ik een van de leukste huisjes en tuintjes die ik ooit heb gehad. En ik woon lekker weer gewoon midden in de stad. Dat vind ik echt super gezellig. Ik vind dit gewoon... Ja, hè? Alsof je hier dan gewoon lekker uit eten kan. Ja, ik heb hier alleen zo'n greppeltje gemaakt. Dat vond ik ook wel leuk staan. Voor de afvoer van het water. Maar ik dacht eigenlijk, anders moeten we er nog wat meer van die tafeltjes neerzetten. Ik vind... Wat vind jij? Dat je op het strand ook nog echt zo'n strand moet maken. Dus dat je ook nog echt van zo'n huisje daarop hebt staan, zeg maar. Nou, kijk, ik heb heel veel huisjes hier staan. Dat... Kijk, meerdere huisjes. Kies je maar. Welke wil je? Die tweede. Dat we van die huisjes waren die je kan huren. Ja. Van die huurhuisjes. Oh, dat is wel leuk. Of dat het een restaurantje is. En dat het... Net zoals op het strand, zeg maar. Oh, zo'n beachbar. Ja. Ja, dat is leuk. Dat je zo'n beachbar hebt. Oh nee, want je hebt de DLC nog niet uitgespeeld. Jawel, jawel. Ja? Ik heb hem heel snel ineens uitgespeeld. Weet je nog met die drie spullen in dat huis? Oh ja. Maris, waarom staat dat huis niet precies in het midden van symmetrie? Ja, lieve schat, dat gaat dus niet. Hij mag of hier, aan deze tegel... Of hij mag aan deze tegel. Dus hij kan hoe dan ook net niet in het midden. Dan had ik hem 3 breed moeten maken. En dat hadden we eerst ook vanmorgen. Maar dan pasten deze lampjes er weer net niet. En ik wilde per se deze lampjes. Dus dan maar zo. Dus helaas kan daar niks aan doen. Nee. Jongens, ik ben er ook weer. Hoi, Henny. En Louise, die heeft de profielfoto veranderd. Nou, wat vinden we ervan? Prachtig. Wauw. En mensen missen het verboden woord emoji. Waarom is er geen verboden woord? Want het is chille zondag stream, jongens. I love the dopper. Ik gebruik hem zo vaak. Komen er ook truien? Nou, misschien in de toekomst. Zou ik heel leuk vinden. Maar misschien. Hoe laat ga je vrijdag live? Ja, 7:30 doen we altijd. Crea, hoe word je jouw of Rick's vriendje op Animal Crossing? Ja, dat kan niet zomaar. Dan moet je echt voor bij elkaar op het eiland zijn geweest. En dan op het eiland vriendverzoek doen en zo. Dus dat is best wel een gedoe. Kijk nou toch hoe gezellig het begint te worden. Ja, maar nu? De strand doe ik altijd pas helemaal op het einde. Ik vind dit zo gezellig. Maar dat moet je nu doen, want nu ben ik gay. Ik vind dit echt leuk. Ik vind het heel... Dat is waar. Zal ik hier gras in leggen eerst? Nog even. Trouwens, om dit stukje even af te maken. Zullen we hier gras in doen? Dan gebruik ik die grasstokjes toch nog. Kijk maar. Dan alleen onder die boom niet. Maar daar kan ik niks aan doen. Dat Animal Crossing won't let me. Kijk, dan hebben we hier... Oh, een gezellig groen stukje. Die moeten er ook wezen. Wat ga je bij die poortjes doen? Ja, weet ik dus nog niet. Ik zat nu net te denken van misschien is het wel leuk als we hier een trappetje naar boven toe maken of zo. Ja, dat is misschien wel leuk, hè? Nou, ik had hier trouwens een stukje open gelaten. Ik dacht misschien dat ik daar een ingangetje ga maken, maar dat hoeft natuurlijk niet. Dus even zien. Dan gaan we nog een poortje pakken. En Marielle, ben je al ver met bouwen? Hoe ver ben je? Kijk, doen we hem hier zo. Et voilà. En dan doen we hem gewoon zo. Kijk, dan zit hij er zo op mee. En we hier even een bomenperkje gemaakt. Zullen we er nog een boom bij doen? Deze boom gaat wel weg dan, denk ik. Oef, ik veeg het hele vakje weg.
dat we hier dan nog een boompje in hebben staan. En dan kunnen we er misschien ook nog... Oh, dan halen we al het gras er weg. Dan kunnen we er ook nog bosjes in zetten. Wow, hoor je dat? Ik liet geen boer. Maar dat was gewoon in mijn keel. Het is al bijna 3:30. De tijd gaat echt mega snel. Oh, gewoon weer een uur verder. Wow, yo. Ik zal je vertellen. Wij begonnen gisteren om 10:00 met streamen. Wij begonnen gisteren om 10:00 met Animal Crossing spelen. Was het 10:00 of 11:00? 11:00 volgens mij. We begonnen om 11:00 met Animal Crossing spelen. Ik was al eerder begonnen. Oké, ik ga jullie vragen. Wacht, even tussendoor. Ik doe even een poll. Ik ga jullie vragen. In dat groene stuk, hè, waar, bij die bomen. Zetten we daar... Ik maak zo meteen mijn verhaal af. Wat zetten we daar? Doen we daar gras? Doen we daar bosjes? Of bloemen? Ik ben zelf niet zo heel erg fan van bloemen, maar jullie mogen kiezen. Hier, kies maar. Oké, gisteren gingen we inderdaad om 10:00 morgens gingen we beginnen met Animal Crossing verbouwen. En toen was het in 1 keer 10:00 avonds. En gewoon de hele dag. Echt, ging zo snel. Dat was echt niet normaal. Hè? En dan weer even bij die langs en dan weer even dit halen. En dan weer even de gate open voor die. En dan de dag vloog voorbij. Toen zei Emily ook, oh, het is al 2:00. Toen keek ze daarna, oh, het is alweer 3:00. En toen ging het maar gewoon door. Het ging echt zo snel. Wat is altijd met dit spel? De tijd vliegt voorbij. Oeh, bosjes, zeggen jullie tot dusver. Oké, bosjes, dat moet. Bloemen is cuter. Ja, vind ik zelf ben ik niet zo heel erg fan van de bloemen in Animal Crossing. Maar dat komt omdat ik ze gewoon te groot vind. Dus als ze kleine bloemetjes hadden gehad, had ik het heel leuk gevonden. Maar ik vind deze bloemen nooit mooi. Veel te groot. Stop niet met de stream. Nee, ik ga nog niet stoppen, rustig, maar ik ben nog niet weg. Oké, ik heb me uitgezet, jongens. Bosjes er is. Ik ga het gras weer wegvegen, dan gaan we hier bosjes in zetten. Ik heb sowieso nog bosjes in mijn zak zitten. En ik zal even ook van die bosjes uitkiezen die nu in bloei zijn. Dat is wel leuk. Die witte er nu in bloei. Die bosjes vind ik wel leuk trouwens. Oké, we gaan het volzetten met bosjes, Emily. En welke heb ik toevallig precies niet in mijn zak zitten? Die nu in bloei zijn. Na 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 na. Oké, we gaan ze halen. Dan moeten we helemaal doorheen brakken. We gaan weer door de rotzooi. We gaan weer door de troep. Ja, ik vind het wel erg leuk worden nu hoor. Kijk, deze zijn in bloei. Maar ik heb er blijkbaar maar 2. Nou, dan doen we de rest met die roze. Die zijn ook leuk. Wat voor soort eiland ga je maken? Ja, dat hadden al meerdere wel gedacht. Ik wil een beetje dat het een middeleeuws stadje is. Dus gewoon echt een oud stadje. Maar dat er wel een moderne stad ingebouwd is. Dus dat ze wel die oudheden hebben bewaard van die oude stad. Dus die stadsmuren en zo. En dan... Net een beetje die oude dingetjes nog. Een wat vazen en zo. Er komt ook misschien wel een kasteel. Maar ik wil ook dat... Zie je, het voelt wel al een beetje ouderwets. Maar dan in een modern jasje. Dus er zijn wel mensen echt komen wonen. Maar ze willen wel graag die oudheid behouden. Dat is het idee. Oké, bosjes. Ik heb er maar 2 in het wit, blijkbaar. Dus dan doen we de rest gewoon opvullen met die roze. Goed? Symmetrisch. Omdat Emily zo houdt van symmetrie. Volgens mij heb je op je eiland ook best wel veel symmetrische dingen. Nooit? Waarom niet? Nee, echt niet? Hoe kan je symmetrie nou niet mooi vinden? Ja, maar wat is er mis met precies? Precies is perfectie. Ja. En jij houdt van perfect. Ja. Ja, dat is wel waar, inderdaad. Daar geef ik je gelijk in. In het leven is ook niet alles. Maar toch, een stad dat gebouwd wordt, houden ze ook over het algemeen wel redelijk van symmetrie, hoor. Kijk hoe die bosjes. Dat is wel echt heel erg gezellig. Echt heel leuk. Nee, niet druk. Echt superleuk. Helemaal gezellig. Ik ben helemaal blij. Hebben we nog een straatlantaarn in mijn zak zitten? Pas wel. Ja, hier. Doen we hier nog eentje in de hoek. Kijk nou hoe leuk het begint te worden. Als verboden woord symmetrie zou zijn. Oh, maar echt hè. Emily, ik hou er ook niet van, zegt Crea Ella. Weg uit deze stream. Isabel hoort Emily niet goed. Nee, dat klopt. Deze microfoon is heel gericht. En die hebben we expres zo gedaan, omdat... Klopt. En Emily praat ook niet zo hard. Dat hebben we expres zo gedaan, omdat Rick ook wel streamt. En dan zit hij natuurlijk hier pal naast. En dan hadden we zo'n echo. En nu hoor je die echo niet, omdat hij echt alleen maar zo... geluid opvangt. Ja.
Waarom hoor je? Sarah zegt, oh my god, ik heb 75,5 uur naar jou gekeken. Op naar de 100 uur. Oh my god, kan je nagaan. En keek je al voor de Crea Credits? Want dan heb je misschien al lang 100 uur gekeken eigenlijk. Wel confronterend eigenlijk om nu te zien hoeveel tijd ik al heb zitten streamen überhaupt ook. En hoeveel tijd jij hebt zitten kijken. Fleur die vindt ons heel leuk, dat is lief. En Nienke die zegt juist, mijn perfectionisme houdt van de symmetrie in deze stream. Ja, ik hou dus ook echt heel erg van symmetrie. Zeg maar dat het hier dan al net niet helemaal klopt. Zit me dan al niet lekker, maar ik vind het dan toch ook wel weer... Ja, het heeft ook wel weer wat, zeg maar. Maar ik hou ook echt van symmetrisch. Nou ja, ik maak altijd alles symmetrisch. Misschien dat je daarom ook altijd wel zo snel kan zien dat ik iets heb gemaakt. Omdat ik dat altijd doe. Misschien een leuke challenge om een keer iets te bouwen wat totaal niet symmetrisch mag zijn. Maar vind ik heel moeilijk. Hoe krijg je die gouden schep? Ja, daar is gewoon een DIY voor. Maar dat zit je helemaal op het einde. Als je alles hebt gedaan, kan je die krijgen. En je moet goudklompjes gebruiken ervoor. Dit stadje. Ja, ik ben er even doorheen aan het lopen hoor, Emily. Maar kijk nou. Kijk nou, gezellig. En hier woon ik gewoon, hè? Dat is toch een toffe plek? Ja. Echt heel leuk. Ja, heel leuk. Nou, en dan zo meteen, dus hier kan je zo troep, troep, troep naar boven. En dan komen daar ook nog allemaal huisjes en waar oudheden. Waar je alleen kan komen als je daar... Ja, oh, ja, denk het wel, ja. Of door die... Ja, en hier loop je... En... Ja, en dan loop je er hier gewoon langs. Ja, heel leuk. Ik vind het heel leuk worden. Ja, oh, dit ziet er zo leuk uit, zeggen jullie. Ah, oh, dankjewel. Ja, ik vind het ook echt heel leuk worden. Doen jullie dat ook? Als je dan iets hebt gebouwd in Animal Crossing en dat is net klaar. Dat je dan de hele tijd dit gaat doen. Dat je dan... Oh, zo gezellig hier. En dan weer daarheen lopen. En dat je... Doe jij dat ook? Ja, hè? En als ze de hele tijd er zo doorheen lopen. En dan zo kijken. En dan helemaal trots zijn op wat je hebt gemaakt. Weet je wel? Gewoon echt dat het helemaal zo knus en gezellig is. Dankjewel, Vee, voor je donatie. Morgen komt mijn Crazy Doeboek binnen. Goed bezig, Kathleen. Of Katelijn. Of Kathleen. Geen idee. Ik hoop dat ik het tot uitspreek. Ik vind haar zo schattig. Met dat roze haar en dat petje. Ja, ik vind haar leuker zonder de bouw. Kijk maar. Ik zal hem even uitzetten, de bouw. Dan vind ik haar leuker. Ja, ik ben klaar. Hoe heten die bakstenen naast je huis? Ja, ik heb ze opgeslagen volgens mij op mijn Pinterest-pagina. En die zitten dan in Animal Crossing Designs. In dat mapje. 1 week later. Ik ga mijn eiland omgooien. Ja, wel ja, maar ik hou gewoon heel erg van dit gevoel. Kijk, check mijn haar. Het is namelijk een pruik trouwens. Dat kan je gewoon kopen in de Mabel. Ik snap niet hoe jij dit kan. Ik heb Animal Crossing sinds toen het uit was. Ik heb nog steeds geen 5-sterren eiland. Ik ook niet, lief schat. Ik heb ook geen 5-sterren eiland. Daar moet je een heel veel eisen voor voldoen. Maar ik heb gewoon geaccepteerd. Ik heb het trouwens wel een keer gehad. Toen had ik precies genoeg bloemen. En precies genoeg bomen en zo. Maar in het algemeen ook te weinig bloemen, te veel bomen. Maar boeit me ook niet. Want ik heb liever dat het er gewoon leuk uitziet. Dus gewoon lekker, lekker wat maken. Kijk nu, lekker zit ik daar zo. Nou, en dan ga je dan zo met de auto hier zijn. La la la, la 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 la. Kijk. En dan kom je hier zo uit. En dan kan je hier lekker even naar Mabel. Naar de winkel. En dan moeten we hier ook nog iets leuks maken. Kijk, en ik had het tot hier zo gemaakt. Maar omdat het dus zo'n oude stad is... kan je dus helaas niet verder met de auto. Dus daarom hebben ze hier geparkeerd. En moet je dus verder lopen. Hier mag je parkeren. Zie je gewoon random op straat weer. En misschien kunnen we hier ook een trappetje naar boven doen. Dat het vanaf daar allemaal echt naar boven toe gaat of zo. Maar dat weet ik dus nog niet. Op de Switch kun je ook zien hoe lang je wat hebt gespeeld met Animal Crossing al boven de 490 uur. Ja, ik weet het. Zal ik eens kijken bij mij? Even kijken. Waar zien we dat? Hier. Profiel. Hier, 815 uur. 815 uur. Ik dacht dat ik het al 900 uur had gespeeld. Nou, we gaan dus nog even door. Want ik heb nog een paar... 815 uur heb ik het gespeeld. Mijn moeder gaat misschien jouw kleurboek kopen. Heel goed. Heel goed van jouw moeder. Kijk nou. Ja, ik vind het leuk. Zullen we een trappetje gaan bouwen daarachter? Zullen we dat gaan doen? Welke zullen we dan als eerste doen? Die? Dan moeten we hier even een gat maken. Ja, dan moet ik wel zo meteen weer even mijn bouwdingen aanzetten. Kijk nou, daar is net niks meer, want daar zit dat meer. Kijk, zie je hier mijn lelietje sandalen? Ik had toch bewijs dat ik ooit 5 sterren heb gehad. Mijn moeder doet de groetjes terug, Maris. Ah, gezellig. Altijd leuk, groetjes. Ik weet nooit wat ik ermee moet, maar altijd leuk.
Animal Crossing, niet normaal. Wat? Niet normaal, ik weet niet. Rick is met iemand aan het praten, denk ik. Ik heb het niet meegekregen, het spijt me. Waarschijnlijk over hoeveel uur ik heb gespeeld. Waarschijnlijk heeft Asseline al heel veel uur gespeeld. Is dat ongeveer waar het over ging? Gok zomaar dat het daarover ging. Oké, deze moet hier weg. Dat is gewoon ik vind dat... 1009 uur. Oeh, nice. Oké, nou dan valt het mee. Hoor je dat, Rick? Het valt mee. En iemand van 1000 speelt. Zo, dat is flink hoor. Ik heb Mario Kart al 750 uur gespeeld samen met mijn mama. Wow, yo. Ja, we hebben het allemaal heel druk, mensen. We hebben geen tijd voor huishouden en alle andere dingen. Want we hebben het veel te druk met spelletjes spelen. Nee, echt totaal geen tijd voor. Ik kijk de stream en naar de F1. Maar mijn neefje die zit bij de race en Emily is zo cute. Ja, dan moet je het inderdaad naar allebei kijken. Zit niks anders op. Zit niks anders op. Ik heb je toegevoegd op de Switch. Nou, dat hoeft niet hoor. Want ik heb echt honderden verzoeken openstaan daar. En ik accepteer ze niet. Dus je hoeft me niet toe te voegen. Want ik kan sowieso geen meer vrienden meer toevoegen. Want max was 100. En ik heb er al 100. Dus ik kan niks meer kwijt. Dus je hoeft me niet toe te voegen op de Switch. Nee, dus je hebt er niks aan. Het is alleen maar zonde van je tijd. Ik heb Animal Crossing 1255 uur gespeeld. Ik ben wel blij dat ik niet de enige ben die zo lang het heeft gespeeld. Even kijken, deze moet nog net eentje weg. Dan is het daarna net klaar, hè? Of niet? Nee, kijk, ik heb nog net één verhogingtje. Kijk, dan komt hier de trap. Zeg ik dat al goed? En dan moet dit dus... dicht. Dan doen we daar ook zo'n muur voor. Zal ik deze muur heel veel weghalen dan? Dat we het even goed kunnen... Oh, kan niet, want mijn zak zit vol. Animal Crossing is echt leuk. Ja, ik vind het ook altijd wel een leuk spel. Maar je moet er wel voor in de stemming zijn. Als je zin hebt om even snel een spelletje te doen, is dit niet de game die je moet spelen. Ik ga even mijn zakken legen. Wat waarschijnlijk niet lukt. Van wie waren die paarden nou? Nee, kijk mijn stream terug. Ik heb het vaak genoeg gezegd. Nee. Het gaat goed. Ik ga iets wegstoppen. Het gaat goed. Ik heb het 67 uur gespeeld. Nou, dan ben je nog noob. Dan heb je nog heel veel te doen. Pompoenhek. Nee, dat is echt heel veel. Ik zag ook al mensen op internet voorbij komen. Meer dan 3000 uur. Dat is echt wel. Oké, maar wat voor trapje doen we? Jij mag kiezen in de catalogus. Gaan we voor die grijze trap? Of voor die rode steentjes? Ja? Oké, ze heeft al gekozen. Rode steentjes het is. Kijk hier, Christy het hart. 2235 uur. Nice. Jouw eiland is dan vast heel mooi. Dat kan bijna niet anders. Oh, Rick die stuurt me de foto. Mooie foto, liefje. Oké, over de eilandinrichting. Wacht even jongens, ik moet even nadenken over mijn trappetje. Wat gaan we doen? Over bruggen en hellingen. We willen namelijk een trapje gaan bouwen. Ik wil een helling maken. Kies maar mooi uit. Oké, deze zeg jij dan, Emily. Deze. Ja, ik denk wel dat die er het leukste bij staat. Oké, bakstenen trapje dus. Ik heb je kleurboek besteld, maar hij komt pas 11 mei binnen. Help. Ja, dat klopt. Ze zijn allemaal uitverkocht. Dus ze worden op dit moment weer gedrukt. En dan komen ze er weer aan. Maar ze liggen dus nu bij de drukkerij. Want ze moeten natuurlijk weer meteen duizenden van die kleurboeken maken. En dan moet hij weer overal opgestuurd worden. Dus het duurt een aantal weken. Dus je moet even geduld hebben. Maar ze komen er weer aan. Maar ze waren in één keer heel hard gegaan en allemaal uitverkocht. Het doelboek is trouwens ook al bijna uitverkocht. Dus mocht je er nog eentje willen hebben, haal hem snel. We zijn al wel de tweede druk aan het drukken. Maar het kan dus zijn dat hij misschien tussendoor even tijdelijk niet leverbaar is. Ik hoop het niet. Ik hoop dat het elkaar precies zo opvult, zeg maar. Maar het doelboek is ook echt veel harder gegaan dan dat we hadden verwacht. Echt bizar. Dus als je er nog eentje wil, moet je even opschieten. Oké, we gaan hem proberen hier te plaatsen. Ik hoop dat hij hier goed gaat. Hier gaan we dan dus een trappetje maken. Even kijken hoor. Ik ga even kijken of dit er zo goed, of dat zo goed staat of dat hij er nog eentje verder moet. Kan je daaronder smeren? Ja, toch? Ja. Oh, die muur kan er dan niet meer voor. Oké, ja, nee, je hebt gelijk. Oké, dan moet hij toch nog eentje dieper. Dan moet ik die boom ook weer weghalen.
Oh, 6000 jaar later. Je bent al 3 uur aan het streamen. Yeah! Nou, dat is ook een beetje mijn gemiddelde streamtijd altijd, hè? 3 uur. Soms 3 uur en 3 kwartier. Dan ben ik altijd wel een beetje moe. Daarom is 12 uur ook wel een hele uitdaging, denk ik. Dan ben ik helemaal uitgepraat. Ik ga zwijnen kijken. Wow, yo, vet random. Maar is Sharon is er? Hey Sharon! Hallo! Moet jij niet aan het werk zijn? Of zit je gewoon stiekem op je werk te kijken? Kelly is er ook nog steeds gezellig. Oké, we moeten hier even een verhoging maken. Ik haal dit wel even allemaal weg. Zodat ik zeker weet dat ik daar geen ruzie mee heb weer zo meteen. Oh, en die helling moeten we afbreken, Emily. We gaan eerst deze bouwen. Dan moet ik dus nu even denken. Mijn klifje hier maken. Zeg ik dat goed? Dat je verjaardag te doen. Heel belangrijk. Moet ook gebeuren. Heel belangrijk. Jij uitgepraat, zegt Marielle. Dat willen we zien. Nou, dan begint mijn concentratie een beetje weg te zakken. Dus ik ben ook wel stil hoor. Ik ben niet altijd aan het praten. Vraag maar aan Emily. Niet. Ik ben ook wel stil. Ik ben niet altijd aan het praten. Nou, wel. Als ik Animal Crossing aan het spelen ben de hele dag, dan ben ik super stil. Oh. Denk je dat dit goed gaat? Kan die hier ervoor? Het is wel echt heel mooi. Oké, dit gaan we doen. Oeh, ik vind trappenbouw altijd spannend. Yay! Emily is echt super schattig. Nee hoor, Emily is heel stom. Oh, dat mag. Ik ga binnenkort naar Rome en daarna op korfbalkamp. Oh, leuk. 8500 uur. Is dat te veel? Nee, joh. Beetje. Beetje. Ik heb mijn hand nodig, hoor. Want ik moet hem even geld geven. Uiteraard. Roeit is ook al. Die is ook al rijk, hoor. Gaat dat geld allemaal naar Tom Nook? Allemaal naar Tom Nook. Natuurlijk. Tom Nook is de grote winnaar van deze game. Prima. Ik help je wel. Zoveel mogelijk. Go. Maar echt, ik wou dat ik Tom Nook was. Tom Nook heeft echt gewoon zo'n goede business gemaakt. Ik heb je stempelset. Oh, wat leuk. Leuk, Jana. Maar Emily zit op paardrijden. Nee, niet meer. Emily is gestopt met paardrijden. Hé, we gaan weer tijdreizen. Zal ik nog eventjes wat kasteelmuren bestellen? Want die kunnen komen vast wel van pas. En torens dus. Als we ze toch van kleur kunnen aanpassen. Of zullen we dat de volgende ronde doen? Ja, niks. Niks spannend. Soms wel, ja. Soms staan er kasteelmuren en zo. Dus altijd checken. Elke dag even checken. Kasteel. Kastee. Dan vinden we hem wel weer. Oeh, pardon. Oké. Die doen we gewoon weer 5 keer. Kasteemuur. Oh, je hebt niet genoeg klingels. Ook weer geld pinnen. Nou, we gaan tijdreizen hoor. Ik geloof het. We bestellen morgen alweer. We gaan vast nog wel 6000 keer tijdreizen. Let's go! Daar gaan we weer. Oké, weer even tijd voor de chat. Ik heb je doelboek, stickers en bullet journal. Lekker bezig, Lisa. Heel veel plezier ervan. Ben je nou weer bezig met een nieuw product? Nee, Jelle. Nee, nog niet. Ik heb nu eventjes pauze. Want ik heb echt zoveel tijd gestopt in het doelboek. Veel te veel tijd. Veel meer dan dat ik ook weer van tevoren had bedacht eigenlijk. En dat ook weer de bedoeling was. Ik zei het ook tegen de uitgeverij. Ik ben weer veel te veel tijd erin aan het stoppen. Dus nee, nu niet. Ik wilde eigenlijk wel graag nog een tweede kleurboek gaan maken. Maar ik denk dat dat pas volgend jaar gaat worden. Want we willen niet weer overwerkt raken. Toch? En af en toe ook lekker gezellige dingen doen met deze dames. Ja, maar het was wel waard. Dankjewel, Tessa. Ja, dat vind ik ook. Ik vond hem ook echt heel leuk. Ik heb al je producten. Lekker bezig, Martina. Allemaal, alles. Ook het schort en het doekboek en de dopper en de alles. Kost Animal Crossing geld? Ja, zeker, Matthijs. Ik heb je kleurboeken stickers. Oh, leuk. Hoe verdien je klingels? Nou ja, ik heb er weer mee gecheat, hoor. Dingen verkopen. Maar inderdaad, je kan ook dingen verkopen. Dankjewel, Dylan, voor je superchat. Lief. Ik heb je doekboek, hij is zo leuk. Dankjewel. Mijn oma die bestelt nu het doekboek. Ah, lief van je oma. Zeg maar dankjewel tegen je oma. Want dat is wel super lief. Geef hem maar even een hele dikke knuffel. dankjewel Sharon voor je hartjes. Hoeveel geld kost het dan? Volgens mij is Animal Crossing €60. Ik weet niet of dat nog steeds zo is.
En dan nog Nintendo Online. En dan de DLC, €25. Dus het kost op zich wel wat geld. Maar als je dan ziet hoeveel honderden uren mensen erin stoppen. Ja. Spelen. Kan je Star Stable? Dat is een superleuke paardengame. Ja, dat heb jij een keer gespeeld, hè? Maar jij vond het niet zo, hè? Nee, ja, heel veel kinderen vinden het echt heel leuk, Star Stable. Maar Emily vond het niet zo. Trok mij ook niet zo heel erg, nee. Maar... ja, jij houdt niet van quests te doen. En het is inderdaad echt een soort van World of Warcraft, maar dan met paarden. Ja, nee. En hij trok het ook nog niet zo heel erg. Maar dat was vooral omdat het... ja. Maar... ja, nee, sorry. Antwoord nee. Maar we kennen het wel. Ben je er nou nog steeds live? Ik was heel eventjes weg. Emma, nee, we zijn er niet meer. We zijn helemaal weg. Super weg. Sarah vindt Star Stable ook niet leuk. Nee, ja, zo heeft iedereen zijn games, toch? Ik heb vanavond weer een hele avondbesteding om deze live terug te kijken. Sorry, Sharon. Het was wel heel gezellig, hoor. Je hebt ook de taart gemist. We hebben taart gegeten. Kijk, 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 kijk. Daar is die. Yay! Ja, maar ik moet deze ook even weghalen. Chips, ik moet zo meteen alles weghalen. Ja, ik dacht omdat ik dan hier dan ook eventjes dit weer terugzet. Of niet? Is dat niet nodig? Ja, ik heb geen Ctrl-Z. Ik denk dat ik alles weer moet weghalen, hè? Want ik denk dat ik hem anders niet kan plaatsen. Want dan staat hij achterstevoren. Ik weet niet of ik deze muur achterstevoren kan neerzetten. Ik weet niet of hij er dan hetzelfde uitziet. Ik ga het proberen voor je, goed? Kasteelmuur, hier plaatsen. Ja, hij ziet er gewoon hetzelfde uit. Hey Emily. Weet je dat jij hier ook nog steeds zit in de tussentijd? Weet je dat jij gewoon de hele middag hier zit? Te zitten. Hier zit te zitten, niks te doen. Moet je niet een keer wat gaan doen? Verveel je je nog steeds niet? Zo cute. Oké, wacht. We kunnen die steentjes daar ook onder leggen, hè? Of niet? Jawel, volgens mij wel. Ik ga het proberen. Volgens mij kan dat. Wel, volgens mij kan dat. Ik wil een frikandel eten. Lekker. Dankjewel, Zoe. Je hebt gelijk, Emily. Het kan niet. Dat is toch jammer, hè? Waarom kan dat nou weer niet? Bij een bruggetje kan het wel. Wel, er is iets waarbij het kan. Bij een bruggetje is het. Ik wou zeggen, ik wist dat het ergens kon. Oké, nou, helaas. We doen net alsof dat stukje gras er dan niet zit. Maar... kijk dan hoe leuk dat je hier zo door het stadje kan lopen. En dan kan je hier zo. Dat is toch tof? Kijk, en hier doen we ook nog een kasteelmuur, hè? Ik heb er nog eentje, toch? Middeleeuwse gevel. Nee? Oh, nou, dan heb ik er eentje in mijn brievenbus. Hallo, brievenbus. Geef me een muur. Crazy, mag ik je een vraag stellen? Tuurlijk, Merle. Vraag maar. Kijk, ik heb nog één kasteelmuur. Gewoon het feit dat het al bijna 4 is en dat ik al kijk vanaf 12 uur. Oh, Sarah, zit jij in de tussentijd ook niks te doen? Want dan ben je net zo erg als Emily. Kijk, ik ben hard aan het werk. Ik heb al hele oudheden gebouwd, trappen gebouwd, muren gebouwd. Kijk, ik stik er bijna van. Maar kijk hoe leuk. Want dit is echt schattig, hè? Kijk, en dan kom je hier. Wauw. Maar zometeen wordt dat tof. We gaan daar gewoon echt een heel oud kasteel op zetten of zo. Echt zo leuk. Ja, achter jouw huis. Dat is toch tof? Maar ik vind het steegje ook leuk zo geworden. En dan komt hier ook zo meteen iets leuks. Even doorheen kijken. Maar het begint al helemaal gezellig te worden hier. Donatie Maris. Heb ik er eentje gemist? Nee, nee, nee. Zoe hadden we gezien. We hadden hem gezien. Gaat allemaal goed. Oké, wacht. We doen dit even weg. Want ik heb dit nu al gezien. Dan zet ik even mijn Discord weer open. Want Sharon die zit te kletsen. Ik geniet van het zonnetje dit kwartiertje pauze. Veel plezier nog met streamen. Dankjewel Sharon. Lief. Ja hoor, 8 mei, happy birthday to me. Ja inderdaad, het is 8 mei en nou vergeet ik je. Gefeliciteerd, Sharilla. Die is op 8 mei jarig, het is nu 8 mei. Want we zijn natuurlijk weer een dag naar voren gegaan. Wie is nog meer op 8 mei jarig? Oké, dan ga ik intussen even dit straatje even ietsjes langer maken alweer. Ik weet nog niet wat ik daar rechts ga maken eigenlijk. Ik vind mijn nieuwe stadje wel heel leuk worden. Ik vond mijn vorige stadje ook echt heel leuk, maar ik vind dit nu ook wel leuk. Alweer even wat anders. Welke vind jij nu het leukste tot dusver van alle stadjes die ik heb gebouwd? Deze? En waarom? En lekker. Een lekker nieuw is, ja dat is waar. Maar die roze was ook wel heel erg leuk, hè? Die vond ik ook heel leuk. Ik zit de stream lekker te kijken en terwijl schoolwerk te doen. Super relaxed. Nou ja, wel goed je schoolwerk dan doen, hè?
8 mei is moederdag inderdaad. Shirella, jij bent dit jaar jarig op moederdag. Ik weet alleen niet of je zelf ook moeder bent eigenlijk. Misschien heb je dat vorige keer wel gezegd, maar dat weet ik heel eerlijk gezegd niet meer. Maar voor mij is inderdaad moederdag ook altijd vrij snel naar mijn verjaardag. En jullie hadden op school iets gemaakt, hè? Maar Emily zei dat ze vond het niet zo leuk. Het is een beetje saai, vond ze, wat ze had gemaakt. Dus toen zei ik, nou, dat vind ik helemaal niet erg. Toen zei ik, maar wat ik anders wel heel leuk zou vinden, is als je lekker samen met Mila een liedje gaat zingen op de moederdag. Dat zou ik wel leuk vinden. Maar ja, ik ben ook net ervoor jarig, dus dat maakt me ook wel niet uit. Zoveel van die dagen achter elkaar. Je hebt echt een leuk eiland, dank je. Hoe voer ik een code in om een pad te leggen? Hey Emma, dankjewel voor je superchat. Hoe voer je die code in? Nou, dat kan gewoon in de winkel. Ja, bij Mabel inderdaad, dank je. En als je uiteindelijk de gameplay hebt uitgespeeld, dan kan je dat ook gewoon doen via je mobiel. Kijk, zal ik dit ook even fixen meteen? Kijk, ik weet nog niet wat we hier gaan doen. Doe ik een klein stukje, anders dan zit ik het zo meteen weer om voor niks neer te leggen. En dan doen we die hier zo. Hoe laat zullen we gaan stoppen, Emily? Zullen we om 4 uur stoppen? Dat is nog 10 minuutjes. Ja? Gaan we wel zo stoppen. Ah. Oké, en dan doen we hier nog... Even kijken. Deze. Zo. Maar die moet dan ook... Hier. Oef. Wacht. Sorry. Ik ben alweer een maand aan het tijdreizen. En dan krijg je dat door. Het is... Jawel, 8 mei. 8 mei. Nou, ga weg. Ga weg, bier. Ik moet even dit doen. Ik ben druk. Nee, niet stoppen, zegt iedereen. Ja, maar hallo, ik ben geen 24 uur stream aan het doen. We hebben toch een heel huis gebouwd met tuin. Vonden jullie het gezellig? Was wel gezellig, hè? Nou, blijkbaar dat je hier al zit te kijken vanaf 8 uur, vanaf 12 uur. De meeste, zegt wel genoeg. Dan was het in ieder geval gezellig. Wij vonden het ook gezellig. Kijk. Pompidompidompidompidompidom. Dit hebben we allemaal gebouwd. Het is echt zo leuk. En ik vind dat trappetje daarin ook heel gezellig. Heel leuk vind ik dit. Je kan nu nog nergens heen. Alleen nog even te twijfelen. Kijk, je ziet daar aan de zijkant nu van dat bruin met dat groen. We kunnen dat natuurlijk ook weghakken. En dat we daar zo'n muur naast zetten of zo. Dat is misschien mooier. Maar dat, we weten Peter niet wat we hier aan gaan doen. Kun je vaker live gaan op zondag? Nou, dat kan ik niet beloven, Shania. We doen ook af en toe gewoon gezellige dingetjes met elkaar. Nou, doen wij dit nu ook met elkaar. Maar voor Mila wel een beetje sneu. Want Mila die is nu in de woonkamer. En Rick ook wel een beetje sneu. Ga je met Koningsdag ook live? Denk het niet, Emma. Ik denk dat we dan gewoon zelf ook even in het dorp ingaan. Bedankt voor de beste dag ooit op Credo. Ik vond het zo leuk om je te ontmoeten. Je bent zo lief. En Rick is heel grappig. Ah, dankjewel, Carlijn. Wat lief. Stiekem ben je wel 24 uur aan het streamen. Nee, zeker niet. We gaan zo meteen lekker stoppen. Ja, het ziet er heel gezellig uit. Dankjewel, Marielle. Ik vind het ook echt leuk. Ik vind mijn huisje ook echt leuk zo. Heel gezellig. Weet je wat we nog af kunnen pakken? Wat ik hier ook nog echt bij vind passen? Hier, we hebben nog 10 minuten. We zijn nog niet klaar. Hier, we gaan iets pakken. Weet je wat ik zo meteen ga doen als ik ga stoppen met streamen? Animal Crossing spelen. Ga ik gewoon verder. Maar dan hoef ik niks meer te zeggen. Dan kan ik gewoon weer lekker lui in bed liggen. Oh ja, we gaan straks barbecue op, blijkbaar. Wel lekker, ja. Even kijken hoor. Kijk hier, deze. Welke doen we? Deze donkerbruine of die? Oké, dan neem ik de donkerbruine. Oh, dan hoorde ik het verkeerd. Oké, die kunnen we ook nog wel even ergens erbij zetten. Hier, misschien hier zo. Of misschien ervoor of zo. Sorry. Emily lijkt waarschijnlijk op mij. Kijk, dit vind ik ook echt erbij passen. Vind je ook niet? Nee, deze staat perfect. Deze is echt... Nee, niet de donkerbruine, zegt Boterbloempje ook. Nee, deze is leuk. Dit is leuk. Ja, ik ga dit ook overal neerzetten. Zie je, dus het wordt echt een beetje een soort van... Nou ja, in Harderwijk ziet het er ook een beetje zo uit. Dan heb je ook allemaal van die oude straatjes en oude huisjes. Dankjewel Melissa voor je superchat. En dan wonen daar toch wel gewoon moderne mensen. En dan staan er toch gewoon auto's en fietsen en weet ik veel wat allemaal. Weet je? En dan kan je er ook gewoon rijden met je auto en je motor. Maar toch ook nog wel die oudheid bewaard. Ik denk dat dat gewoon echt wel een heel leuk steeltje is. En ik vind deze muren gewoon heel tof. Mijn vader kwam in mijn kamer. En die ging gelijk meekijken met de stream. Alleen nu is hij weer weg. Oh. Hey Isabel, ik wil even wat... En dan de hele tijd blijven kijken naar de stream. Niks meer vragen. Gezellig. Leuke vader. Hoi vader van Isabel. Oh nou ja, was alweer weg.
Harderwijk is hier heel vlakbij. Doei vader. Doei vader van Isabel. Mijn eiland Maris. Ik kijk, mooi eiland Maris. Ik kijk graag naar je video's. Dankjewel Eline. De muren zijn mooi. Ja echt. Ik hou ook echt van die muren. Ik vind het ook echt heel erg gezellig eruit zien altijd. Heel leuk. Ik ben helemaal happy. En dit is wel echt geleend. Van, behalve dit voorstuk dan. Maar dit, die huisjes om het zo te bouwen. Hij had dan twee blauwe zo naast elkaar. Dit is wel echt een beetje... Jant. Maar ik vind het leuk. Maar wat voor muziekje? Het donatiemuziekje. Ja, maar die hebben we speciaal voor als iemand doneert. Nee, hij is nog niet aan. Mosse. Die hebben we speciaal voor als iemand doneert. Ik kijk samen met mijn moeder. Hoi, moeder van Martina. Gezellig. Nog een laatste keer muziekje, please. Nee, dat doen we alleen als iemand doneert. Dan doen we het muziekje. Mila, roep haar, want zij is zo leuk. Oké, ik weet niet of ze nog steeds zit te kijken, maar Mila! Mila! Wanneer ga je stoppen? Ja, nu. Jury zegt ook, ben je nog steeds live? Ja. Nog steeds. Erg, hè? Maar we gaan nu stoppen. Zo leuk. Jij maakt me altijd blij. Je doet je werk goed. Dank je wel, Mostafa. Dat is lief. Dank je wel. Je moet zo wel echt stoppen, hoor. Want alles is leeg. Ja, ik ga ook stoppen. Ik ga... Kijk eens wie we daar hebben. Wacht, ik zet hem even op het grote scherm. Kijk. Oh, ik heb weer van alles in mijn beeld. Wacht. Ik kom heel dichtbij, jongens. Zo, voor de extra gezellig was dat. Wacht, nog meer in mijn beeld. Wacht. Kijk, nu is hij mooi. Kijk, nou. Zo gezellig. Hallo. Herken je me nog? Mijn naam is trouwens Emma Smiley. Nee, niet zo gek. Herken je me nog? Mijn naam is trouwens Emma. Dankjewel Emma voor je superchat. Nee, ik herken je niet, maar ik zie je gezicht ook niet nu. Maar ze vroeg of je ook nog wilde komen. Zo maar hoi. 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 Was je nog steeds Roblox aan het spelen? Ja. Oh, wat erg. Zullen we nu gaan stoppen? Wij gaan nu ook stoppen. Nee. We gaan zo meteen barbecuen, toch? Nee, was niet meer. Nee, echt niet? Nee. Hebben we geen marshmallows? Nee, wat? Sad. Maar ja, we hebben ook al taart gegeten, dus misschien ook maar beter. Als we ook nog marshmallows gaan zitten eten. Wacht, waarom hebben we helemaal geen muziek aan? Kijk, dit is muziekje erbij. Dat is gezellig. Nog 5 minuten. Niet nu al stoppen. Nee, nog 5 minuten. Kunnen we nog even afsluiten. Dan ga ik hem uitzetten. Mila en Emily zijn zo cute. Ah, lief. Ga naar de supermarkt. Ik hoef niet naar de supermarkt. Heeft Rick net al gedaan, samen met Mila. Super lief. Nee, niet stoppen. Ja, jawel. Ik ga wel stoppen. We gaan lekker stoppen. Dan gaan we ook even wat anders doen. Ik moet ook een goed voorbeeld geven. Ik kan niet voorbeeld geven aan mijn kinderen dat ik de hele dag aan het gamen ben. Dat doe ik nooit. Dat is echt super slecht voorbeeld. Nou, dit was het einde van de stream. We gaan snel afsluiten. Nee, soms. We hebben soms gewoon game dagen. En soms gewoon heel veel dagen ook niet. Het is niet dat we dit elke dag doen. Elke dag. Niet. Nee, dat is niet waar. Dankjewel Destiny voor je superchat. Nee. Gisteren hadden we echt zo'n dag dat we zeiden lekker begin van de vakantie. Dan hebben we gewoon lekker van die game dagen. Dan zijn we lekker met z'n allen gewoon een spelletje aan het doen de hele tijd. En we hebben ook van die dagen, dan doen we het helemaal niet. Soms weken. Barbecues, hè? Dankjewel, Melissa. Super lief. Blijft deze stream online staan? Ja, natuurlijk. Oh, Mila gaat weg. Doei, Mila. Doe maar. Ik heb net een reuze krab gevangen. Nice. Ik hoop een Animal Crossing, anders ill. Het was echt leuk dat jullie nog een keertje extra live waren. Ik ben nu ook weer begonnen met het opnieuw maken van mijn eiland. Oh, lekker bezig, Jennifer. Doe de groetjes thuis. Maris, ik werk nu in je doelboek. Superleuk. Oh, lekker. Nou, doe nog maar lekker de rest van de middag. Doei, Mila, roepen ze nog. Veel plezier met de barbecue. Prettige vakantie. Dankjewel, Celino. Dankjewel ook voor je donaties vanavond. Echt heel erg lief. Hey, check dus eventjes de Creatic Discord. Join eventjes de Creatic Discord. Is gratis. En dan kwam er zometeen iets, blijkbaar. Voor de mensen in de Creatic Discord. Als je van spulletjes houdt in Animal Crossing. Toch? Dat was wat ik moest zeggen, toch? Volgens mij doe ik het goed. Dus dan moet je dat maar even doen. Rick die deelt de Discord. Ja. Ja. En wel nog live gaan, hè? Ja, aanstaande vrijdag waarschijnlijk weer. Oké, nou, ik ga lekker verder bouwen. Oef, nog meer confetti. Ja, zie je, blijft dat overal vinden, hoor. Niet stoppen, please. Ik ben net pas gekomen. Nou, dan heb je een heleboel om terug te kijken, want er staat een heleboel online. En nu met z'n allen naar Dionne. Ja, inderdaad. Gaan we lekker bij Dionne kijken. Doe Dionne allemaal de groetjes van me. Ga lekker kijken naar hoe ze aan het zingen is vandaag. Want volgens mij is zo heet heel leuk voor jullie gepland. Ze is live op onze stream, ook hier op YouTube. Dus go, go.
shout-out, of hoe noem je dat? Een raid naar Dionne kanaal. Ga ik jullie afsluiten en dan wens ik jullie nog een heel fijn weekend. En dan zie ik jullie aanstaande dinsdag, hè? Op mijn andere kanaal. Een leuke video voor je. Het is echt een leuke video. Echt, ik was zelf helemaal verrast door deze video. Dus, go check it out. Oké, okay, nou, doei doei. Fijn weekend. Doei. Wil jij ook nog doei zeggen? Doei. Doei.